words aren't the same like they were when you were the one driving my car, and now I just count the waves of our yesterdays as I go on the 101 highway, and it's taking me back to the start. Zo jongens, welkom bij weer een nieuwe stream hier op YouTube. We gaan weer heel veel GTA 5 races doen. Dus pak wat eten, pak wat drinken, ga even plassen. Want bij elke DNF die ik haal, starten wij een trollrace. Dus de wereld is gek in huis, stand op! Drop de hype in de chat, geniet van het nummertje. En we zijn in enkele ogenblikken live. Woo! Hey, dankjewel Spray R1 voor het lidmaatschap, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Zo jongens, welkom. Dat waren iets te veel welkoms, maar welkom allemaal bij de stream. Super awesome dat jullie weer bij zijn. We gaan lekker een paar uurtjes live met GTA 5 online. We gaan heel veel races spelen. En het staat in de titel, oftewel we moeten ons eraan gaan houden. Bij elke DNF die ik haal, oftewel niet andere mensen van de crew die meespelen. Nee, elke DNF die ik haal, starten wij een trollrace. Ik heb 4 trollraces klaarstaan. Maar het kunnen er wel meer worden. Iedereen wil altijd trollraces zien. Dus we gaan het gewoon op deze manier oplossen. Zo simpel is het. Dus zijn jullie er nu bij? Ben je nu op dit moment aan het kijken? Hoor je me nu op dit moment praten? Druk dan zeker weten even op dat duimpje omhoog. Zou ik super awesome vinden. Dank jullie wel allemaal voor het intro. Dank jullie wel allemaal voor het support. Ik hoop ook dat jullie een fijn weekend hebben gehad. Want het weekend is alweer bijna voorbij na deze avond. En thanks allemaal sowieso voor het intunen en voor de support. Pak wat eten, pak wat drinken, ga even naar de wc's. Zorg dat je er klaar voor bent. En voor iedereen die op de PlayStation 4 versie van GTA 5 speelt en in de Jiraski opnamescrew zit, jullie kunnen ook weer gaan meespelen, want er kunnen gewoon weer kijkers meedoen. Dus zorg ervoor dat je even je GTA 5 opstart. Zorg ervoor dat je er klaar voor zit. Want als de sessie vol zit, zit de sessie ook echt vol. Dan zijn er geen plekjes meer. Zo simpel is het. Maar Pieter, welkom bij de stream. Cooper Braham, welkom weer bij de stream. Guido, oftewel Saxon, welkom bij de stream. Keen, welkom bij de stream. Hidda Rijsman, welkom bij de stream. Game Lionel, welkom bij de stream. Bram in het veld, welkom bij de stream. Jochem, welkom bij de stream. Nali, welkom bij de stream. Tibo, welkom bij de stream. De Beest, welkom bij de stream. Evan, welkom bij de stream. Jocht, welkom bij de stream. Perry, oftewel Provotox, welkom bij de stream. Als je mee wilt praten, Perry, let me know, bro. Danilio, welkom bij de stream. Tino, welkom bij de stream. Aldrik, welkom bij de stream. Jelte, welkom bij de stream. Vissen met Sten en Kian, welkom bij de stream. En succes op de wc. Kapitein Zeppels, welkom bij de stream. Hartsjoeper, welkom bij de stream. Robert, welkom bij de stream. Yuri, welkom bij de stream. Dancer, welkom bij de stream. Ronald, welkom bij de stream. Devlin, welkom bij de stream. Rickert, welkom bij de stream. Gamer Ken, welkom bij de stream. Safa, welkom bij de stream. Nederlands Games, welkom bij de stream. Mike, welkom bij de stream. Niels, welkom bij de stream. Mika, welkom bij de stream. Quinten, welkom bij de stream. Bob, welkom bij de stream. Bart, welkom bij de stream. Wilma, welkom bij de stream. Denzel, welkom bij de stream. Harm Jan, welkom bij de stream. Roen, welkom bij de stream. Nout, welkom bij de stream. Jens, welkom bij de stream. Jutsen, welkom bij de stream. Oh, ik kan het niet meer bijhouden. Nee, ik kan het niet meer bijhouden. Ik deed mijn best, maar het werkte niet. Spray R1, die heeft... Wat? Sinds wanneer kan dit? Spray R1, die heeft 5 lidmaatschappen cadeau gedaan in de chat. Hij heeft namelijk een lidmaatschap gegeven aan Hidde Rijsman, aan Rob van Gelderen, aan Mighty Bunny, aan Kuxla en aan... Jorben. Dus jullie zijn nu gratis even voor niets lid geworden van mijn kanaal. En dan heb je ook alle bonussen die erbij komen. Zoals een groene naam, emoticon bij je naam, emoticons in de chat. Alles wat erbij komt. Dus, hey Spray,
Dankjewel, bro. Ik wist helemaal niet dat het komt. Dankjewel voor je support, jongen. Estuardo, die had ook nog een 5 euro donatie achtergelaten. Sowieso, je krijgt de allereerste high five van mij. En hij zegt erbij, je bent de beste YouTuber van Nederland. Hey, Estuardo, ik doe mijn best, jongen. Zolang wij plezier hebben, komt het helemaal goed. En dankjewel sowieso natuurlijk voor al je support. Maar, ik ga even switchen naar GTA 5 online. Want, dan gaan we eens even iedereen in fighten. Terwijl ik even mijn draadje even goed moet leggen. Wat eerste race, stunt race. Ik heb geen idee wat voor race er allemaal voorbij gekomen. Maar dat zien we vanzelf wel. Ryan die speelt sowieso mee. Dus die zal ik even apart in feite. Perry die speelt ook mee. Maar dan moet ik even kijken of Perry mee wil praten. Ja of nee. En volgens mij kan de andere van de crew niet. Zo, ik heb even snel Thibaut een bericht gestuurd. Want Thibaut die wil volgens mij wel meedoen. Dus dat komt goed. Ik zal Perry wel gewoon even opbellen. En dan zien we wel of die komt. Is dat een strak plan? Jawel, toch? Hier. Hoppatee, ik bel hem gewoon op. Dan zien we het vanzelf wel. En dan ga ik even de rest in muten. Voor de mensen die het niet weten, Suus die praat ook mee. Want wij hadden een heel slim idee dat ze mee kon doen met GTA. Alleen speelt ze op de PlayStation 5 versie van GTA. Oftewel, die kan niet samen met de PlayStation 4 versie van GTA waar wij op spelen. Dus ja, ze praat wel gewoon lekker mee. En de anderen van de crew die kunnen niet meedoen. Oh, Thibaut die wil ook nog meedoen. Dan gaan we even Thibaut ook nog toevoegen. Hoppatee. Dat wordt gek. Oh, dit wordt gekkenhuis. Oh, heerlijk. Ik vind het altijd wel leuk als het gekkenhuis is. En dan zal ik ze even unmuten. Goede taak. Hola. Hola. Hola, hola. Wie? Si. Ja, bro, ik ga nog geen... Oh, nee, we gaan naar Spanje. Oké, Ryan, doe je beste Spaans. Dos cervezas, por favor. Si. Ja? Ja, dat is alles wat ik kan. Dat staat, daar houdt het ook gewoon echt mee op. Yo, Thibaut, jongen. Jij moet nog even opstarten, Thibaut, of niet? Ja, ik zat nog... Zo! Ja. Heb je de baard in de keel? Ja, ik denk het. Nou, hij is 18 geworden, hè? Applaus, hij is 18 geworden. Ja, Thibaut heeft de baard in de keel. Ja. Let's go, jongen. Let's go. Nee, ja, dan wacht ik al heel veel tot je bent opgestart. Ik heb jou wel geen feit, Ryan. Oh ja, we moeten even kijken wat was de sessie heeft gekikt. Oh ja, dat kan. Ik kan Suus ook. Suus, zal ik jou even feiten? Ja, zal ik je, doe zal maar. Ja. Ja, doe maar. Oh nee, die kan niet meedoen. Ja. Yo, Liam, jongen. Welkom, welkom. Als je mee wilt doen, Liam, laat me weten, bro. Iedereen mag meedoen. Behalve ik. Nee. Ja, behalve jij. Een PlayStation 5 versie. Ja, dan werkt het niet, helaas. Ga je ooit Uncharted doen? Ik heb letterlijk alle Uncharted delen uitgespeeld op mijn andere YouTube-kanaal. Behalve de Lost Legacy? Ja, die moet ik nog doen. Dus die ga ik ooit nog een keer spelen, Lost Legacy. Ryan, je bent geliefd. Ja, maar ik word de hele tijd online uitgegooid. Waarom werkt dit nooit, bro? Ja, probably. Oh, Timo die is gewoon online. Die Timo die gaat gewoon sneller joinen dan jij, hè? Dat weet je. Ja, waarschijnlijk. Oh, ik kan hem ook niet meer vinden, Ryan. Die staat niet eens tussen de lijst meer. Bezoek. Oh, hier. Nee, ik heb je gevonden. Oké, ik heb een nieuwe gestuurd. Oh, wat erg. Oh, ik ben verkouden sinds het weekend, echt. Oh. Ah, lekker, man. Gooien. Lekker. Oh, je krijgt de groetjes van Thomas, Suus. Dank je. Oh, en Thibaut, jij krijgt de groetjes van Enofixity. Oh, Keanu. Oh, dat is makkelijker. wil iemand nog de groetjes doen aan Ryan, jongens? Want anders voelt hij zich een beetje buitengesloten. Nou, ik zet Ben in, hoor. Nee. Oh my god. Oh, je krijgt hem van Timo. Krijg je dat? Ryan is weer aan het joinen, hoor. Niet gekickt worden, hè, bro. Oh, Timo is ook aan het joinen. Oké, let's go. Dan kan ik iedereen in feite. Oké, awesome. Voor de mensen die online zijn in GTA, jongens, de invites komen er nu letterlijk aan. En voor de mensen die nog moeten opstarten, ik zal snel zijn. Want volgens mij zijn er echt veel mensen online. Oh, Jesse Kok, die is er ook online. Ja, het is zondagavond. En het is voor heel veel vakantie. Echt? Ja. Oh ja, dus nee, vakantie.
Ja, dus iedereen kan meedoen. Maar jullie weten wat het deal is, hè? Elke DNF, of ja, elke DNF is een trollrace. Voor jou of voor ons? Als ik een DNF had, als jullie het halen, boeit het niet. Anders want... als iedereen ja, een trollrace. Bro, dan, ja, inderdaad. Dan waren nee, we, dan waren we de lul, ja. Nee, dan had het niet goed afgelopen, dat weet ik wel. Zo. Oké, als het goed is, worden het nu al in vijs gestuurd. Het duurt eventjes. Oh, Rickert geeft de groetjes aan iedereen die heeft geliked. Kijk, lekker bezig, Rickert. Oh, je krijgt nu van heel veel mensen groetjes, Rijn. Oh. Je moet ze wel even allemaal bedanken, individueel, hè? King Kian, bedankt. Quinten, ook bedankt. Hij doet het nog echt ook, hè. Groetjes. En nog meer groetjes. Ik heb jouw race nog niet gedaan, Jesse. We gaan dinsdagavond waarschijnlijk weer opnemen. Oh, hij is al gestart. Ja, ik ga hem gewoon starten. Ik heb geen geduld meer. Annetje, dankjewel voor het lid worden op mijn kanaal. Thanks voor de support en geniet van de emoticons in de chat. Je kan je gewoon lekker vol spammen, want je hebt toch niet getimed. En Esther Wardo, dankjewel voor je 3 euro donatie, bro. Thanks voor je support, jongen. Dankjewel. Hij had geen bericht achtergelaten, maar wel een donatietje. Ik ben geresubbed op Twitch, hè, Jan. Wat zeg ik? Ik ben geresubbed op Twitch, hè. Oh, echt? Thanks voor je resub, Ryan. Dankjewel, man. Dankjewel. Ik zal zo meteen de sessie volgooien, hoor, jongens. Dus, no worries. Ik heb slecht nieuws. Ik ben net op tijd. Oh. Tenminste, dat is... ik weet niet of dat slecht nieuws is, maar... Hoe gaat die, jongen? Nou, lekker, hoor. Met jou? Ja, lekker hoor. Hoe Perry, jongen? Ja, ja, Perry is er weer een keertje. Dan gaat het meteen weer zweten. Ja, kan het wel. Ja, maar Jesse, ja, pas op hoor, want Jesse die zweet ook altijd. Dat is een ballen ervan af. Ik en Ryan ook. Ja, dit is gewoon. Oh wacht, dit is gewoon een complete zweetlobby nu. Ja, ik ga moeten goed aandacht besteden van al die races die Jan nu doet. Ga ik goed maken. nou, deze race hebben we al een keer gedaan, maar ik weet eigenlijk niet meer waar. Zo door, zo, het is wel fijn dat het de stream zo is dat jij de DNF moet halen, Jan, en niet de Ryan. Nee, dat durf ik, dat doe ik. Dan kan ik de kijkers niet aandoen, nou, dat gaat helemaal verkeerd. Nou. Ja, maar ik word nu al eerst, hè, net ook. Ja? Want ik heb een rabietje. Ja, daar gaat hij al. Moesje nummer 1. Hebben jullie dat ook in streams dat je veel meer zweet dan in video's? Ik zweet altijd, ouwe, dus dat moet je bij mij niet vragen. Ja, in streams gaat het altijd beter om in de handen. Ja, dan concentreer jij je gewoon meer. Ja, hij wil gewoon niet live uitgelachen worden, dat is het bij jou. Klopt. Maar ja, als een video uitgelachen worden, vind jij het niet erg? Hij stuurt aan non-contact aan, dat scheelt ook wel. Ja, dat scheelt ook, ja, want ik kan niet contact aanzetten met 30 man. Ja, dan kan ik nog wat doen. Even normaal doorrijden. Slecht bocht, Timo. Ja, ik word vol. Ja, ik zag jou wegslippen, maar wie is die gast die eerst is? Dat is Jesse. Jesse, niet zo zweten, bro! Ah, je hoeft niet eerste te worden, Jan. Gewoon geen DNA. Nee, maar ik wil wel eerste worden. Nou, lap 2. Als we gewoon geen randje krijgen, is er niks aan het randje. Maar als ik eerst word, doen we face-to-face. Nou, oké, deal. Is dat een deal, chat? Als Ryan eerst wordt in een race, dan doen we een face-to-face. Zullen we zien dat Ryan straks eerst wordt in de trollrace of zo? Nee, dat telt niet. Nee, wel als er kijkers bij zitten. Als Ryan eerst wordt in een race met kijkers, doen we een face-to-face. Dat vind ik een betere deal. Oh, ik... Ja, je gaat toch niet eerste worden, dus dat maakt helemaal niet uit. Nee, ik heb een randje! Oh mijn god, ik zat lekker rustig te rijden. Nee, ik zag bij mij in de buurt. Waar span ik? Ik heb weer een randje. Wacht, nu sta ik 10e! Hey Ryan! Ja, maar ik heb hier al 2 keer een randje. Ja, ik had daar ook een randje. Oh, Perry heeft nu ook een randje, let's go! Kijk, als ik maar voor Perry... Oh, wacht, hey, Raymond staat voor ons, hè jongens. Dat kan niet. Nee, daarom. Dat is erger dan mijn DNF, joh. Ik gemaakt word door Raymond. Dat is erger dan de DNF. Dat zijn twee trollen. Die man wordt altijd gepest, jongen. Oh, we rijden gewoon laatste of zo, man. Ja, jullie rijden laatste. Ik rijd tegen een lantaarnpaal. En met mijn podiumplek kwijt door die boom. Ja, ik dacht gewoon, P8 of zo, dat kan nog wel, maar er zit maar 11 man in de sessie. Ja, daarom. De DNF die start zo al ergens, maar dit gaan we makkelijk redden. Ik ging de DNF haalt dan, dat gaat verkeerd. Ja, geef de boom weer de schuld. Ja. Bomen zijn relaxed. Dankjewel, Henkie. Thanks voor je support, jongen. Henkie, dankie. Dank je. Henkie, die tankie. De tank. Wat was die vorige stream? Zat er echt iemand in met een knijtergrappige naam, maar...
poepvlekje. Nee. Bro, wat is dit, ouwe? Ja. Nee, ik weet zijn naam niet meer. Misschien komt hij deze stream wel weer langs. Dan weet ik het weer. Als ik hem zie, dan weet ik het weer. Inkom race, natuurlijk is Jesse eerste. Ja, en ik doe mee, Guus ook. Let's go. Ik zie het inderdaad. Thomas en Guus zijn gejoined. Ik zal nu even iedereen de feiten, jongens. Wie is die dame die twee keer op je Twitter stond? Ryan de Bakker. Nou, jij staat er wel vaker op dat twee keer. Ja. Dankjewel, René. Mega knetter. Ik schrik me helemaal in kloot. Ik moet dat ding echt zachter gaan zetten. Maar dat zeg ik al 3 jaar volgens mij, dat scheelt. Ik doe wel... Wacht, het is 8 kilometer. Het is een koek. Ik kan niet eens lezen wat er staat, joh. Kirchhauf Kaftai. Geen idee. Ik doe 1 lap, want ik vertrouw er helemaal niks van. Ik doe gewoon 1 lap, dan ga ik wel even snel... Jij hebt wel een plaatje. Ik heb geen plaatje. Oh nee, die laat bij heel veel mensen niet, nee. Klopt. Spray R1 heeft ook nog 22 euro gedoneerd. Dankjewel voor je support, jongen. Hij zegt, wanneer gaan jullie de GTA 5 op de PlayStation 5 versie spelen? Hele goede vraag. Alleen als Angelo nou een keer een PlayStation 5 koopt, dan kunnen we ook echt de PlayStation 5 versie gaan doen. Angelo. Dus Angelo, schiet nou op! Ja, hey, dankjewel. Nee, die is niet zo snel. We hebben echt al, bro... We hebben misschien al 10 linkjes naar hem doorgestuurd waar die op voorraad was. En ja. Ofwel ligt hij te slapen, ofwel heeft hij geen tijd. Nee, hij heeft er geen tijd voor. Hij heeft er geen zin in. Hij wil gewoon op de PlayStation 4 versie met 30 fps blijven spelen. Hoort er ook bij. Krijgt de crew nou geen invite, of? Oh, je kan met de trein daarachter. Oh, nee, ik zit nog in een... Oké. Ik moet na deze race pas ik het even aan. Jullie krijgen geen invite, jongens, omdat ik in de verkeerde sessie zit. Dus na deze race pas ik het even aan. Maar dankjewel, Spray, voor je donatie, jongen. Geniet lekker van de stream, bro. En dankjewel voor al je support. Hij is al gesubbed, hij heeft al 5 subjes weggegeven en hij heeft nog gedoneerd. Dus dankjewel, Spray. Ik zie je ook in de chat voorbij komen, als je gewoon wilt chatten. Dan hoef je niet te doneren, want ik zie de chat ook. Dankjewel voor je support, jongen. Het is hier zo rustig, ik heb muziek aan staan. Heb jij gedoneerd, Ryan, of niet? Nee. Oh, want ik heb een 2,49 € donatie ontvangen van de Walking Dead fan. Oei, ja, Rijn is ook een Walking Dead fan. Maar ik ben een sessie uitgegooid. Oh, lekker. Ik moet zo meteen toch een nieuwe starten. En hij vraagt wanneer weer Dead Island 2. Ryan is een... Dan mag ik zelf invullen wat. Ryan is een... Pannenkoek. Pannenkoek. Poffertje. Zo groot ben je niet. Moet ik nog even kijken, de Walking Dead fan, wanneer we weer Dead Island gaan doen en of we het nog gaan doen. Dus ja, houd even in de gaten op mijn kanaal. Maar dankjewel voor je supertext, dankjewel voor je support. Mr. Pico die had ook nog 2 euro gedreven en zegt, hey Jan, alles goed? Met mij gaat hij lekker, hoe gaat hij met jou, Ryan? Goed hoor. Hoe gaat het met jou, Perry? Ja, stabiel. Hoe gaat het met jou, Tibo? Goed, goed. Hoe gaat het met jou, Suus? Ja, goed. Originele antwoorden allemaal, let's go. Oh, vast over de paal. Ik hoop dat het met jou ook lekker gaat, Mr. Wow, er slipt al iemand weg, ik ging ook bijna. ik was aan het vliegen, hè? Zag je het niet? Mijn hele auto ging zijwaarts. Uh-oh. Ryan, waarom zit je geliefd? Ja, omdat zijn internet, hij heeft zijn internetrekening niet betaald. Let's Klopt, go. Dat is echt wel serieus zo. Heb je... Oh, nee, je hebt een randje! Hoe zat je daar een randje? Ja, ik weet niet, ik vlieg opeens. Yo, maar je was al geland toch? Nee. Ja, ik weet niet opeens mijn achterkantje de lucht in. Ja, dat doet Ryan ook wel eens. Nee, mijn rekening moest betaald zijn tegen 10 april en ik heb hem gisteren betaald. Wat? Ja, ik ben 2 keer vergeten. Maar heb je niet gewoon automatisch in kassa aan? Ja, dat heb ik nu ingesteld. Ja, misschien dat je daar op de sessies uit wordt gekikt, omdat je gewoon je rekening niet op tijd betaalt. Volgens mij hebben ze gewoon op slechtere diensten gezet. Oh ja, dat kan ook. Dat is ook maar je telefoon als je internet op is. Dan gaat die ook, omlaag. Hoe noemen jullie dat? Incasso? Automatisch incasso. Dat is gewoon automatisch wordt afgeschreven. Is dat geen domiciliering? Wat? Dat? Daar heb ik echt nog nooit van. Bij ons heet dat wel zo, ja. Nou. Ja, bij ons heet dat domiciliering. Domiciliering? Nee. Domiciliering. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het automatisch incasso. Dat is een luxe woord dus eigenlijk.
Ja, ik weet niet. Ja, bij ons heet het gewoon domicilie. Draai je auto in de lucht, Perry. Oh, nee. Oh, ik zie... Oh, verkeerde camera. Oh. Ja, daarom zeg ik het even. Ik help je, zie je dat? Dat vind ik aardig. Ja, ik draai dan wel verkeerde camera. Maar... Als Jesse me nou even eerst laat worden, dan zou ik het ook wel prijs stellen eigenlijk. Oh, dat ging bij de fout. Maar hoe is die Jesse zo snel, man? Dat kan niet, hoor. Hij is ook, wat is hij? Welk level? 1125. Ja, maar dan alsnog, bro. Die gast, ik... Nou... Jesse, je mag niet meer meedoen, hoor, als je zo goed bent. Ja, je moet gewoon slechter worden. Dat heb ik ook gedaan. Ja, jij bent wel wat afgezwakt, ja. Ik lig gewoon voor je, hoor. Ja, ik had een foutje gemaakt, maar dat komt wel goed. Oh ja. Maar daar ben ik niet van je gewend. Oh, Jesse, heb ook een foutje gemaakt. Of laat me eerste worden. Ik doe gewoon alsof Jesse een foutje heeft gemaakt. Hey, je bent bij de finish bijna. Ja, daarom. Maar dan moet ik hem nu wel verhalen. Oh nee, pak mijn slipstream, die lul. Hij doet low jump, geen randje. Kijk, meer. Geen randje. Nee, ik heb een goede landing. Hey, oh! Jesse niet. Hoppa, tweede. Let's go, dan ben ik eerste. Nice! Ik weet niet of Jesse dit expres deed dat hij me eerst liet worden. Of hij had echt een randje. Maar ik zeg gewoon dat hij een randje had. Weet je, zo simpel is het. It hurts. Hey. Ik moet even de sessie opnieuw starten. Is iedereen gefinished van ons? Nou ja, Raymond doet het niet, dus ik ga er gewoon uit. Doei. Ik start de sessie even opnieuw. Dan kan ik sowieso iedereen in feiten. Want ik zat per ongeluk nog in de verkeerde sessie, dus vandaar. Estuardo, die had nog 3 euro mega donatie. Boodschap. Ik schrik er weer van. Ik moet even 10 seconden wachten. Wacht even. Bam, bam, bam. Kan ik via online gewoon een nieuwe session? Ja, toch? Public session. Dat kan wel. Oh my god. Eswardo had nog 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, wat is Rijn zijn echte afkomst? België of Frankrijk? En wat kan hij beter praten? Vlaams of Frans? Nou, die kan ik eigenlijk ook beantwoorden. Maar jij mag hem beantwoorden, Rijn. Ik ben Belg. Dus wat kan je beter praten? Duits. Ja, nou, je hoort het. Je hoort het hier van de enige echte. Nederlands. Maar binnenkort ben ik geen Belg meer, hè? Wat, ga je naar Nederland verhuizen? Ja. Oh, gezellig. Waar ga je naartoe? Naar Limburg. Ga je naar Limburg? Ja, ik ging net zeggen Limburg, maar ja, daar ben ik mezelf helemaal niet aan in. Ga je bij Robin wonen? Ja. Hey, dankjewel. Dankjewel, Estuardo, voor je 3 uur donatie. Dankjewel voor je support. Pyro079, die had ook nog een 1,49 euro supertanks achtergelaten. Dankjewel, Pyro, voor je support. Je moet nog even 8 maandjes wachten, dan kan je weer aan de slag als Pyro zijnde. Maar dankjewel voor je supertanks, jongen. Rednas Hero is er ook weer bij, want die heeft een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt, ben ik weer, hoe gaat die? Groetjes aan de crew. Jullie krijgen groetjes van Rednas Hero, dames en heren. Groetjes terug. Dankjewel voor je donatie, jongen. Hier gaat sowieso alles lekker. Dan moet ik even die eerste 2 races uit die playlist halen. Ik denk dat we vandaag geen DNF's gaan halen als het doorgaat. Ja, jawel. Oh. Komt er goed. Nee, ik ben lekker aan het rijden, hoor. Of je moet gewoon expres hele slechte races toe gaan voegen. Ik zit er wel een paar... Randjes races. Tussen. Ja, volgens mij... Ik heb gekeken wat voor races het waren, maar... Volgens mij zijn ze niet allemaal even goed. Ik heb nog geen invite. Nee, ik ben de playlist aan het starten! En als laatste had Youssef nog een 11 euro supertext achtergelaten. Zegt hier voor Angelo, zodat hij de PlayStation 5 nu kan halen. Kom op, mama, wacht al jaren. Ja, hey, stuur gewoon allemaal Angelo een tweet dat hij de PlayStation 5 moet halen. Ja, ga het ook niet doen. Ja, gewoon allemaal. Ja, okay, haal de PlayStation 5. Met een linkje erbij waar hij me kan bestellen. Dan kunnen we de PlayStation 5 versie gaan spelen. Ik ga jullie wel weer in feit allemaal. Oké, daar komt hij. Nu kan wel iedereen joinen. Ik heb het warm. Heb jij het warm? Ja. Ik was net lekker mijn gras aan het maaien en toen begon het te spetteren. Toen heb ik snel al het gras opgeruimd en de graspaaier opgeruimd. Ja, te regenen. No. En toen ging het los, joh. Het ging echt even hard tekeer. Maar ja, morgen moet ik nog een stukje afmaken, dus doe ik morgen wel. Oké, hebben jullie allemaal een vaat? Ja, zeker weten. Tenminste, ja? Ik wel, maar... Ryan? Nee. Bro. Altijd eentje. Ja, het is echt niet normaal altijd. Je staat ook niet online. Jawel. Oh, jawel. Zijn internet is helemaal uitgevallen. Hier, je hebt er één. Helemaal niet. Jawel. Heb je hem? Oh, nu wel. Oké, dan even snel de crew, want die sessie zit echt snel vol, man.
Jan, ik heb een probleem. Wat is je probleem, Nadja? Wat is je probleem? Oh ja, dankjewel nog, Youssef, voor je donatie, jongen. Dankjewel nog voor je support, man. Sorry, ik had helemaal niet denkjes gezegd. Ik word ook helemaal afgeleid. Kijk, nu krijgt wel iedereen in feite. Oké, chill. Chill. Yo, Kuksla. Yo. Waar ik woon heeft het vandaag gesneeuwd. Waar woon je? In Zwitserland. Oh, hij start automatisch. Is niet erg. Zijn toch nog aan het joinen. Ik heet Jan, jij ook. Waarom is je naam op YouTube dan Lucas? Dat is misschien gewoon zijn gamenaam. Ja, maar hoezo? Ja, jij heet Lucas. Ja, maar ik ga toch ook niet... Ik heet Jan, ik ga toch ook niet als gamenaam doen Herman de Koning? Dat klopt toch helemaal niet? Dat is wel zieke undercover. Ja, dat wel, ja. Niemand gaat je ooit zien op internet. Nee, dat klopt. Herman de Koning, ja, maar die is wel in gebruik, denk ik. Dat is wel jammer. Even wat minder mijn best doen dan maar, zegt Jesse Kok. Nee joh, ik maak je toch gewoon in, Jesse. Ja, wel voor Jan finishen, anders krijgt hij nooit die DNF. Ik ga vandaag geen DNF halen. Als je in die flow zit, dan op zich. Ja, en als jij meedoet terwijl je niet meer zo goed bent, dan komt het wel helemaal goed hoor. Daarom. En natuurlijk doet ook Ryan mee, dus. Ja, die ligt toch altijd achterin, joh. Of hij wordt gekikt. Ja, precies. Internetproblemen. Ga je ook Diablo 4 spelen? Diablo 4 ga ik niet spelen, want dat vind ik zelf niet zo leuk namelijk. Hey Jan, mag ik u iets vragen? Oh, ik word echt oud. Pas op. Nee, je mag altijd wat vragen. Een agent roept tegen Jan, je moet stoppen. Je hebt geen licht en geen bel. Zegt Jan, ik heb ook geen remmen. Bro. Is dit het niveau waar we naartoe gaan? Of waren we daar al? Je hebt het over stoppen. Ik zag zo'n filmpje in Amerika van nou zo'n zelfrijdende auto en dan... Oh ja, dan probeert de politie te staan te houden. Ja, zwaar kansloos. Echt supermooi was dat. Ja, maar je ziet toch ook dat niemand achter het stuur zit. Hoe wil je hem dan staan te houden? En die gast maar met zijn handje zo van, ja jongens, nu moeten jullie stoppen. Ja. Al die mensen in die auto zwaar lachen. Ja, maar dat natuurlijk gaat nog wel een probleem worden hoor, met die self-driving cars. Ja, maar je moet gewoon heel de weg blokkeren of zo, maar ik weet niet of die dan... Jawel, dan stopt hij. Als hij niet... Oh! Oei, ik heb nu al... Ik heb hem niet. Als de heel de weg geblokkeerd is, dan stopt hij sowieso met rijden, maar de deuren en alles die blijven op slot. Dus ik ben geboomd. Het is echt apart. Ik ben geschorst. Wat een hetzelfde idee. Krijgen jullie allemaal een randje of niet? Want ik zie echt veel mensen crashen. Ik sta 19e en de rest rijdt wel dicht bij elkaar, dus ik denk dat er... Nou... Ik sta eerst. Ik weet niet hoeveel ik sta, want hij is aan het... Ik ben nu op de Amerikaanse platform. Ik ben aan het vliegen. Oh, ik land nu ook op dat Amerikaanse platform. Nu pas. Ergens. Nu pas? Wat zou je mond, joh? Ryan gelijk Kokkie doen nu die eerste staat. Ja, maar die gaat toch niet eerste worden, want dan moeten we face-to-face doen. Dus beter laat hij nu ook geen eerste worden. Oh, dit platform. Hij staat nu al 9e, dus. Jesse, toch beter je best ook doen. Haal hem. Jesse staat eerste, toch? Ja, hij staat gewoon weer eerste. Ja, let's go. Waar ben je nou, Ryan? Ja, je rijdt letterlijk voor me. Wat, ik rijd voor jou? Nee, Jesse. We rijden letterlijk allemaal bij elkaar. Ik lig 18e, dus dit gaat... Jesse rijdt voor iedereen. Dit gaat... Oh, oh dit gaat niet zo lekker. Oh. Oh, dit is al lap 2, joh. Hoeveel man zit er in de 16? 28 of zo? 29. Oh, daar start de DNF. Oh, als mij doe je GTA heel erg. Kut. Ik zie heel veel mensen gekikt worden. Ja, ik zie het ook, ja. Het ligt er niet aan mijn internet. Nee, ik denk dat er GTA zelf ligt, maar ja, we zien het wel. Of zijn gewoon heel veel Belgen die niet betalen. Ja, ik denk dat. Die hebben allemaal automatische incasso niet aanstaan. Ja, dat zijn al die mensen die niet betalen. Die zijn allemaal de Sjaak. De domicileringen werken niet. Jesse, ik sta weer 10, dus ik heb er geen last meer van. Nee, Jesse niet doen hoor, Jesse! De jongens, laat me eerst, maar dan gaan we face-to-face. Nee, ik ga weg met je face-to-face, man. Want dan krijg ik sowieso een DNF. Dan moeten we nog een troll eens doen ook. Ah, kijk. Nee. Ken je Don? Ik ken Don zeker. Hier. Vijfde pas. Ik kreeg tegen zo'n ring aan. Oh, daar lig je nog achter mij ook. Ja, ik lig er ook nog achter. Ik dacht, er is geen zweten in streams, Thibaut.
Ja, dat dacht ik ook. Nou, ik ben 13 ongeluksgetal. Wacht, iemand heeft een grap in de chat gezet, maar ik ga hem even eerst in mezelf lezen voordat ik hem hardop lees, want... Oké, die is echt totaal niet grappig, ze gaat het niet eens proberen. Ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Goed, vind je die grappig? Nee, ik vind hem niet grappig, maar ik heb hem nog Oké, voor de mensen die de chat niet aan hebben staan, ik zal hem even oplezen, want anders weten jullie nu waar ik het over heb. Daar komt hij. Twee oenen zitten in een rubberen bootje, zegt de een tegen de andere. Er zit een gaatje in de boot, er komt water binnen, zegt de andere. Dan maken we er nog een gaatje bij, dan loopt het water daar weer uit. Ik hoorde de krekels. Je zei dat je het een leuke grap vond, Perry! Ja, nou, niet per se leuk, maar wel origineel. Ja. Ja, maar origineel is niet altijd leuk. Ja, maar misschien ligt het ook aan de manier van brengen, hè? Dus nu is het mijn schuld! Ja, dit is jouw schuld, ja. Nou, wat is dit nou weer dan? Nou... Maar nu komt waarschijnlijk iedereen met een hele slechte grap, hopende dat... Ja. Dat die wel leuk is, eigenlijk. Hey, dankjewel, Kenan. Thanks, jongen. Thanks. Er staan 10 vrouwen onder 1 paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? Het regent niet. Oh mijn... Kijk, die is nou wel grappig. Die is nou wel grappig. Hé. Hey. Oh echt, heeft Don iets in de video gezegd? Ja, Don is wel een legend, oh. Over welke Don hebben we het nu? Don de Jong. Ah, oké. Er zijn veel Don. Meer mensen meer om te liken. Wat is dit nou weer? Ja, wacht. Wacht, wat race is dit? Oeh, nee, dit is heen en weer. Oké, ik hou non-contact aan. Oh, maar dit is ook weer een auto die ik natuurlijk niet heb. Als we geen stuntrace krijgen, dan zet ik contact aan. Dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Al die grappen, jongen. Oh. Ja, nu staat nu echt... Iedereen heeft nu gegoogeld. Leuke grappen. Originele grappen 2023. Ja, maar het ergste is ook 99% van de grappen kennen we al. Nou, gelijk. Ja, stel hem al. En sommige mensen die zetten hun grappen bij zonder dat antwoord, dus... Daar hebben we ook niet zoveel aan. Hoe noem je een heks in de woestijn? Een sandwich. Oh. Die heb ik eigenlijk een paar jaar geleden gezegd tegen jou. Echt? Oh, ik wist hem niet meer hoor. Oké, ja, die vind ik wel leuk. Zo, nu staat het echt helemaal vol. Die grappen! Er zitten 2 vliegen op een kale kop van een oude man. Zegt de een tegen de andere. Weet je nog dat we hier altijd verstoppertje speelden? Ik moet... We zijn begonnen, Jan. Oh, shit! Ja, ik rij. Ik help je nog, hè? Ik lig gewoon 22e nu. Die customs is schieten. Oh, 24. Dat was niet zo handig. Ja, ik ga me wel voor concentreren, want dit gaat anders niet goed aflopen. Ik denk dat dit gewoon... Wat is dit voor een race nou dan? Stunt wel. Ik heb geen... Ja, het moet een stuntrace zijn, maar... Oké. Ik sta laat. Dit is echt zo'n slip ding. Echt, er staan zulke slechte grappen in de chat. Holy knetter. Oh. Er geen iemand. Oh, er gaat nog iemand. Maat. Maat. Dit is een... wat, er vliegt iemand door dat ding heen! Oh ja. Yo! Ik... Jan. Ja? Wat zegt Kwak tegen Kwik? Je zegt het verkeerd! Wel, je zegt het verkeerd! Nee, ik moet daar mee. Je zegt, wat zegt Kwark tegen Kwik? Maar het is Kwik en Kwak! Nee, het is eentje dat ik zelf verzin. Oh nee, maar dat moet je niet doen, Ryan. Nee, wat zegt Kwak tegen Kwik als het in zijn hoofd stijgt? Temperatuur is te hoog? Nou? Nee, Kwik gaat omhoog. Kan iemand even een krekelgeluid opzoeken, alsjeblieft? Dit is no. Ik heb het helemaal origineel zelf bedacht. Oh, wacht even, ik zit in die stunt! Holy shit! Bro! Deze is niet mooi. Oh nee, hier gaan DNS vallen. Wow, yo. Hij is niet zo moeilijk. DNS vallen, maar niet van mij, hoop ik. Wel bij jou. Derde? Ja. Ik heb hem ook, 5e. Hey, wat, hebben jullie hem? Hoe zijn typo hem? Hey, hoe is dit? Maat, ik zit die chat te lezen met die moppen, ja, dat is echt slecht. Ja, ik heb een koninklijke drol, een maai schijt. We gaan het laten zien ook, Tibo. Huh? Oké, wacht. Nu gaan we het ook laten zien. Wat is dit voor auto, Mercedes of zo, of niet? Ja, de Schlachen GT.
Kemeri. Oh. Ik moet hier voor mijn concentratie gebruiken. Wat is dit, joh? Gaat hij nog ver door? Oh nee, dit is hem. Oh nee, niet onder de checkpoint! Oh, ik heb hem. Ik sta 16e. Uh-oh. Let's go. Ja, dat is precies fout. Hey, Thibaut. Ja, dat is inderdaad wel we fout. We kunnen voor de winst gaan. Ja, precies. Als maar dan moet die eerste... nummer 1 wel even missen. Die heeft denk ik een... Die heeft een rijdt... Oh, wacht. Jullie moeten terug, of niet? Ja. Ja, ja. Hey! Hey! Ik moet nog even, hoor. Komt iedereen tegen nu? Heb jij een Perry of? Nee, zeker niet. Oh, is een Mercedes GTR. Is dit een Mercedes GTR? Ja, ik weet niet waarom ik zo snel ga. Dan vind ik hem niet zo mooi eigenlijk in GTA. Hè? Ik vind sowieso Mercedes niet echt mooie auto's, moet ik zeggen. Ik zie al mensen naast de baan terugrijden, dat kan niet, hè? Ja. Was Ryan zeker weer. Wat? Nee, niks. Hoeveel sta jij, Ryan? 6, hè? Oeh, echt? Ik slip weg. Oh, ja. Echt? Ziek. Wat is dit, joh? Ja. Ja, jullie denken echt dat ik noob ben, hè? Maar ik ben gewoon professional. Maar je bent ook noob? Ik denk het niet. Professioneel noob. Professioneel noob. Ja, dat is ook professioneel. Hey, Thibaut. Hey. Hoezo ga je zo snel? En die speedhacks. Oh, helaas, hij heeft hem ook. Ja, klopt. Die waarheid is niet zo moeilijk. Oh, nu ga je zo snel. Oh nee, kut! Ja, nu heb jij kut, ik zit al die grappen in eerst in mijn hoofd op te lezen, maar nu knal ik vol tegen dat platform aan, man. Ja, smoesjes. Nee, ik zweer het, ik zit ze allemaal op te lezen, ja, maar ik wacht tot er een goede tussen staat, maar dan kan ik lang wachten, DNF? Denk ik. Wordt een DNF? Nee, helemaal niet, ik haal hem gewoon in één keer. Ik ga toch niet hier een DNF halen, man, wat denk je? Hier, iedereen zit bij die stunt, zelfs Guido. Een onderbroek custom. En nog een onderbroek zitten in de wasmachine, zegt de een tegen de ander, ga je nog op vakantie? Nee, zegt hij, ik ben al bruin genoeg. Ja. Okay, nou, fuck, nu rijd ik ernaast, Perry. Daar ga ik nog mee hele slechte Ik geef gewoon jou de schuld hiervoor, hoor. Oh, nee. Dit gaat wel een DNA. Dit wordt een trollrace, jongens. Bro, wat is dit? Wat zeg je tegen een andere hond? Gezondheid. Nee. Dat vind ik dan wel weer heel leuk. Woe! Ik ben er nog op. Ik moet alleen het laatste stukje nog even halen. Guido gaat vol langs met zijn custom. Deze was wel close. Wat mijn stuntje. Ja, nee, alles op de controle, Perry. Kijk wat skills. Oh. Hier, mooie landing. Iedereen crasht voor me. Nog even wat mensen inhalen. Kijk. Nou, nog iemand inhalen. Ik heb er even voor ik heb hem op voor Angelo. Ook al is hij hier niet. Oké, okay, zeg maar. Wat is het toppunt van gemengde gevoelens? Ryan en Angelo. Nee. Je schoonmoeder en je gloednieuwe BMW en het Traveen laten zien. Dat zegt hij ook voor Angelo. Ja. Echt. Ja, dat was geen goed idee om te beginnen met die grappen. Nee, maar het ergste is ook... Elke grap in de chat die hebben we al 100 keer gehoord. Dus ik ben aan het wachten tot er een originele tussen zit, maar... Wow, hier. Weet je waarom de bakker er niet meer bij is? Hij is opgegeten door het tijgerbrood. Dat vind ik nou wel een goede grap. Kijk, die was origineel. Lekker bezig. Iedereen zit nou gewoon geconcentreerd die chat te lezen, hopen op een leuke joke. Ja! Oh! Er heeft nog iemand gedoneerd die Jaraski heet. Let's go! Wacht, even kijken. Dat is niet slim, hè? Dan verlies je nu alleen maar geld. Ja, maar... Hij heeft geen berichtje erbij gezet. Wacht. Oh nee, hij heeft zijn echte naam ook veranderd in Jan Kaspers. Ik wou zijn naam opzoeken, maar hij heeft zijn naam ook in mijn naam gezet. Alleen heb ik wel die e-mail, kut. Ja, maar dat is ook niet zijn echte naam, jammer. Ik probeer hem op te zoeken. Hé, dankjewel, onbekend persoon voor je ene donatie, jongen. Mr. Pico die had nog een 3 euro supertext achtergelaten. Zegt, Rijn wordt nooit eerste, dus geen face-to-face. Hé, alles is nog mogelijk, hè. Je weet niet hoe het gaat. Ik had wel bijna nu een DNF, maar weet je, wij stressen niet. Dat doen we niet aan. Oh, hey. Wat? Hè?
Ja, er staat hier weer iets met big spoilers. Die heeft Ryan er zeker weer nog op zitten, of nee, niet? Nee. Die, als het goed is, heeft hij eraf gehaald. Ik heb hem in ieder geval niet op, mijn Fagner. Want als het goed is de Fagner stunt. Dankjewel, Mr. Pickle, voor je 3 euro supertanks, jongen. Dankjewel voor je support. En Tony, die had nog een 1 euro supertanks achtergelaten. Tony, jij ook nog bedankt voor je support, jongen. Hij heeft geen bericht achtergelaten. Maar dankjewel, bro. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Weet je hoe een pratend brood kunt bakken? Met voicemail. Ja. Wat is dit dan? Het zit in de klas en stinkt heel erg. Ra, wat is het? Ryan. De Rio-leerling. Ze worden ook gewoon... Oh nee, ik heb mijn boost weer niet. Oh shit. Ze worden ook gewoon slechter en slechter. Heb jij nog een goede Suus? Ik? Nee. Ja? Oh. Ja, nou... Wacht. Moet je even Google erbij pakken. We zeggen niks. We hebben er niet over dat je nu naar Google gaat. Daar gaan we niet over beginnen. Allemaal zijn nog die mensen die een grap achterlaten en dan iets seconden later een time-out krijgen. Dan weet je waarschijnlijk al wat een grap het is geweest. Ja, klopt. Als je iets verkeerds in je grap zegt, dan word je inderdaad automatisch getime-out, jongens. Dus let er wel een beetje op. Hoe noem je een pannenkoek zonder kaas? Wat is dit dan? Oh joh, zieke race. Oh, komt hij uit? Ja, nee. Holy crap, hij komt wel uit hoor! Oké, die is wel echt sick. Wat was er nou, een pannenkoek zonder kaas? Ja, een pannenzoek of zo, weet ik veel joh. Oh. Maar dit is echt een fucking vette race, ja, ouwe! Deze is echt lijf. Wow, yo. Heb je er een gevonden, Suus? Echt twee keer al niet goed uit, hè? Oh, je moet omdraaien. Ja, wat denk je zelf, bro? Ga jij er vol tegen? Nee, ik slip helemaal weg. Oh nee, dit is ook echt heel slecht. Oh, dat meen je niet. Dat is alleen maar grappig. Je mag hem oplezen, hè, Suus? Nee, wacht, ik ben even aan het kijken. Ik vond deze heel grappig. Gaat ze het doorsturen? Ja, ik ben even... Ik weet waarom ik hem niet haal. Nou, je hebt een spoiler erop. Ja. We zeiden het nog, bro! Oh, wacht, nu heb ik hem. Ja, ik sta 9. Dit is echt een goede race, man. Deze moeten we ook even in de video doen. Ja, zoveel slechte grappen op het internet. Het is gewoon bizar. Nou, pomp er even heen dan. Ja. Moet hij wel heel goed zijn, hoor. Ja, daarom. Ik ben echt... Geen stress. Wat ik al jullie verwachtingen doen, gewoon. Ja. Oh, dit is echt zo dood. Oh, maar deze race? Nee, ik heb de... Oh, ik moet hem zelf draaien, want ik mis die flip. Oh, gaat goed. Echte professional aan het werk. Pro-racer, hè? Dat staat in mijn GTA. Ah, yes, it choked. Low jump foul. Ja, maar er zijn twee laps. Oh, je bedoelt helemaal... Oh, je bedoelt daar op het einde. Oh! Ja, hij te laag. Ik dacht dat ik laag kon springen, maar ik kwam net op het randje, man. Grote mond wordt gelijk afgestapt. Ja, ik sta vierde, derde nu. Oh, ik heb Jesse ingehaald. Let's go. Oké, dan haalt hij mij weer in. Ja, tuurlijk, want ik had vet slechte bocht. Een man zegt tegen zijn vrouw... Schat, laten we eens een mooi weekend van maken. Wat een leuk idee, zegt de vrouw. Antwoordt de man erop. Prima, dan zien we elkaar maandag weer. Ja, die is wel mooi. Ja. Maar jij krijgt gelukkig geen vrouwen, daar heb je geen last van. Ja, precies. Ik heb er ook geen last van. Holy fuck, ik schrik me helemaal de knetter. Thanks, brother! Oh, ja. Oh, nee, hij weet wel. Kom uit. Nice! Die tweede flip, je denkt eigenlijk de hele tijd dat hij niet gaat lukken ofzo. Nee, je moet gewoon niks doen. Oh, die tweede ben ik nu bij. Deze race is helemaal geflipt. Holy knetter. Ja, letterlijk, ja. Hey, dankjewel, Svennen. Dankjewel voor je 60 euro supertank. Ik zal hem zo meteen even oplezen, bro, want... Ik sta namelijk nog derde of vierde of twee... Ik heb geen idee hoeveel ik sta. Dus ik moet nog even blijven opletten. Hey, Jan, kijk eens aan je achteruit, kijk. Wacht, rij je achter me? Ja. Let's go. Wel even door blijven rijden dan, hè? Ja.
Ik was daar een beetje weggeslipt. Daar, ja, ik reik ook bij die bocht, ja. Heb je die al gehoord? Op de A4, Den Haag-Amsterdam, is een tankwagen met zoutzuur gekanteld. De file is inmiddels opgelost. Jongen, jongen, ja, die, ja. Ja. Goeie. Ik hoop nu wel dat ik niet weer die flip mis, eigenlijk. Ja, dat is helemaal geflipt, zijn. Oh, hier. Oeh. Ja, hier kan je hem zelf draaien, maar bij die volgende is het best wel tricky. Hop. Nice. Hoe sta jij, Perry? Ja, nog eerste. Oh. Ik zeg even niks. Nee! Ja, bro, nu ging ik te laag. Oh, iemand, Captain Spooky, die zit hier ook nog. Yo, Captain Spooky. Die zit ook echt al jaren bij jou, hè. Let's go. Kijk. Nou, mijn doelstelling is ook weer gehaald. Lekker. Nog ik heb natuurlijk nog even ingehaald. Even. Goeie landing, goeie landing. Nice. Misschien kan ik hem nog inhalen. Waar is die finish? Na de bocht van rechts. Oh, hij heeft een randje. Doei, ik ga je even inhalen. Thanks. Dan word ik mijn lievelingsgetal. Let's go. Awesome. Had je er nog geen gevonden, Suus? Nee. Alleen degene die ik stuurde, maar... Ik vond die zelf gewoon heel grappig. Oké, ja, maar die moet je wel voor oplezen. Wel okay, met... Gewoon wel... Ja, jawel, ja, dat kan je wel. Ja, kan ik dat? Ja, ja, dat kan je wel. Oké. Okay. Wat krijg je... Oké. Okay. Wat krijg je als je een flauwe mop kruist met een motorfiets? Nou? Nee, je moet wel allemaal raden. Ja, maar ik zie het al. Een flauwe mop met een motorfiets? Met een motorfiets. Ja. Ja. Waarom zo'n flauwe mop? Een flauwe mop kruist met de motorfiets. Een... Ik ben zo benieuwd hoe ze dit antwoord gaat zeggen. Ja, doe een gokkie. Ja, doe mop. Goed. Een e-bike. Ik heb echt geen idee. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ja? Ja, zeg het maar. Een Yamaha. Wat? Ik weet wat er gaat komen nou. Oké, lees hem even voor. Oké, een Yamaha. Oh my. Wat is dit voor antwoord? Een Yamaha! ja. Ik was benieuwd hoe je dat antwoord zou zeggen, maar dit was beter dan ik dacht. Ik was zelf in de lach. Hoezo snap je niet? De flauwe mop kruist met de motorfiets. Yamaha! Ja. Ik ben eruit gekikt. Zo slecht. Alweer? Dan is die rekeningen naar je. Ja, echt. Ja, maar het is GTA hoor. Heb je het niet overgemaakt naar de verkeerde... Heb je geen geld meer op GTA dan? Nee, GTA. Ik zie het ook. Ik zie heel veel mensen laggen namelijk. Dus ik zie het ook voorbij komen. Even kijken hoor. Vindy had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel voor je sportbureau. En hij zegt erbij, Jentel is mijn schatje. Ey, gefeliciteerd met... jullie beiden. Wie wil mee schatje zijn? Angelo. Dankjewel, Levin, voor je 3 euro donatie, jongen. Kiara, die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. Zegt erbij, waarom is de kebabzaak gesloten? Ah, die ken ik al. Durumstandigheden. Ja, dat is goed. Die is wel leuk, maar ik kende hem al. Die is wel leuk. Hey, dankjewel voor je 2 euro supertext. Super, super gaaf van je. Svennen, die had nog een 59,99 euro supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, terwijl ik heel snel probeer Ryan even te inviten. Als het goed is, heb je er een, Ryan. Oh, nee, hij zit vol. Nou, kick hem eruit. Ja, ik kan niemand kicken, want het is een open sessie. Ik heb een invite. Ja, wacht, dan moet je in de queue joinen. Dan moet je de queue joinen. Maar Svennen die zegt in zijn mega boodschap. Drop sowieso even een hartje in de chat, jongens, voor Svennen. Hij zegt erbij, hoi Raski. Wat is dit? Ja, die is heel raar. Wat vind je van koude andijviestampot op brood met koude jus als ontbijt? Mag ook warm op brood zijn met warme jus als ontbijt. Ik vind het zelf persoonlijk lekkerste eten wat er is. Maar vroeg me heel erg af wat je ervan vond. Ranzig, want ik vind andijviestampot vind ik ranzig. Dus ik moet je zeggen, het is wel een originele vraag. Hier heeft hij 60 euro voor betaald. Bro... Ja,
Hey, thanks Svennen voor deze mooie bijdrage aan de stream, jongen. Dankjewel voor je support. Maar goed dat jij het lekker vindt, daar gaat het om. Merlin... Maat, ik ga dat toch ook niet serieus nemen, nou. Merlin die heeft toch €2 gedreven. Zegt, wat is het toppunt van positiviteit? Een powerkop. Oh, wacht, dat is hem niet. In de gevangenis zingen. We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. We gaan geen DNF krijgen, want ik ben... niet de DNF-koning. Let's go, lekker Rijn. Hey, dankjewel, Merlin. Hey, Ryan. Oh, wat een slechte bocht. Dankjewel voor je 200 donaties, jongen. Dankjewel voor je support, bro. En dat is inderdaad wel het toppunt van positiviteit, ja. Wat voor race is dit? Weet iemand het? Ja, stuntrace. Van dezelfde creator als die de vorige. Echt? Oeh, ja. Dan heb ik nu wel hoge verwachtingen eigenlijk. Ik ging van 2e naar 26e. Wat heb je gedaan dan, bro? Ja, ik weet niet. Ik vloog opeens weg. Oh. Ja, ik weet wel dat er zometeen nog wat parcoursraces aankomen. Dus daar hebben we wel kans op DNF's. Ja, zeker ik. Ja, maar ja, als ik een DNF haal, moeten we een trollrace doen. Iemand gaat vol door het hek heen over die brug heen, of berg heen. Dat is Jesse, dacht ik. Was dat Jesse? Ja, deze is lastig. Deze is oh. Oh fuck. Oh, ik ken deze. Oh fuck. Oh, ja, dit wordt. First try. Het gaat even duren. First try. Ik heb deze al gedaan. Oh! Nee, dit is de... Bro! Ja! Deze is nog een andere. Deze heb ik nog niet. Deze is echt serieus moeilijk. Wow, yo. Maar je moet niet te ver naar links, want dan krijg je een randje waardoor je er automatisch afvliegt. Oh, ja, maar dit is bro. Dit is een soort kommetje of zo. Ja, dit is gewoon een halve halfpijp. Ja, maar je kan niet lekker sturen. Je valt er de hele tijd rechts af. Nee, of links een klopt. Randje. Klopt. Ik was net al super ver. Alsof ik aan het fietsen ben als ik dronken ben, dan ga ik ook zo alle kanten op. Oh, een paar pilsen nee! Land erin! Ja, nee, dat gaat niet lukken. Bro, deze is echt serieus moeilijk, ouwe. Hoeveel rondjes heb je gedaan? 2. Oeh. Maar ik weet niet of dat überhaupt gaat. Deze is al zo ziek. Maar weet je hoe ver die doorgaat? Ja, dit is waarschijnlijk gewoon, wat is het? 200 props dan, of zo? Ja, maar... 150. Oh, ik land er bijna. Ik kom niet naar dit boven daar, ouwe. Deze... yo. Heeft iemand hem al? Ik was al als vlees aan het snijden, viel het op de grond, wat denk je? Biefstuk! Holy de knalt... Oh nee, ik wou iemand uitlachen die mij te gif van de stunt tegen de muur aanknalde. Knal ik er een paar meter later naast. Ja, dat is karma. Nou, Tibo, let's go. Samen halen we hem, bro. Ja, okay. Ja, doei! Ja, ik ga er ook weer af. Hey, Tibo, jongen. Hey. Mooi, hè, daar naar rechts. Ja. Maar weet je hoe moeilijk... Ik denk dat je langzamer naar boven moet. Want naar boven is echt onmogelijk, man. Als je de volle vaart doet. Donald deelt bij dat eerste stuk al gelijk al. Ik zie iemand in de chat zeggen... Je zijn net een halve halfpijp. Ja, dit is toch ook... Een halfpijp is een hele halfpijp. Dus een half... Ja, kut. Hoe kan je dit uitleggen? Ja, hey, ik heb hem. We zijn er niet of niet? Het is toch ook een halve halfpijp? Een hele half... Ja, maar... Een halfpijp is dat je heen en weer kan, dus een halve... Nee, wacht. Hard looping eigenlijk. Nee, dat is een halve halfpijp. Ja, maar wat is dit dan? Een halve halfpijp? Dit is een halve halfpijp. Nee. Timo, we waren te ver, Timo! Ah, fuck! Een halfpijp is een halve cirkel en een halve halfpijp is een kwart. Dus dit is een halve halfpijp. Er is te veel moeilijkheden. Nu de halve halfpijp deze morgen. Het gaat niet snel, maar ook weer snel. Bro, wat zit je met TikTok belachelijk te maken? Ja, het is allemaal wiskundige dingen. Oh, iemand zegt first person, ja. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat, wacht, ik ga het één keer... Oh, ik heb... Wacht even. Oh nee, first person, ik ben hem de eerste meter naast. Nee, dat ga ik niet worden. Ik denk dat je half gas moet doen als je naar boven rijdt, want anders is die echt niet te doen, man. Ik vind het wel vet overigens, nooit eerder gezien dit. Nee, dit is echt wel origineel, maar dit is echt... Oh, Fruitjong is gereden. Ja, die heeft het al opgegeven. Ah, oh, dat naar boven! Oh, die zal zeggen dat ook internet niet betaald Hoe moet je dat is. Naar boven doen, man? Oh, ik doe hetzelfde als die ene guy. Ja, ik rijd er daarna. Nee, nu ga ik te traag, ik zat er perfect op, maar ik val gewoon naar beneden, ja. Wauw. Wes, ik zie niks.
Zien ik zag laatst... Oh, wacht. Ik wou hem op lezen in de rijkenaars. Ik zag laatst bomen op een rij staan, maar daar houdt het niet op. Ik zal maar snel vertrekken, want anders word ik nog geschorst. Dat kan je veranderen in een rap, ouwe. Oh, een rap? Ja, in een rap, want het ruimt. Rapper Shorty Rap. Ah, dat erboven! Ik wil dit halen. Ik ga dit echt niet opgeven. Bram de Jong die had nog een 2,49 supertanks achtergelaten en hij zegt... Terwijl ik even die stunt haal, wacht even. Fuck, wat zo ver! Oh, yo, sorry. Bram de Jong die had nog een 2,49 supertanks achtergelaten en hij zegt... Op welke rail rijden geen treinen? Op de vangrail. Oh, ik dacht de bierwiel. Ja. Ja. Nee, oh ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Dankjewel Bram voor je donatie, jongen. Sven Pronk, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, hoe noem je een me... Die ga ik niet oplezen. Dankjewel Sven, voor je 3 euro donatie. ik heb hem niet opgelezen, ja. Ik heb hem ingehouden. Dankjewel Sven, voor je donatie, bro. Laurens, die heeft ook nog een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij... Very gelapt, joh. Ja. Skills zijn dit. Oké, deze kan ik wel oplezen. Luis heeft nog een 3 euro donatie op gedoneerd. En hij zegt, hier een mop, vraag hem. Jullie kennen DHL toch wel, iedereen? Ja. Nee. Ja. Maar waar staat voor. De H voor? Ja. Voor de L. Perry, hou je bek. Wat zit je in de mop te vragen? Ik heb geen idee. Denk voor huis. Dat was hem. Dat was echt gewoon een hele opbouw naar echt gewoon stront. Dankjewel, Laurens, voor je 3 euro donatie, bro. En Merlin had nog een 2 euro gedoneerd. En hij zegt, was het... Oh, die had ik al opgelezen. Dankjewel, Merlin, nog voor je donatie. Die had ik al opgelezen. We gaan nog niet naar huis. Ja, maar... Haha. Sorry. Die was wel origineel. Die heb ik legit nog nooit gehoord. Nee, die heb ik ook nog nooit gehoord. Hoppa. Fucking hell! Wat is dit voor bullshit, ouwe? Ik had hem bro. Oh. Ik zet altijd mijn geluid een beetje harder, omdat ik denk dat ik aan het lijken ben en dan opeens word ik zo... Ja, ik was er! Nou ja, niet. Ik was er niet, want ik heb hem niet, maar... Je snapt wat ik ja, bedoel. Ik zie ook mensen zeggen dit wordt een DNF voor Jan, maar ik... Bro, niemand haalt hem. Er is niemand die überhaupt een ronde heeft gehaald. Nou, ik zweer, ik was er net zo goed als bij... Ik ben er weer, wacht. Oh nee. Laatste zit een muurtje. Nee. Nee! Oh, nee! Nee! Wat is dit voor onzin, man? Oh, ik trek mijn oortjes eruit. Ik trek vol mijn oortjes eruit. Wacht even. Hallo? Hallo. Yo. Oh, ja, ik hoor jullie. Oh, ja, hoor. Ik trek vol mijn oortjes uit dat ding. Oh. We zijn er weer. Ja, nu rij ik de eerste meter naast. Dit meen je niet. Nee. Mega boodschap! Dankjewel jongens! Thanks for the support. Ram bam bam. Jongens, ik heb een grap. Wacht. Nee, ik heb hem niet. Oké, doe je ding, Tibo. Wat moet je aan een wc geven als hij slecht ziet? Een wc-bril? Ja. Oh. Wat zat je grap? Ja. De slechtste grap die ik ooit heb gehoord, bro! Ja, sorry, ik probeer ook mijn best. Fuck, was er weer bijna. Nee, die was... ik probeer ook... Die... Het is echt heel zielig, ik probeer ook mijn best te doen. Nee. Hij was een goeie. Nee, Timo was een goeie, man. Ja, thanks, keep it up, bro. Keep it up. Oh. Ik was er 2 keer bijna, chat. Iedereen zegt het wordt een DNF. Niemand haalt hem, hè, jongens. Volgens mij hebben pas 2 mensen een lap gehaald, maar ik... Oh, ik was zo dichtbij, man. Er is nog niemand behalve ik. Oh ja, nu. Herbie heeft een ronde gehaald. Bro, heb jij hem wel, Perry? Ja, ik ben al gefinished. Wat, echt? Ja, oh, daarom wist je dat ik ernaast reed. Ja, ik zit jou gewoon te spectaten tegelijk. Ik heb de livestream die echt live is, als het ware. Ja, jij kan me rechtstreeks bekijken, ja. Ah, oh, fuck. Oh, dat was jammer. Ik zet geen donatiecounters aan, dat doe ik niet aan. Oh, dat vind ik namelijk niet, nee. Yo, Angelo. We starten hierna even een nieuwe playlist waarschijnlijk, dus kan je wel meedoen als je wil.
Het is een drukke dag vandaag, iedereen die mee wil doen. Iemand zegt ook dat je hem kunt cheaten, maar... Dat doen wij niet aan. Oh nee. Ik kijk helemaal niet dat je hem kunt cheaten over de zon, maar... Ik wil één lap halen. Wat zei je, Suus? Het is Angelo er nu niet. Angelo die komt nu in de chat. Maar waarom doen we dan geen PlayStation 5 GTA? Oh ja, Angelo, waar is je PlayStation 5? Nee, ik bedoel, als hij er niet is, waarom doen we dan nu geen... Omdat als wij onze PlayStation 4 versie omzetten in de PlayStation 5 versie, dan kunnen we dat niet meer terugzetten. Ja, oké, true that. Dat ik die haal. Dat is het probleem. Daarom spelen we nog op de PlayStation 4 versie. Dus je kan nu Angelo aanspreken, Suus. Angelo, potverdorie. Haal die PlayStation 5. Ja. Misschien luistert hij wel naar jou. heb je hem nou gewoon gehaald? Ja, toch? Ja, ik dacht dat ik hem aan het bekijken was. Wat is dit? Waar is mijn support, Perry? Ik was helemaal weg. Ja, ik heb hem gehaald. Weg. Let's go, nu moet ik hem nog één keer halen. Ja, als het inzien. Ik haal die knijtermoeilijke stunt en dan rijd ik tegen de bank aan. Daar gaan we het niet over hebben. Echt niet. Even kijken hoor. Music Records, die had nog een 2,49 euro supertanks gedoneerd en zegt... vraag even naar me ziet. wacht. Ik lees het letterlijk op wat hij gedoneerd heeft, ja. Vraag even naar me ziet, want dan stuur ik mijn mop. Huh? Ja, me ziet. Me ziet is er. Zien we. Ja. Dankjewel, Music Records, voor 2,49 euro supertanks. Nee, ik weet ook niet wat hij bedoelt. Vraag even naar me ziet. Vraag even als je me ziet. Nee, dat klopt ook niet. Zeg even als je... Ik heb echt geen idee. Dankjewel voor je donatie, jongen. Dankjewel. Ik zal de rest zo meteen even oplezen, jongens. Ik moet me heel veel concentreren, namelijk. Want we zijn er weer voor de tweede keer. First try. Let op, ik land er gewoon... Nee, oké. Okay. Wacht, deze stelt even niet mee. Die knippen we er gewoon uit in de livestream. Heb je hem, Timo? Ja, pena. En Ryan, hoe blij ben je eigenlijk dat jij niet meedoet met deze race? Ik denk, ik zat te luisteren. Meer, nee, hij is er niet eens meer. Ik denk dat duurt nog een uur. Ik ben weer. Ja. Ja, kom aan. Nee! Ah! Oh. Als je te ver gaat, dan ga je... Ah! Die laatste bocht, daar is er toch zo'n geel randje, hè? Ik ja, dan moet je tegenaan rijden. Ja, ik ben er letterlijk tegenaan. Oh, je bent aan de voorkant. Nee, ik zit je uit te lachen. Nu ga ik er zelf naast. Wie is Suus? Suus, wil je jezelf even voorstellen? Wat, sorry? Wil je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Suus. Ja, that's it. En ze heeft een goede grap. Jammer, ja. Oké, wacht. Ik ga even niet meer naar de chat kijken. Want ik zit de hele tijd in mijn ogen te lezen. Maar ik moet even die stunt halen. We hebben al één rondje gehaald. Daar komt iemand met zijn modderd auto aan. Nee, het is ver naar boven, jongen. Dat is echt tricky. De enige trick is die bocht naar boven. Dat is echt, echt moeilijk, man. Om in de sfeer te blijven van Yamaha, heb ik een nieuwe grap bedacht. Oké. Wat zegt er iemand die met een Yamaha rijdt als hij crasht? Nou? Yamaha. What the fuck is dit? Ja, snap je hem niet? Nee! Ja. Ik snap hem ook niet, hoor. Ja, maar ja. Ha. Maar in België zeggen we in plaats van maar, ma. Ja, maar ha. Nee, ja! Nee. Ja, maar die Timo zit me af te lijnen, bro! Wat is dit, ouwe? Oh. Hey, yo, Angie, welkom bij de stream. Ja, ik dacht dat ook. Ja, kut. Was. Ja, nee, die was echt... Bro, dat... Hoe heb je die zelf verzonnen? Ja, ik heb hem legit zelf bedacht. Ja, dat is ook wel te merken, ja. Ja, thanks.
Kijk, Candy Kane moet lachen in wacht, de chat. Laat me nou even niet lachen, want ik haal die stunt echt nooit op deze manier. Oh, ik heb het er helemaal warm van. Ja, maar dit kan toch niet meer? Ik krijg van twee dingen warm. En één daarvan is de race. Wat wou je zeggen, Suus? Ik vond de grap goed, hè. Thanks, oh. thanks. Ja. Nice. Ik vind alle Yamaha grappen nu goed. Ja. Let's go. What the fuck? Oh, ik heb weer een nieuwe bedacht. Wacht. Oké, zeg maar. Ja, dus iemand, om in de stijl van de motors te blijven, iemand die met een Ducati rijdt, die gaat naar een dierenwinkel en hij nee, wil... Nee, shit, ik had het ook al in mijn hoofd. Ik denk dat ik al weet dat ik het koop. Hij wil een kat kopen. Welke zeg... Wat zegt hij dan? Hij mag die een kat? Ducati. Ducati hier. Ik weiger om hier om te lachen. Ja, dat snap ik. Oh! Ja. Ja, maar ja, bedoel! Ik heb hem! Let's go! Suus speelt ook Call of Duty, ja. Oké, let's go. Hop. En Suus zou eigenlijk vandaag meedoen, maar dat kan niet omdat we nog op de PlayStation 4 versie spelen en zij op de PlayStation 5 versie. Anders had ze ons allemaal ingemaakt. Ja, ik leg de verwachting hoog, hè, voor de chat, dus pas op. Ja, doe dat maar niet, want dan spreek je echt vierkant teleur van. En waarom niet driehoekig? Let's go! Nou, we hebben hem. Driehoekig, ook goed. Oké, nice. Hey, ik heb hem wel gehaald als derde. Jazeker, eerlijk is eerlijk. Dat iedereen is zei, wordt het DNF, Jan? Nee. We got this. Ik zweer het helemaal. Ja, deze man is ook gewoon naar de andere kant van de map aan het rijden. Lekker bezig, Joy. Rij jij maar even naar de Mount Chiliad. Let's go. Ik ga even de playlist opnieuw opstarten. We hebben nog steeds geen DNF, jongens. Er is nog steeds geen trollrace voor jullie. Het spijt me zeer. Ben je bij de W live aan het kijken? En zitten jullie lekker in de chat te typen? Vergeet dan ook niet even dat duimpie blauw of wit of confetti te laten worden. Ja, het is bij iedereen anders. Dus Ramsay is ook keihard blijkbaar als je de stream leuk vindt, jongens. Sowieso thanks natuurlijk allemaal voor de chat te kijken, liken, langskomen. Oh, jij moet verlieven. Jij moet verlieven, ja. Ik start even een nieuwe. Angelo zegt in de chat, jullie mogen me dus bedanken, want anders was het erg geweest voor jullie. Dat we dus zouden verliezen van jou, Suus, dat bedoelt. Maar ik ga jou niet bedanken, Angelo. Dat doe ik niet. Nee. Finally hebben we hem gehaald. Ja, bij mij wordt die confetti. Ja, als je de laatste update van GTA hebt en je drukt op het duimpje omhoog, dan krijg je inderdaad confetti. Ja, dat klopt. Even kijken hoor. Svennen, die heeft nog een €11,99 supertext achtergelaten. Dus dankjewel. Opnieuw weer Svennen voor je megaboodschap. Hij zegt, hoi Jan, wat is jouw gekste combinatie qua eten dan? Daar ben ik erg benieuwd naar, want dan kan ik dat gaan proberen. Hoe klinkt jou dit? Koude bloemkool met groentesaus op brood als ontbijt, als tussendoortje. What the fuck is dit, ouwe? Mijn gekste combinatie. Oeh, wacht, dan moet ik even... Hoe is mogelijk gek? Ik heb wel eentje waar jullie echt gaan denken van, wat de... Oké, zeg hem maar. Een wafel met satékruiden. Wat zijn satékruiden? Wat voor wafel? Rijstwafel? Nee, gewoon een... Maar wat zijn satékruiden? Gewoon satésaus? Ja, nee, dus... Ja, je hebt satékruiden. Dat is gewoon... Nee, ik heb het nou weer uitgekipt. Nee, dat moeten de playlist opnieuw starten. Eigenlijk. Dat zijn... Ja. Oh. Hoe moet je dat uitleggen? Kruiden voor op jouw saté te doen? Je bedoelt er gewoon uit je potje? Gewoon, ja. Met wel zout en peper, noem het maar op, maar dan... Ja? Wat? Ik weet echt niet wat er allemaal uit jouw mond komt vandaag, hoor, Timo. maar misschien... Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd. Misschien is het wel heel lekker. Ja. Ik weet niet. Ik neem... Ja, maar dat is niet raar. Ik neem heel vaak crackers met Philadelphia en komkommer, maar dat is niet raar. Dat is namelijk echt lekker. En ik snij mijn pasta. Dat vinden ook heel veel mensen raar. Dat doe ik ook. Oh. Ja, van jou wist ik het zoiets, maar van Tivo niet. Pasta. Hey Ryan. Wat voor pasta? Ja? Jij snijdt ook je pasta, toch? Nee, ik doe het op een dinges.
Ik haat het als je pasta snijdt. Zie je, ik zei het. Ik zei hoe kan je nou weer pasta snijden? Dat is toch al klein, of niet? Nee, gewoon of spaghetti bedoel ik. Nee, maar die gast breekt gewoon al die stokken in twee. Ja, maar alles past niet in die pan, bro. Ryan, volgende keer voor jouw neus ga ik spaghetti snijden. Ik zat vorige keer spaghetti voor zijn neus te breken voordat ik het in de pan deed. Hij werd helemaal agressief, man. Ja, je doet dat toch niet in twee stukken? Jawel, dan kan het toch in één keer in de pan, anders moet je gaan wachten. Geduld is een schone... Vind ik ook, ja. Geduld is een schone zaak, zeggen wij hier in Nederland. Oh. Hebben jullie allemaal een vaat? Ik heb nog vaat. Ja, heb je vaat? Ja, heb je hem? Oké. Dan komen er feiten aan, jongens, in de chat. Let's go. Ja, ik denk dat ik er vandoor ga. Oh, ja, dat mag ook. Nee, grapje. Oh, ja, dat moet je zelf weten. Laurens, die heeft nog €3 donatie achtergelaten. Zegt, Perry, hou je mond toch eens dicht. Hele mop verpest. Okay. Sorry. Perry, je mag niet meer raden wat de moppen zijn. Dat is nu een deal. Hey, dankjewel, Laurens, nog voor je €3 donatie. Dankjewel voor je support. Damien had ook nog €3 donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, thanks voor de leuke content. Keep up the good work. Blij dat ik een keer een livestream kan bijwonen. Love naar jou, man. Hey, nee, dat ga ik niet meer doen met mijn vingers. Want dat ziet er echt heel raar uit. Dankjewel, Damien. Voor je €3 donatie, jongen. En je sport natuurlijk. En je complimentje. En je donatie. Dankjewel, Damien. De squadmembers die had nog een 99 cent donatie achtergelaten. En een €2,49 donatie achtergelaten. Zegt, deze man die laat een mop achter. Alleen hij heeft per ongeluk op enter gedrukt, dus de halve mop staat in zijn donatie. ik kan hem niet verder invullen, squad members, maar je halve mop staat in de donatie. Ik denk dat je te vroeg op enter hebt geklikt. Dus ja, anders moet je hem even achterlaten in de chat, dan zie ik hem ook. Oh, het is Kale Harry. Oh, een Kale Harry, let's go. Hey, dankjewel voor je support, squad members. Penguin BE die had nog een €3 donatie achtergelaten. Zegt, er komt een Jan bij een Jan en die zegt, dankjewel voor de €3 supertanks. Hey, dankjewel, Penguin BE. Let's go, dankjewel voor je support. Koempel Gamer die had nog twee keer de €2,49 donatie afgeluisterd. Zegt, wanneer weer Sons of Forest? Ryan en ik gaan morgenavond weer opnemen. Dus, jazeker. Dus dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering online en zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Dus we zullen de game denk ik in de eerste 5 afleveringen gaan uitspelen ongeveer. Dus we komen best wel ver. Ja, het is echt een grote game, of grote map eigenlijk. Dankjewel, Koempel Gamer, voor je... Oeh, deze ding remt niet. Dankjewel voor je €5 donatie in totaal, jongen. En als laatste heeft Tommy nog een €3 donatie achtergelaten. En dat is een mop die ik niet kan oplezen in de stream. Dus dankjewel, Tommy, nog voor je €3 donatie, jongen. Dankjewel voor je support, man. Uh-oh, ik kan niet remmen. Jawel, ik ben op tijd, maar iemand anders niet. Die gaat vol het water in. Lekker. Lekker bezig. Vorige week heb ik de Kale Harry in het echt gezien. Ja, het zijn in het echt zijn wel leuke autootjes, hoor. Ja, was een beetje snel, of... Niet zoals aan een rood licht. Komt niet vooruit te branden, rood, maar het is wel lekker met zo'n dakkie en open raampies en alles erbij. Hoor mijn volgende auto. Wat is het dan, een Citroën of zo? Of wat is het voor merk? Een Kale Harry. Kale Harry merk. Nee, ik weet niet hoe die het echt dat heet. Dope. Maar het ziet er in het echt wel leuk uit, dat wel. Kale Harry. We zouden eigenlijk met heel de crew samen moeten leggen om één Kale Harry te kopen. Nee, je kan wel een dagje gewoon een Kale Harry huren, hoor. Ik rij wel. Een PlayStation 5. Okay. Wat zei ze? Ja. Een PlayStation 5 voor Angelo. Ja, dat is beter. Ja, nee, die mag die lekker zelf houden, hoor. Nee. Oh, je zit in de chat! Ja. Oh, alles goed. Ik heb het toegevoegd, sorry. Ik had het helemaal niet door. Hey, Angelo, ga je die PlayStation 5 nou nog halen? Ja, ik ga die halen, ja. We wouden samen GTA gaan doen, dat kan niet eens nu. Ja. Dit jaar nog, nee, flikker op. Deze maand nog. Ja, deze maand nog. Morgen. Gewoon nu, bestel hem nu gewoon, let's go. Nu bestellen is morgen in huis, Angelo. Ja. Ik zal erover nadenken. Ja, dat doe je al een jaar. Wij zaten helemaal zijs in de gaten houden met PlayStation 5 voorraad dingen. Alles doorgestoken. Oh nee, ik rijd ernaast. Oh. Heb je de centjes niet, Angelo? Of, Ja, ik heb alles belegd. Ik heb momenteel niet veel op mijn rekening staan. Nee.
Nou ja, dan moeten we met z'n allen even bij elkaar gaan leggen. Dan mag je een lening afsluiten. We gaan een GoFund opzetten. Ik doe wel rente van 20%. Ja, dus. Nee, rot op. Rij van 60. Ja, een rij van 60% per dag, hè? Per dag. Dus ik zou opletten. We zullen een GoFund opstarten voor de Angela. Een GoFundMe voor PlayStation 5. Zodat we naar de PlayStation 5 versie kunnen gaan. Wie steunt deze arme jongen in moeilijke tijden? Oh, moeilijke tijden, ja. Ja. Nou, ooit op een dag kunnen we switchen. Ja. Tegen dat de PlayStation 6 erin is. Ja. Nou, misschien komt GTA 6 wel eerder uit dan dat Angelo PlayStation 5 koopt, dus... Ja, wie weet. Dan kan hij helemaal niet meer meedoen. Nee, want hij kan... hij kan geen PlayStation 5 kopen. GTA 6 komt waarschijnlijk alleen op de PlayStation 5 uit. Ja. En de Xbox Series natuurlijk. Maar hebben we gewoon nog GTA 5 doen, toch? Ja. Nou ja, misschien in GTA 6 gaan ze het race wel echt verpesten, hè? Dat gewoon maar heel realistisch of zo wordt. Dan. GTA 5 is wel zo'n succes geweest eigenlijk dat het wel super lastig wordt om GTA 6 beter te maken, denk ik. Nou ja, voor mij mogen ze gewoon precies zoals dit uitbrengen, maar dan beter. Ja, nog meer props, dat... nog meer verschillen. Ja, props. En dat je gewoon meer dingen kan. Oh, ik rij helemaal verkeerd, maar het gaat goed. Wow, yo. Okay, ik rij helemaal verkeerd, man. Ik skip een hele sprong daar, maar... Oh. Dat zo, ja, je moest naar links en rechts. Zit je in de sessie ook, Angelo? Ik race gewoon mee. Hè, echt? Wat? Ik heb dat helemaal gemist! Ja, ik dacht ik laat je praten. Maar alles goed met je? Ja, dat is goed. Met jou, Jan. Ja, gaat lekker hoor, zeker weten. Goed, iemand hier. Wat zei je? Disrespect. Wat wou je zeggen, Thibaut? Als Angelo nu eens even snel de PlayStation 5 zou kopen als dat hij de sessie joint. Ja, want hij zit wel meteen in de sessie, dat kan je wel. Ja, sessie joinen. Kan ik altijd goed. Maar had ik hier geen feit dan? Ja. Oh, dat... Ja. Dat had ik ook helemaal niet doorhouden. Je hebt sowieso gewoon friends in bij. Ja, nee, ik heb gewoon... Ja, iedereen die ik zag staan, heb ik geen feit, ja. Nou ja, nice. Lekker bezig, Ryan. Hoeveel ze staan? Hey, ik sta... Oh, je staat ook achter me gewoon. Ik heb de vraag erin. Ja, je gaat mij niet kunnen inhalen. Al patat gegeten. Nee, ik niet. Maar iemand anders hier in deze call wel. Ja, ik. Ja. Ik heb nog nooit in mijn hele leven patat gegeten. Friet, hoor. Ja, jij noemt het friet. Oh, dan gaan we die discussie weer krijgen. Sorry gefrituurde voor aardappels, ja. Dan weet iedereen wat het is. Ja, maar er zit een woordje friet in. Gefrituurde. Gefrituurde patat. Oh, ja. Ik zie een rode bericht. Hetzelfde, denk ik. Hey, Svennen, bro! Ja, als hij weer zo'n domme. Als hij weer zo'n dom bericht achterlaat, dan ga ik echt. Bro, ja, het is weer zo'n berichtje. Nee, echt, ik kan hem niet lezen, want ik wil tweede worden. Maar ik zie hem in mijn beeld staan. Een voedselcombinatie, of niet? Niet schrikken, jongens, want er komt zo meteen een megaboodschap. Ik ben me nu even mentaal aan het voorbereiden op het muziekje. Of nee, het is een normaal berichtje nu. Nu is het een leuk. Nou ja, ik geloof er helemaal niks van, maar... Ja, nee, ik zweer het. Oké, wacht. Hij komt... Ik wacht tot hij in beeld komt. We wachten tot hij in beeld komt, chat. Dan mogen we de hartjes spammen. Mega boodschap! Ja, daar is hij! Hoe is het mogelijk, gek? Oh, dat zei hij... Oh nee, wacht, dat was hij nog niet. Wacht, dat was iemand anders. Dat was Bart. Hoezo komt hij van Bart eerder in beeld? Wat is dit? Die hogere kwam laat binnen. Echt? Wacht. YouTube glitch. Daar komt hij! Mega yeah! Jongens, drop even een hartje in de chat voor Super Bart en ook voor Svennen. Dankjewel voor je sport, jongen. Pam, 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 pananam. Ik zal eerst even die van Svennen oplezen. Want Svennen heeft een 120 euro supertext achtergelaten. Daarvoor, wat had hij daarvoor? Wat sowieso iets met 50 of met 49. Oh nee, nog een 12. Ja, en nog een 12 euro donatie en nog een 60 euro donatie. Dus dat is... 200 euro in totaal. Jongens, drop even een hartje in de chat voor Svennen. Holy knetter. Kijk of hij nu deze keer wel een normaal bericht erbij heeft gezet. Laatste donatie voor mij vandaag. Hoop dat je van dit geld een kale Harry kan kopen. Nou ja, ik denk niet dat ze heel duur zijn in het echt, nee. Of iets anders leuks. Als laatste eet ik heel vaak kippeling kapsalon. Bestaat dat? Maar ik ga het nu opzoeken ook. Wacht. Kibbeling kapsalon.
Oh, DNF is gestart. Bro, het bestaat gewoon. Kapsalon, bakkie pakkie, patat erin, kibbeling eroverheen, grapse kaas over de kibbeling, even terug in de oven om te laten smelten. Oké, ik ga binnenkort even een dagje sporten en dan bestel ik een kibbeling kapsalon voor jou. Kaas met kip, met vis. Met kaas met, ja, misschien is het wel fucking lekker. Het klinkt wel lekker namelijk. Als je wil, stuur het recept wel door van de kibbeling kapsalon. Je bent super en ga ze door. Stuur maar door, Svennen. Maar dan moet ik wel van tevoren even sporten, want dat is zo vet als een neten namelijk. Maar dankjewel voor al je support, man. Drop even, ja, jullie droppen al een hartje in de chat. Die zijn voor jou, Svennen. Dankjewel voor je support, jongen. Danny die had nog een €3,50 donatie achtergelaten. En hij zegt, wanneer ga je weer een keer Pokémon Pancakes openen, video maken en uploaden? Ik moet je zeggen, ik heb nog wel veel liggen, ja. Dus ik moet het wel een keer gaan openen. Misschien dat we het wel een keer in een livestream kunnen doen. Dat is ook leuk. Dan zijn jullie er live bij namelijk. Moeten we even kijken, Danny. Maar gaan we sowieso nog een keertje doen, jongen. Dankjewel voor je €3,50 donatie. Tommy die had nog een €3 donatie achtergelaten. Zegt, waarom is een aardbei rood? Omdat hij zich schaamt voor zijn pukkels. Dat die boer die hoorde niet bij de grap, maar... die kwam er gratis mee. Waarom is een aardbei rood? Hij schaamt zich voor zijn pukkels. Nice, nice. Dankjewel voor je €3 donatie, Tommy. Milan die heeft ook nog een €3 donatie achtergelaten. Zegt, het nieuws in België... Wat is dit, ouwe? Voor de Belgen, of dat Timo en Ryan... Het nieuws in België is als volgt. Dit weekend zijn er zes... Oh, en Angelo. Dit weekend zijn er 6 mensen omgekomen in het verkeer. 3 door een auto-ongeluk en 3 tijdens de reconstructie. Sorry, ik liep voor elkaar een grap. Oh, ja, ik snap. Hij zat ook nu pas! Bro, ja, het is een echte Belgische grap, je hoort het, jongens. Ja, dankjewel, Milan, voor je €3 donatie. Dankjewel voor je support. Ga je hem nou uitleggen, Timo? Ja, Angelo snapt hem niet. Nee. Dus, zo met een reconstructie. Hoe zo ga je dit uitleggen, bro? Een reconstructie is het namaken daarvan. Dus, oh, ik dacht het maken van de weg of zo. Ja, dat dacht ik. Oh, maar jongens. Oh my god. Jongens. Nee, doe niet zo. Ik heb zo, Rijn wist hem ook niet. Jawel, een reconstructie, dat voeren ze uit als er iets gebeurd is. Goeie grap! Ze hebben een hele discussie erover, Milan. Dan heb je het goed gedaan. Ik pak de cijfer. Ik denk dat die wat chill is. Dat niet weten, dankjewel, Milan, voor je donatie, jongen. Superbart, die had nog een €11 supertext achtergelaten. Dus dankjewel ook voor jouw megaboodschap. Hij zegt, heb hem op! Wat heeft elke kleur van de regenboog? Maar als je het op je hoofd laat vallen, ben je dood. Ryan. Nee. Een regenboog. Ja. Ja, Rijn heeft wel een regenboog, ja, maar dat is het antwoord niet. Het antwoord is... een verfwinkel. Oh, dankjewel, Bart. Voor je €11 supertext, jongen. Dankjewel voor je support. Nee, dat is een Yamaha die jij daarna deed, Rijn. Dat is kapot. Je bent echt zo grappig, hoor. Ik ben zeker weten grappig. Nu jij nog. Ja. Ja. Ja, wat is dit voor een race? Oh, ik slip helemaal weg. Ik zie mensen in een Ferrari rijden. Hoezo kon je die kiezen? Ja, dat is niet eerlijk. Ja, bro, kleine... die coquette is zo slecht. Wat zeg je nou, bro? Die coquette is slecht. Ik denk dat dit niet in de stream thuis hoort. Oh, nee. Daar gaat de €200 aan. Ik slip alleen maar weg. Oh, dit is echt een scheidauto. Dit is echt een coquette auto. Ja, dit is die coquette dit team. Nee, ik heb een cijfer. Oh, want jij hebt een Porsche, die is ook scheid, Angelo. Ja, die is ook scheid. Dat die easy sport met hem, man. Ja, oh, kon je die pakken? Ja, die was te pakken. Nee. Ja, zegt hij nu pas, hè. Wat is dit? Ja, ik ken deze man niet, dus... Ja, maar ik wil geen DNF aan, want ik wil geen trollrace doen, jongens. Maar ik wel. Ik wil wel een trollrace doen. Oh. Bro, ik ben aan het slippen. Ja, nou, ik ook. Ik sta 24. Ik kan niet eens normaal die bochten pakken, man. Kom op, jongens. Allemaal doorrijden. Hebben we 1000 likes gehaald? Oh nee, bijna. We hebben 900 nog wat likes. Jongens, ram even tot duimpje omhoog! Is er dan ook nog iets? Of elfmeisjes. Of oma's en opa's. Vaders en moeders. Of anderen. Al het andere. Of al het andere. Zoals Ryan. Ryan, kan je ook even drukken, Ryan? Oh, dan maar even op de wc. Timo. Ja, ja. Die man is echt next level. Hij is 18, jongens. Let's go. Hij gaat er helemaal los. Hij heeft er zin in.
Ja, maar ja, ha. Ja. Ik heb drukken in de wissel. Ik slip ook. Het is echt een kutauto, man. Ik moet me nog concentreren ook in deze race. Dat kan toch niet? Maar ik wil geen DNF. Ik vind gewoon een BMW te beledigen. Nou ja, ik vind de kleur die ik heb gekozen ook echt niet mooi. Wat zit ik in de stream te kijken? Oh, geen gele kleur dan, hè? Wacht, typ eens wat in de chat, Suus. Ik wil weten of je mod werkt. Wat wil je dat typ? Yamaha. Leuke grap. Heel lekker ding. Dan moet je er een taggen. Nee. Ga weg, joh! Kijk, let's go. Oké, hij werkt. Oké, awesome. Dat is mijn bericht, jongens. Niet mijn bericht stelen. Ik heb nog een grap. Speciaal voor Suzanne. Oh nee, Timo. Timo, kom maar. Kom maar. Wat zegt Suzanne als ze scoort? Suzanne. Goeie. Hoe lang heb je hierover nagedacht? Ja, net. Ik zag de naam in de chat en ik dacht, ja, dit is een goeie. Ja, dat is een verkeerd gedacht, Weet je, ik zal je een goede levensles geven, Timo. Soms moet je even nadenken voordat je wat zegt. Ja. Ja. En vooral tegen een meisje. Nou ja, dat hoeft ook weer niet, want Timo die valt niet op meisjes. Jawel. Sorry, ik was even in de war met Angelo. Wat is dit dan weer? Ik luister niet naar Onion, dus. Wat zeg jij nou? Ik hoop dat je DNF had, joh. Nou ja, ik hoop het niet. Ik ben echt aan het slippen, jongen. Die scheidauto. Ja, dit is een cijfer. Een of andere BMW iets, maar het is echt... 8, 6, 7, welk cijfer? Het is echt niet te rijden. Gewoon, nee! Een cijfer! S Grieks I-P-H-E-R. Geen cijfer, een cijfer. Je hebt hem nou, of niet zeker? Ja, ik heb hem weggefinished. Shit, man. Kijk wat iemand in de chat zegt tegen je, Suus. Eindelijk is vrouwelijk schoon in de stream. Misschien wordt de kwaliteit nu iets beter. Nou, vandaag is het niet echt een hoog niveau. Ja, ben je de behoorlijk gemaakt? Wat zeg je nou, Ryan? Sian in je chat heeft gelijk. Wat zegt Sian? Ryan heeft alle chicks. Ja, chicks met een D, ja. Wat is dat nou weer? Jeffson Schiedam, die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, bro. En hij zegt erbij, hey gozer, wat zag ik nieuwe vriendin? Dit is een beetje awkward, maar... Ja. Ze zit ook niet in de call, dus dat was een goeie. Dankjewel, Jeff. Dankjewel voor je support. Svennen, die had... Oh, Svennen, dat was je laatste donatie. Hij is gewoon weer terug. hij heeft nog een 2,49 euro supertext achtergelaten. Hij zegt erbij, zou je AUB een trollrace kunnen doen? Ruimte was op. Oké, we sluiten de stream af met de trollrace als ik geen DNF haal. Want tot nu toe gaat... deze race niet. Maar tot nu toe hebben we nog geen DNF, dus... Maar als we geen enkele DNF halen, dan geef ik jullie een trollrace cadeau. Maar wel bij de 5000 likes. Nee, dat was een grapje. dankjewel, Svenne, voor je donatie, jongen. 1 uur, die had nog een 2 euro supertext achtergelaten en zegt... Jojan, ga je binnenkort eens mijn co-op-race doen? Ik heb hem letterlijk in mijn bookmark staan... maar we moeten hem nog even een keer doen. Misschien dat ik het tijdens de volgende stream wel even erin kan toevoegen. Ja, ik zal hem even onthouden. Jesus. Ik zal hem even onthouden, Super Bart. Ik heb met die zieke box erop. Iemand vraagt hoe oud ik ben. Ik ben 18 jaar geworden. Alleen zou je het niet zeggen, denk ik. Wel leuk dat je het zelf door hebt, dat dan. Het is wel rustig zonder Jan zo. Nee, ik ben er maar aan het typen! Oh. Oh, kut. Oh, kut. Oh, vriend. Jongens, jullie weten het. Let's go! Context staat aan! Is die zwarte auto? Die rode, ik weet het niet. Het is die zwarte die met die blauwe dingen. En dan is het zeer zeker de rode. Het is die gele met de box op het dak! Beuk die gele met die box op het dak! Nee, die zwarte moeten jullie hebben, boys. Ja, inderdaad, ja. Ik spouw je. Ik heb echt geen idee welke auto je nou bent. Nee, je bent die mooie. Helemaal niet, met die gele met die box op het dak! Oh, dit gaat echt niet goed aflopen. Ik had expres ook contact aangezet. Ik dacht, dit moet even wat actie hebben. Nou, ik heb wel genoeg actie. Oh. 2,
Oh, ja, maar dit rijdt echt voor geen reet, jongen. Hij moet ook niet meer reet rijden. Nee, dat doe jij al. Dan moet ik even met iets anders. Wat oh, dit zit weer in. Ja, die gast die hebben ernaast gebeukt, man. Shit. Karma. Oh. Zo, iedereen die gaat er ook naast hier. Ik sta dubbel eerste, dus dat is goed. Raymond. Raymond, beuk rijden even. Raymond, beuk rijden. Rij naar de kant. Thomas, rijd door. Oh nee, niet. Hoe heet de Thomas ook alweer? Thomas? De trein. Nee. Hoe heet Thomas? Was dat ook Jan? Thomas, ja, nee, Thomas. We noemden hem anders. Dat was de hele grap, maar... Oh. Toby. Wat zit je me nou uit te lachen? Ik ken geen Thomas. Oh, Jonas bedoel je, staat er. Nee, nee, laat maar. Nou, ik vergeet het maar even, ja? Ja. Ik wil het hier niet meer over hebben. Ik heb hier geen actieve herinneringen aan. Nee, ik ook niet. Daarom vroeg ik het aan jullie, maar... Ryan! Ryan! Ja. Ja, rij nou door, bro! Ja, maar... Oh, die gast ligt op de kop. Ja. Oh, een steen om de weg. Ryan, wat ben je allemaal aan het doen, joh, met je box op het dak? Ja, laat me je even inhalen. Hier. Kan beter verzekering komen als... Die gast, bro, die gast die kan tegen alles aan gewoon, jongen. Ik sta negende, let's go. Angelo, er zijn ook heel veel mensen in de chat die willen een PlayStation verhuren, zag ik. Ik wil het best huren. Ryan! Bro, Ryan! Ga aan de kant! Ik zit vast! Oh nee, dit meen je niet. Wat doe je? Ja. Dit wordt hem, jongens. Teamwork makes a dream work. Ja. Hoeveel laps heb ik aangezet? Oh, 2. Oh. Maat. Ik zit vast. Hey, Ryan, jij ook hier? Ik zit in vast. Ja, ik zat er ook vast, ja. Oh, Timo, die rijdt ook nog achter ons. Rijd door, blauwe, kom op. Ik geef je een setje, ik help je. Yo. Oh, pas op voor de steen. Ja, dat bedoel ik. Oh. Ik zet die chat te lezen, maar dat moet je niet doen op deze week. Nee, nee, ik probeer het ook heel veel te lezen, maar dat is niet te doen. Oh, Angelo! Vincent, zit er daar een groene auto op mijn dak. Oké, okay. Hoeveel sta jij, per die eerste zeker? Ja, helaas wel. Jongens, pak die gele met die box op de auto. Nee, nee, nee. Mijn mond, jongen. Maar dat is je kan hem... Ik zeg die gele, Ryan! Ik zeg helemaal niet tegen jou! Ik zei boxen. Nee, ik zei die gele auto met die box op de auto. Oké, okay, pak die rode auto met die box op de auto! Nee. Wanneer gaan we boksen dan? Angelo! Wat gebeurt er allemaal, joh? Ik ben God, non de jus, echt, ik heb een tirant, hij dan met een knepel, hè. Knepel? Wat is een knetel? Dat is een knikkel. Hey, er is nog echt een... Godzakken, er is echt nog een... Echt? Zit iemand zitten beuken? Draaien. Pak hem, pak Perry, jongens! Joris Pinkers, maar die heeft mij nu goed zo, Joris. Joris, niet mij pakken, hè, ik ben aardig. Oh ja, de volgende komt er ook weer. Hey, thanks voor de donaties. Ik loop zo ver achter nu in één keer. Ik kan het echt niet tijdens deze race oplezen. Dat is al jaren, toch? Ik loop sowieso wel een beetje achter, ja, maar daar wil ik het niet over hebben, dat is een gevoelig onderwerp. Ja? Ja. Je praat ook altijd over een gevoelig onderwerp. Nee, nooit. Nee. Nee, oké. Okay. Oh, ik vond het vorige keer wel schattig van je, Ryan, maar ik ga het niet in de stream zeggen. Wat? Ja, dat ga ik niet in de stream. Oh. Oh, die gaat hier nadenken. Oh, dat vind ik mooi. Dat kan lang duren. Nee, maar... Weet je wat lang kan duren, Angelo? Jij hebt de PlayStation 5. Oh, oh, mijn spoiler in de boom. Dat ding steekt ook helemaal... Ik vind het wel een mooi autootje om het echt te hebben, maar... Iemand landt op mijn spoiler. Wat gebeurt er allemaal, joh? Oh, iemand rijdt terug. Joris aan de kant. Mij ging in die beuken, dank u. Joris, jongen, die snapt er wel. Nee, hij probeerde het wel, maar ik ben er langs gereden. Hoe zeggen jullie dat? Joris? Joris. Oh, Joris. 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 Joris staat er maar, er staat toch alleen in de... Joris. Joris! Ja. Hey, hoe gaat het, Joris? Joris, laat me stilstaan nu. Yo, wie doet het nou, Joris? Ja, dat wordt zo gezegd, daar staat er een I.
Salami ja. Zeker, of niet? Ja. Salami, salama, salami. Salami. Salami, Joris. Ja, dat is toch allemaal hetzelfde. En waar kom jij vandaan, man? Uit welke uithoek? Oost-Vlaanderen. Dichtbij Gent. Zelfs in de contact race is het ons niet gelukt. Oh, waarom een spoiler? Oh. Ik vergeet het elke keer. Ik crash voor de finish, maar... Al Gucci, want ik heb hem gehaald. 9e, let's go. Oh, lekker hoor. Echt waar. Kut Belg. Hey. Heb je het tegen mij, Rijn? Ja, hier. Maar dat ben jij niet eens. Godverdomme. Ja, nu heb ik een DNF omdat ik tegengehouden werd. Ja, ik hetzelfde. Echt waar. Zo, ik heb mijn chat weer. Ik was mijn chat kwijt, maar ik heb mijn chat weer. Is Raymond naar voor me gefinished? Ben je nog een DNF-boek? Echt? Hartelo, echt? Ja, ik hoort van... Ja, ik heb ook een DNF. Bro, jongens. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, die finish is hier. Gassen. Tijd te laat. Ik heb hem. Heb jij hem, Angelo? Nou, nee. Lekker, man. Ik heb alleen maar gebeukt. Lekker. Ik moet even wat donaties oplezen, want ik loop echt heel veel achter. Superbart, die heeft nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt, hier staat niets. Jawel, er staat hier staat niets. Thanks, Superbart. Dankjewel. Bart is er ook al fucking lang bij, by the way. Dankjewel voor je support, jongen. Jeff Son Schiedam, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Dankjewel voor je support. En hij zegt erbij... Ja, die kan ik niet oplezen. Ja, sorry, ik moest hem even... Hij zegt er ook bij, een duistere mop, dus ik moest hem even oplezen. Ik vind het wel grappig, maar dan wordt YouTube boos, dus dat kunnen we niet doen. Dankjewel, Jeff, voor je 5 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Jaro, die heeft 2 keer een 50 euro donatie achtergelaten en zegt erbij... Bij de eerste donatie is voor de PlayStation 5 van Angelo. En bij de tweede donatie nog voor de Angelo, zodat hij de PlayStation 5 kan kopen. Dus Angelo, je hebt nu al 100 euro bij elkaar. Kijk... Dus je moet daar wel even, je moet wel even een speech houden voor Jaro daarvoor. Voor? Voor Jaro? Voor Jaro, want die heeft voor jou gedoneerd. Oké, okay, Jaro, thanks voor de 100 euro. Nog 400 te gaan. Nee. Hey, thanks man. Was dit je speech? Dit was mijn speech. Speech, zo. Speech. Ja, speech moet je nog even oefenen, ja. Ja. Nee, thanks Jaro voor je support, jongens. Super awesome van je. Drop ook even een hartje in de chat, jongens. Voor de 100 bom van Jaro. Leuke naam. Ik vind Jaro wel een leuke naam. Dankjewel voor je support, man. Hamza... Oh, je gaat er vandoor, of niet? Ja, ik ga er vandoor. Oh, dat dacht ik al. Het is wel een record, hè? 20 voor 10. Let's go. Hij mag gewoon een keer langer. Hij is 18. Ja, hij mag gewoon over half 10, joh. Let's go. Dan mocht ik 14, Maas. Oh, sorry. Mama. Ik zat vroeger altijd in bed O.O. Gerso te kijken. En als mijn moeder naar boven kwam, zet ik heel snel mijn tv uit. Wat dacht je van de DS onder de dekens? Oh ja, nee, ik had nog een... Ik had een andere, niet een... Dus ja, ik ga er wel van door. Fijne avond nog allemaal. Veel plezier nog in de stream. Thanks, jongen. Thanks. Ik spreek je wel weer. Ja, sowieso. Fijne avond allemaal en tot de volgende keer. Hey, later, bro. Thanks voor het meedoen, jongen. Graag gedaan. Later. Yo, laters. Yep. Oh ja, Hamza MC die had nog een 2,49 supertext achtergelaten. Zegt, hoe lang ben je nog live? Wauw. Was jij de spelen? Nee, was ik niet. Ik zat naar de tijd te kijken. Oh. Hier, ik haal alsnog allemaal mensen in. Dus hier, wat zit je nu maar uit te lachen? Nee, we gaan nog wel heel eventjes door. Ik weet niet hoe lang nog, maar dat zien we vanzelf wel. We hebben al echt veel races gedaan ook, hoor. Dit gaat echt een scheidrace worden. Ik zie het nu al. Lekker rijden, goede bocht. Zou ik overigens ook iemand wel met een goed voorstel komen? Dat was een van ons eerste wordt dat we het ook doen. Trollrace. Goed dat je die zin even afmaakte. Ja. Even kijken wat ze. Oh nee, ik ga ernaast. Dat is ik hoor. Weet je, laten we gewoon een trollrace doen naar deze playlist. Is dat een goed idee? Nee, ik ga eerst worden, dan doen we een face-to-face race. Oh ja, als Rijn eerste wordt, die deal staat sowieso nog steeds. Als Suus nog een goede grap hebt waar we om moeten lachen, doen we ook een trollrace. En als ik tweede sta, dat is een promotie aan de helft van de prijs. Ja, dan doen we een halve face-to-face, mogen we race quit. Nou, dat zijn dus 2 dingen die je nooit gaat krijgen. Wat, Rijn eerste en nog een goede graf van jou? Ja. Nou. Oh, shit. Ja, dat is gekloten.
Wow, yo, die boel Joris is weg. Joris. 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 Team Kers. Maurice. Ik ben Maurice hier. De mensen die hem kennen. Hé, hey, wil je dat even niet doen gewoon? Oh, oh, oh. Oh, wacht. Dat lijkt tegen de roze muren. Lekker, Ryan. What the fuck? Even kijken, want ik loop echt ver achter. Hamza, dankjewel nog voor je 2,49 euro super... Wat is dit dan? Oh, is het nog zichtbare jump, joh. Oh, lol. Superbart. Ja, ik kan echt die dingen niet oplezen hier. Die heeft nog een 2 euro donatie achtergelaten. Dankjewel, Superbart, voor je support, jongen. En hij zegt erbij... Broodje saté komt op de tv. Dat toneert hij elke stream minimaal 1 keer. Ik vind hem wel mooi. Internet trekjes van 10 jaar terug. Ja. Hey, dankjewel. Dankjewel, Superbart. Voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Iemand zit hier gas te geven. Geef gewoon half gas die persoon voor me. Kijk, dat gaat veel sneller. Hoppa, nice. Bowie die heeft nog een 2,49 euro donatie achtergelaten. Zegt... Oh. En hij zegt... Geef Ryan en Timo een vette DNF. Ik weet niet waarom mensen Timo nog steeds Timo noemen. Ik zeg toch altijd echt Timo, of niet? Of wacht. Ja, je bent Timo. Bro, dat was niet de bedoeling. Ik zeg toch altijd Timo? Ik zeg het toch goed? Ja, ik weet niet. Ja, maar Timo is niet echt misschien een Nederlandse naam of zo. Dus nee, nee, Nederlanders denken wel. Het is Timo. Nee. Timo komt echt wel vaak voor, hoor. Ja? Oh, maar heel veel mensen denken dat ik Timo zeg. Ik ken eigenlijk helemaal geen... Oh, 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 oh. Nou ja, ik heb vrijdag 3 mensen toegevoegd op Snap die Timo heten. Dus. En waarom heb je 3 mensen op Snap toegevoegd die Timo heten? Geen commentaren. Hey, oh, nee, ik snap hier echt geen drol van. Geen Timo van. Let's go. Ik heb hem. Dankjewel Bowie. En Rijn, die haalt nog wel een DNF, joh. Komt helemaal goed. Ik hoef niet even mijn beste voor te doen. Die haalt hem toch wel. Was dit de bedoeling, of? Ja, dat had je sprong niet. Wacht. Ja, met die halve looping of zo. Dat ging er helemaal mis. Wow, yo, dat stopbord, jongen. Die zag ik even niet aankomen. Je zegt Tibo ook verkeerd. Tibo. Hè? Ik snap echt de ballen van. Ik maak echt een grapje. Snap je de ballen? Nou ja, jij snapt meer van ballen dan ik, denk ik. Dus... Echt? Ik ga echt niet meer op reageren. Nee, dat zou ik ook niet meer doen. Hoeveel sta jij, Perry? Tweede. Oh, nice. Wat zei je, Suus? Om jullie van het weer. Even om alles af te halen van jullie. Lekker zonnetje, totdat het... fucking hard begon te regenen. Je vraagt wat ik vond van het weer vandaag. Ja, om eventjes de afleiding van... Ze veranderen het onderwerp even. Oh. Van ballen naar het weer. Dat... Ja, het was echt ballenweer. En klote weer. Klote weer, het is wel een beetje nat. Dankjewel Ayarski voor het lid worden, jongen. Dankjewel voor je support. Oh, wacht, je moet daar rechts... Moet je in dat gat landen? Ja, je moet daar tussen. Je moet het gat in, ja. Gat in duiken. Ja, daar ben ik. Ik heb hem gevonden. Wat is dit eind? Ja, je moet echt het gat in. Kijk, let's go, 6e. Woo! Lekker hoor, leuk raceje. Ik had hem al een keer gedaan, maar leuk raceje. Ah, ik weet niet wanneer ik deze race ooit heb gedaan, maar ik herkende hem ergens van. Ooit? D. Bakker, die had nog een 2 euro donatie achtergelaten, zegt... Waarom loopt een Belg op maandagochtend na zijn fiets? Want er zit het weekend erop. Oh. Ja, die is echt wel heel oud. Hey, dankjewel D. Bakker voor je 2 euro donatie. Rijn lachte er wel om. Dat was ook geen sarcastisch lach. Dus dat was gewoon echt een real life lach. Dankjewel voor je donatie, jongen. Milan, die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, waarom neemt een Belg hooi mee naar zijn bed? Om zijn nachtmerrie te voeren. Ja, die is wel leuk. Ik ben ook de enige die hem leuk vindt, maar ik vind hem wel leuk. Het is een nachtmerrie. Dankjewel Milan. Dankjewel voor je support, jongen. Youssef, die had nog een 6 euro supertext achtergelaten. Zegt, no joke, je wordt straks echt te rijk door iedereen die denkt... Denkt dat je de PlayStation 5 voor Angelo nu al kan kopen. Nou, ik kan je zeggen... Jaro die heeft nog een keer een 50 euro donatie achtergelaten. En hij zegt nu nog 350 euro. Dus... Jaro, legend, jongen. En je moet wel even een hartje in de chat sturen voor Jaro, Angelo. Ja, sowieso.
Die, ik ga wachten tot Angelo een hartje in de chat ja, opzet. Ja, jongen, love naar jou. Ik ben even... Nee, nu! Nu, Angelo! Ja, ja, nee, nu zetten! Anders trekt hij de 50 euro in, hoor. Oh, nee, 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 ik ben snel. Hoppa. Drie. Oh, hij is er. Oké, okay, fair enough. Hé, hey, dat hartje is voor jou, Jaro. Dankjewel voor je support, jongen. Super, super awesome van je. Maar Angelo, die gaat de PlayStation 5 wel halen. Komt goed. Yes. We gaan het fixen. Jam, oftewel Sam. Ik weet namelijk niet of het Jam of Sam is, want het kan ook iemand anders zijn die doneert. Hij zegt, yo bro, hoe gaat het? Met mij gaat het sowieso lekker. Hoe gaat het met jou, Angelo? Gaat super goed. Hoe gaat het met jou, Rijn? Kan beter. Hoe gaat het met jou, Suus? Ik dacht, ik ga net zo lang wachten, maar dan moet ik denk ik heel lang wachten, dat scheelt. Hoe gaat het met jou, Perry? Met mij gaat het toppie. Oké, top. Wacht, wie heb ik nou gemist? Thibaut is er niet! Hij zit wel in de chat. Oh, hoe gaat het met jou, Thibaut? Hoe gaat het met jou, Rickert? Hoe gaat het met jou, Music Records? Hoe gaat het met jou, Niels? Hoe gaat het met jou, Sian? Hoe gaat het met jou, Niek? Hoe gaat het met jou, Ruben? Sebastian? Zieke Geest? Jeline? Joris? Sven? Joris? Nio? Bart? Clyde Koa? Hamkoekje? Hamkoekje? Ja, zo, kijk in het chat, hamkoekje! Hey, dankjewel... Dankjewel, Jam, voor je support, jongen. Ik hoop dat het met jou ook lekker gaat, bro. En dankjewel, jongen. Dit is op zich wel de map van Baku, ja. Oeh, dit is een race van Guido. Ja, hij heeft een F1-circuit nagemaakt. Nix OV-pagina, die heeft nog een €2,49 supertext achtergelaten. En hij zegt, hoi Jan, vandaag te horen dat ik metro mag rijden. Hey! Gefeliciteerd, jongen. Ik loop nooit op de metrobaan in de weg, dus dat scheelt. Dankjewel. dan word ik eraf getrokken. Dankjewel voor je €2,49 supertaste, jongen. Dankjewel voor je support, bro. En succes. Succes met... Wacht even, dat was mijn stottermoment. Succes met metro rijden. Dankjewel voor je donatie, jongen. El Paco, die heeft nog een €2 donatie achterlaten. Zegt, hier nog een kleine bijdrage voor de PlayStation 5. Nou, Angelo, je gaat er komen hoor, bro. Je gaat er komen, let's go. Hoe lang duurt deze stream nog? Ja, nog eventjes, nog even. Ja, dat mag toch. Hé, dankjewel El Paco voor je €2 donatie, jongen. Dankjewel voor je support. En Arjaski, die had nog gloedje nieuw lid geworden op mijn kanaal. Dus dat je... Ik zit tegen de muur aan. Thanks. Nee. Ja, nee. Oh, Jongens. Bro, ik wil gewoon normaal van een race racen. Dankjewel, Arjaski. Dankjewel voor je support, jongen. Appreciate it, brother. Sven! Godverdomme. Nou. Wat... Ik... Jongens, drop me alvast een hartje in de chat voor Svennels. Hij is er gewoon weer. Wel leuk dat ik deze baan al ken. Omdat ik het echte circuit ken. Ja, ik rijd tegen Dream Tiger aan. Dat is niet echt mijn Dream Tiger, kan ik je zeggen. Voilà, dat is je schuld. Oh. Zo'n moet je maar niet zo reageren. En waarom lig ik achterin? Ja, jongens, dit wordt het DNF. Nee, ik denk dat inderdaad dat dit een DNF gaat worden, ja. Oh, dit de DNF? Het gaat niet zo goed, namelijk. Ik lig echt 27ste. Oh, ik crash. Doorrijden, Jan. Er dropt iemand echt... Oh ja, dat is echt een koude zieke donatie. Wat, dat is Sven. Dat is, ja. dit is weer dezelfde. Maar ik wacht tot hij in beeld komt, maar, bij hoge donaties duurt het even. Dan moet hij het even verwerken namelijk. Oh. Nee, jij moet het ook verwerken. Ja, ik moet het ook even verwerken, dus het is maar goed dat het even duurt. Maar in ieder geval heb je je hartjes al in de chat, jongen. Jan, een DNF? Nee. Ik ga dit gewoon nog finishen. Een lap duurt maar 1 minuut of zo, dus... Dat is wel mijn voordeel nu. Ja. Wat is er? Beukte ik jou? Ja. Ligt je ook zo ver achterin? Nee, ik was afgeremd om Angelo te beuken. Noep. Oh, iemand probeert mij te beuken. Oh, daar is die hoor. Hoe is het mogelijk gek? Ryan. Wat doe jij? Let's go. Hey, dankjewel Sven. Ik lees hem zo op. Want ik ga geen DNF halen vandaag. Nee? Nee, dat doen we niet aan. Hé, Ryan, doe normaal, joh, gek. Jullie zijn echt crazy daar. Oh, nee, ik ben weggeslipt. Nee, Ryan, kutlul. God, jongens. Nou, ik had ze net allemaal ingehaald, hè. Nu zitten ze me allemaal te beuken. Mega, zo, wat de...
mogelijk. Jongens, doe even een beetje rustig houden. Holy shit. Rustig, ja, daar komt er weer heen. Maar je hebt een andere bel. Hey, dankjewel Jaro. Die is sowieso weer voor Angelo. We'll be fine. Oké. Okay. Ik wacht even. Oh, ik neem een walrijd mee. Die finish is niet heel ver, toch? Nee, Rijn, dat gaan we niet doen. Dat gaan we ook niet doen. Let's go. Ik ga gewoon op finishen, jongen. Easy! Iemand in de remglitch. Nee, hier. Hoppa, ik zei het, we gaan vandaag in DNF samen. Dat gaat me gewoon lukken. Jam, dankjewel voor je 3 euro donatie. Oh, het is wel de echte Jam. Oké, dan moet ik je Jam noemen, geen Sam. Sorry, ik wist niet of je de echte was, dus vandaar. Jam die heeft 2 keer een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, die Sam gaat er echt niet meer uit. Ondanks dat we een video opgenomen hadden. Nee, Jam. Ik wist namelijk niet of jij Jam of Sam was. Jam. D-J-E-M. Maar je schrijft het als C-E-M. Ik weet het nog. Dankjewel, Jam, voor je 2 keer 3 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Janny Mortal, die had nog 3 euro achtergelaten. ik kan hem niet oplezen in de stream, maar hij is wel grappig. Dankjewel, Janny, voor je 3 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Svennen, die had nog een 120 euro supertext achtergelaten. Jullie hebben alle hartstikke al in de chat gespeeld, of gespamd. Dus dankjewel voor de support. En hij zegt, ik weet, zou ermee stoppen vandaag, maar dacht, kon ik de medemensen in de call ook niet vergeten. Vandaar de vraag, zou je deze 120 euro kunnen verdelen over de volgende mensen? Letten jullie goed op in de Discord? Zeker. Oké, okay, want als die iemand is vergeten, dan ga ik wel lachen namelijk. Mike die krijgt 20 euro, die is er niet eens, dus dat is leuk. Angelo krijgt 35 euro. Penny krijgt 20 euro. Suus, is Suus er nog? Ja. Oh, Suus krijgt 20 euro. En Timo krijgt 20 euro. Ik weet 1 cent te weinig, maar dat komt dat 120 euro niet kan. Ryan? Ik vind het zeker. Maar je krijgt 5 euro. Man. Mike die krijgt 20 euro, die is er niet. En Rijn die staat er niet eens tussen. Ik heb toch al genoeg. Zo. Nee, ik vind hem wel mooi. Ik denk dat hij Mike in plaats van jou had geschreven. Of hij zit gewoon te kutten, dat vind ik helemaal leuk. Nee, komt goed. Ik zal het netjes verdelen. Komt helemaal goed. Dankjewel, Svennen, voor je support, jongen. Dankjewel voor je nog een keer 120 bom. En drop nog even een hartje in de chat. Dankjewel, jongen. Janny, nee, dat heb ik ook gelezen. Jaro, die had nog een keer een 50 euro donatie achtergelaten. Zegt, ja, Angelo, nu is het de laatste. De rest is voor jezelf. Zo. Dus je hebt 200 euro van Jaro gekregen. Jaro, thanks, man. Let's go. Hey, Jaro. Ja, hij heeft het gezegd! Clip hem! Clip wat deze even! Hij zei, PlayStation 5 komt er snel aan. Clip hem even, ouwe. Snel. Bij snel denk ik aan minimaal of maximaal een maand. Week. We zullen zien. Een week. Nee, oh ja, een week. We zien. Een week. Nee. Oh, kut. Ik heb wat van auto. Ik heb de Entity gepakt. Oh, echt? Ja. Welke? Gewoon die... Ja, nee, die MT. Die scheidauto. Oh, die poepen. Oh ja, dat is echt poepen. Hey, dankjewel, Jaro. Drop ook een hartje in de chat voor Jaro, jongens. Want die heeft ook een 200 bom gedropt namelijk in de chat. Dankjewel voor je support. En Svennen, die had nog een 5,99 supertanks achtergelaten. Hij is gewoon weer terug. Terwijl hij al 2 keer zei dat het de laatste keer was. En hij zegt erbij... Oh, wacht. Rijn vergeten. Alsjeblieft, Rijn. Rijn, je krijgt 5,99 van hem. Ik heb een randje. 5,99? Nee, 5,99. Ja, 5,99. hij zegt ook gewoon een heel ander getal. Oh nee, ik heb geen rank. Er zitten lapjes op die walrijd. Oh. Ja, niemand die het even zegt ook. Ja, dan zitten lampjes op de walrijd. Oh, thanks. Oh ja, ik zie ze inderdaad. Thanks voor de tip. Appreciate it. Ik rijd ernaast. Top hier weer. Ja, ik zit... Ik heb echt... Dit wordt een DNF omdat ik een scheidauto heb gepakt. Dit is echt... Ik moet deze ook gaan verkopen, man. Dit is echt een stront ding. Ja, bro, Adder is beter dan deze. Oh deze my God, deze auto, dit is echt de slechtste supercar die in die game zit. Die Entity... Ja, die Entity MF. Ja, die wil gewoon nog verkopen. Ja, ik ga deze met echt... De auto's in het echt zijn het slechtste op GTA. Ja. Hier, kijk, ik doe niet eens wat er uitdraait naar links. Dat wordt een DNF, ja. Ja, dit wordt 100%. Ik kan dit niet. Dit is echt een kut auto. Mega
Zo rage quit. Holy shit, wat is er nou weer als donatie binnengekomen? Jongens, ik ga de hond uitlaten. Oh ja, doe je ding toch? Dit, fijne avond. Jij ook? Jij ook? Leuk dat je even meebabbelde. Nee, en volgende keer heeft Angelo een PlayStation 5, dus dan kunnen we samen spelen. Ja, PlayStation 4 vast, jongen. Ja, had je nou maar die PS5, Angelo? Ja, Angelo. Het is een soort kanker, hij komt er echt niet meer vanaf, hoor, 100%. Nee, okay, we gaan lekker Julia uitlaten. Yes. Oké, okay, bye bye. Hey, doei doei! Oh, dit is echt... dit wordt een trollrace, jongens. Deze auto is zo... Maar wat ben je ook allemaal aan het doen, joh? Dat ding, dat rijdt toch niet, bro? Ik rijd gewoon normaal, maar dit ding doet het. Dit is echt... Je moet dan insturen... Dat werkt toch niet met deze auto, bro? Ja, dan moet je hem maar laten werken. Zo moeilijk vindt het ding is, je moet je banden gewoon op die wallride houden. Rijn die tips geeft. Rijn die tips geeft. Hou je auto op de wallride, anders val je er vanaf. Nou ja, het lukt wel, dus... Ik ben gelept door Jesse Kok, oh nee. Kok of the day. Ik moet hem helemaal opnieuw, het zijn nep. Ik ga niet eens één lap halen, ik zweer het. Oprecht, dit is echt geen moeilijke race, hoor. Nee, dat weet ik! Alleen die lampjes, ja, man. Ik zie niet eens wat. Zal ik alvast de trollrace starten, want dit is echt te slecht, man. Oh nee, ik crash hem heel op het einde door het land. Dan ga ik er vandoor, dat weet ik wel. Nee, was die nou? Nee, je moet wel de trollrace mee doen. Er wordt op dit moment zoveel gedoneerd dat ik denk dat deze hele stream de PlayStation van Angelo is. 100% zeker, ouwe. Ah. Iedereen doneert ook gewoon voor Angelo. Dit is wel echt mooi. Ja, maar nu moet je hem gaan kopen, hoor. Nu kom je er echt niet meer onderuit. Het zal wel maar in één geld zijn. Fuck deze auto! Sorry, dit is echt, dit kan echt niet. Ik word helemaal gek van deze bak. Oh. Die derde, man. Oh, ik zit er vroeger in first person, dat was niet de bedoeling. Hey, ik kom er even iemand in. Mega boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Oh, ik heb de looping! Heb je de looping heen? De eerste lap heb ik. Nou, dan ga ik never ever ooit halen. Laat me gewoon één lap. Ik ga voor één lap. Jongens, die doet maat. Maat. Ze blijven gaan. Ze blijven gaan, joh. Hey, thanks voor alle donaties, jongens. Ik zal ze zo meteen even allemaal oplezen, want ja, nu lopen we echt ook ver weer achter. Ik kan nu ook doen. Die DNF die haal je toch wel? Nee, ik wil wel gewoon een lap halen, bro. Ik ben nu in de looping terug. Maar lief gewoon, zoals ik. Nee, ik ben geen opgever. Dat doe ik niet aan. Ik ben gewoon slim. Ik sta nu laatst. Ik sta 17e? Ja. Dat is eigenlijk wel ziek. Dus wacht, dan kan ik misschien hem gewoon nog halen, want heel veel malen hem dus niet. Oh my god, we zijn pas 15 met een rondje. Ja, maar maat, ik kan echt deze... Ah, dit rijdt echt wel gereed, jongen. Dit rijdt echt niet. Thanks voor alle hartjes in de chat, jongens. Die zijn voor de mensen die donaties hebben achtergelaten. Dus thanks sowieso voor alle support. Ja, maar ik kan bovenin die looping kan ik niet eens sturen. Ja, ik wil gewoon een rondje halen. Ik ga het niet opgeven. Jullie zijn al lang gefinished, zeker? Ja. Makkelijk ja, race. Ja, tweede en vierde. Oh, ja, het is echt een makkelijk race. Ah, zo. Wat? Iemand zegt in de chat, hij speelt met oortjes in omdat hij een oorschelpoperatie heeft gehad aan zijn wenkbrauw. Bro. Allemaal een beetje. Die vind ik... Die is zo random. Die is zo random, maar wel wat? Zo grappig, ouw. Wat? Wat die nou ook is, dude. Ja, hoe de fuck kom je daarop? Hoe is het mogelijk, gek? Yo! Ja, maar oh, mijn gods, jongen. Oh. Hey, dankjewel, Svennen. Dankjewel. Ze blijven ook gewoon maar binnenkomen, ook. Dit is echt waar. Ja, maar ik kan niet naar rechts sturen. Kunnen jullie even finishen? Ik ga gewoon in de naast oplezen. Ja, ik we zijn gefinished. Ja, maar de rest ook. Nee, maar heel... Waarom halen jullie... Ik sta nog steeds 20ste! Ik heb geen idee. Ja, Timon zijn gefinished, zie ik nu. Van de? Ja, van de.
Dat kunnen we wel doen, Angelo. Als we leaven, dan hoeven we... Ja, leave maar. Het is geen bij die DNF, 13. Maar ik... Moeten nu 13, dus als we leaven, dan hoeven we er nog maar 12. Ja, doe maar. Ik neem die DNF wel, want... Iedereen lieve, boys. Lieve, lieve, lieve. Nou, wat een feest. Ik heb mijn DNF. Had ik niet verwacht. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou kunnen? Ik heb geen idee. Even kijken. Jaro, die had nog een 25 euro megaboodschap achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, Jaro. En hij zegt erbij, Ryan, deze is voor jou, want kan de medebeller niet vergeten, hè? Is Ryan er nog? Ja, wat zei je? Deze man... Ja! Nee, Jaro! Jaro die heeft 25 euro gedoneerd. En hij zegt: Ryan. Jezus, ik kan het niet eens zeggen. Ryan, deze is voor jou, want ik kan mijn medebelg niet vergeten, hè? Oh, ja, thanks, man. Die vet die lag al te slapen, jongen. Mooi, joh. Nee, ik zit in gesprek. Oh, dat hoort er ook bij. Hey, dankjewel voor je megaboodschap. Dankjewel, Jaro. Super, super awesome van je. Silvio die heeft nog een 4 euro donatie achtergelaten. Zegt, geef dit ook maar aan Ryan. Hey, jullie hebben er ook zin in. Let's go. Dankjewel, Silvio, voor je 4 euro donatie, bro. Dankjewel voor je support. Youssef17 heeft ook nog een 50 euro supertax achtergelaten. En hij zegt erbij, hier nog een cadeautje voor Angelo. Die PlayStation 5 moet nu komen. Hey, ik kan deze naam nog bestellen. Oh, clip deze. Clip deze, let's go. Hey, dankjewel, Youssef, voor je 50 euro bom. Drop ook even een hartje in de chat, jongens, voor Youssef. Super, super alles van je. En Youssef is er ook al jaren bij. Echt al super lang. Dus dankjewel, man. Svennen die had... Oh ja, wacht. We moeten nu wel de trollrace starten natuurlijk. Svennen die had nog een keer een 23,99 euro supertanks achtergelaten. Zegt, oh wacht, ik heb nog iets op de rekening staan. Angelo, dit is voor je PlayStation 5. En daarna doneert hij nog een keer 23,99 euro. Zegt hij erbij, Perry, jij maakt mij altijd blij. Jammer dat je niet vaak meer bent met de video's. Alle love naar jou en voor iedereen. Blijf lachen en geniet van het mooie leven. Het geluk komt vanzelf naar jullie toe. Hey, mooi gezegd. Hey, bedankt voor die mooie woorden. Zeker weten. Dankjewel, Svennen, nog een keer. Voor je 24 euro supertanks. Drop ook van hartje in de chat nog, jongens, voor Svennen. Dankjewel, man. Robin die heeft nog een 5 euro supertanks achtergelaten. En zegt, mag ik de 20 euro voor Mike? Die wil het zelf van Mike hebben. Dat is ook wel nice. Ja, maar dan krijgt hij uiteindelijk maar 15 euro. Want hij heeft 5 euro gedoneerd voor deze donatie. Voor deze vraag. Dus... even kijken. Ja, ik start de trollrace, jongens. De trollrace doen we wel alleen met de mensen in Discord. Dus niet met kijkers erbij. Zodat we wel even de trollrace kunnen finishen. In plaats van dat we allemaal een DNF krijgen. Omdat mensen hem finishen voor ons. Dus vandaar. Dankjewel, Robbe. Ook voor jouw support, jongen. Dankjewel. En als laatste heeft Thomas Harmsen nog een 2,49 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt, voor de PlayStation 5. Hij gaat lekker zo. Hij gaat lekker zo. Hey, dankjewel... Ja, let's go. Let's go, Thomas. Dankjewel voor je supertanks, jongen. Dankjewel. Confirm. Oké, ik invite alleen jullie. Dus er komt een invite aan. Angelo. Perry. Oh ja, Angie wilde ook meedoen. Ik zal Angie wel van invite gooien als ze hem ziet dan. Easiest troll race ever. Ik geloof er echt geen troll van. Ryan? Heb ik nou iedereen? Ryan, Angelo, Perry. Yes. Ja, dat zijn de 3 mannen van de call. Oh, ja. Ik ben helemaal afgeleid, joh. Holy shit. Echte mannen. De mannen. Okay, let's go. De echte mannen, ja. Let's go. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Try it. I can't believe. Oh, misschien wel even ketchup uit, misschien. Goed man. Als we contact doen. I can't believe I'm now with you. Oh, er joint iemand anders. Wacht, wat zei ik? Ketchup uit, hè? Mehmet. Ik moet even Mehmet even kicken. Mehmet. Wegemet. Ja, nu is hij weg. Mehmet. Hop. Oké, let's go. Dus start ik snel voordat de rest joint. Let's go.
Oké, daar gaan we, jongens. De trollrace. De eerste DNF van de dag. De eerste trollrace van de dag. Milan, die had... Oh, wacht. Die moet nog in beeld komen. Wacht, hij komt zo meteen in beeld. Wacht. Is het Centorno? Ik heb een custom. Let's go. Mijn Kerstmis Centorno. Centorno, nice. Mega boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Pam pam, ram pam 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 pam. Milan, dankjewel voor je 11,90 euro. Ik kan niet meer praten, er komt er nog één. Holy knetter. Oké, let's go, boys. Hey, er gaan mensen spectaten hoe wij de trol doen. Oh nee, Anne, het begint meteen. Ik doe groen. Oké, het is niet de rode, het is niet de rode. Het is ook niet groen. Maar Milan, die had nog een 11,99 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt, bijdrage voor Angelo's PlayStation 5. Hoeveel hebben we ondertussen? Veel. Al 3 PlayStations. Ik zeg het, ik ben aan winst. Hey, pas op, hè. Wacht, het is er geen 1, hè? Nee, het is rechts. Oh. Kan je naar Walruit gaan poelen. Echt? Jazeker. Waarom zei je dat? Oh, omdat rechts is echt niks achter die boom, hoor. Dat is echt helemaal niks. Oh, dit is daar een randje, joh. Het is ook echt niks. Jawel, toch? Zometeen is dit ook gewoon een troll, hè? Dan oh, wat? Maar hoe kom je daar op, joh? Wow, zal dit al zijn dan? Hey, dankjewel Milan, ook voor jouw super tanks, jongen. Dankjewel voor je support, bro. I appreciate it, man. Oh, huh? Nee. Nou, die welrijd werkt niet, hoor. Ja, je hebt daar zo'n jump, maar wat kan je dan op die container? Helemaal niks, hè? Zit hier niet iets? Nee. Zit... Oh, wacht. Oh, wacht eens even. Wat hebben we zo fucking zit hier niet iets? Dit is... Is dit een race van flashlight? Mega weet ja. Oh, dit is niks. Ja, oké, okay, dan wordt hij wel lastig, ja. Ja. Ik word hier ook echt ziek... Bam, bam, bam. Wacht, hier staat ook een ramp achter, hè? Ja, dat is ook niks. Daar zit geen booster bij. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Moeten we niet gewoon naar beneden vallen? Oh, maar dat... Ah! Oh, nee. Oh, er zit inderdaad geen boost daar, nee. Maar je kan daar wel, je kan... Je... Oh, ja, daar is ook nee. Niks. Daar is ook niks. Daar heb ik ook al. Ja, maar hoezo begint het nu al? Flashlight! Is al iemand in die buis geland? Ja, naar beneden. Daar ben ik gekomen. En? Ja, niks. Oh nee, dan land je gewoon in het water. Wat is dit voor troll? Nee. dat is echt een vieze troll, jongen. Dat is hem, Angelo. Oh, die boys. Kijk, die boys zijn fucking ver terug. Ja, ze zijn helemaal teruggereden bij de start. Nee, Ryan, ik ben... nee, Ryan, nee, hè? Nee, dat is helemaal niet. Ryan die zit wel, is wel naar beneden. Zit er niet ergens gewoon een onzichtbaar iets of zo? Oh, huh? Zie ik daar nou iemand koude zieke... Wacht. Ryan. Wat? Ik verwacht... Oh. Ja, maar hier zit helemaal geen shit, heb ik nou. Er zit niet eens een boost aan, zo. Nee. Met die jump waar ik nu ben. Yo! Dat is ik heb hem hoor, jongens. Ik ben aan de andere kant. Niet. Nee, was een grapje. Ik heb hem niet. Hé, maar je hebt hem wel, toch? Ja, hij heeft hem wel. Ja, ik heb hem ook wel. Ik heb hem helemaal niet. Ja, dat was wel. Maar Perry, nu zijn we getrold dat we moeten denk harder gaan, want we kunnen hier niet verder. Nee, dat komt Nee, we kunnen hier echt niet verder, ik zweer het. Weet je wat ik echt mooie kleuren vind? Groen en geel, dat vind ik echt toffe kleuren. Ja, ik weet het. Oh. Wat zit je nou tips te geven? Ja, maar dit is de Ryan. Dat ook niet, dan moeten we echt zieke fullspeed komen. Nee? Moet je er niet? Nou ja, nu weet ik het ook niet, want nu zitten we hier vast. Wel dood, man. Waarom staat die boom daar? Moeten we er niet onder komen? Ja, ik heb nog wel een klim, maar dat lijkt me toch zo stug. Heb jij hem? Nee. Ik ben de chat aan het lezen, wacht. Nou, niet doe je aan. Jawel, zij weten het toch ook niet? Deze race is nog bijna niet gespeeld. Oh. Ja, achter die blind. Ik wou iets doen wat de chat zei, rijk van het platform af. Oké, dat hebben we niet gezien, jongens. Daar gaan we het niet over hebben. Ja, nou, flashlight, wat heb je nou weer voor ons gemaakt? Fucking boom, gek. Mega boodschap! Dan boven ik. Oh nee, dat werkt ook niet. Bro! Wat is dit vandaag, ouwe? Vandaag is het de race. Thanks! Ja,
Weet je, zoeken jullie maar even uit. Als je hem hebt, moet ik het even zeggen. Ik lees heel veel snel de donaties op, want ik loop echt achter namelijk. Melle, die had nog een 2,49 supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. Dankjewel. Geen berichtje achtergelaten, maar dankjewel Melle voor je support. Rubino, die had nog een 25 euro donatie achtergelaten. Dus drop even een hartje in de chat voor Rubino. En zeg erbij, hier mijn kleine bijdrage voor Angelo's PlayStation 5. Ja, we hebben hem gewoon verdiend, hè, nu. Ik zweer het. Dankjewel, Rubino, voor je 25 euro donatie. Martijntje Boy, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Hij zegt, Jojan, deze donatie is niet voor de PlayStation 5 voor Angelo. Maar bedankt dat je altijd toffe video's maakt. En wat vind je van muziek van Elvis Presley? Groetjes, Martijntje Boy. Gewoon leuk, af en toe aanzetten. Ik heb af en toe wel 60s of 70s of 80s playlists aan. Dan komt hij ook gewoon langs. Dus het is gewoon leuk, joh. Dankjewel, Martijntje Boy. Je bent er ook al super lang bij, dat weet ik. Oh, ik moet niet gekikt worden. Ik weet ook wel dat jij er super lang bij bent. Dus dankjewel voor je support, Martijntje Boy. Dankjewel, jongen. I appreciate it. Marco, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, yo, maatje. Prima. Maak er een leuke stream van. Shoutout naar jou. Hey, dankjewel. Dankjewel, Marco. Super, super awesome van je, jongen. En ja, we maken er zeker weten al heel de tijd een leuke stream van. Ik ben daar aan het weten, Perry. Ben je hier al geweest? Ja. Oh. Hey, jongens! Hallo! Je hebt hem helemaal niet, of wel? Nee, hè? Of wel? Niet? Jawel, ik heb hem. Let's go. Oh, hij is aan de andere kant in de chat. Hij zei het in de chat, of niet? Ja, iemand zei het in de chat. Ik zat heel sneaky zat ik te kijken naar de maar chat. Waar is dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Dankjewel Marco voor je 3 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. En Jaro, die komt nog even met de eindklapper, waardoor we de GoFundMe van Angelo's PlayStation 5 kunnen stoppen. Want hij heeft een 150 euro donatie achtergelaten. Ja, dit kan niet. Wow. En hij zegt, we hebben de GoFund van Angelo begonnen, maar we eindigen hem nu ook en vindt dat je hem nu wel moet bestellen. Nou, Angelo, je kan er niet meer onderuit. Nee. Je kan er echt niet meer onderuit. Dat houdt in dat we de PlayStation 5 versie van GTA 5 binnenkort kunnen gaan spelen. Woe! Let's go. Hey, dankjewel, Jaro, ook voor jouw support. Jongens, drop ook nog even een hartje in de chat voor jou. Drop een hartje in de chat voor jezelf. Drop een hartje in de chat voor alles en iedereen. Motherfucking flashlight! Godver... Nee, oh, er zit zo'n remschijf. Flashlight, bro! Nou, die vent is echt een smeerlap in zijn troor. Dankjewel, Perry. Of wie het ook was. Nee, ik was het niet. Oh, dankjewel, Ryan. Nee, ik was het niet. Waarom heb je geel? Dat is groen. Maar hij heeft wel... Oh, dat was... Ik wou iemand eraf beuken, maar ik dacht dat het een van jullie was. Dat is groen. Nou, ik weet nog niet wie iemand beukt me eraf die geel was, maar... Nee, thanks, jongens, thanks allemaal in de chat voor al jullie support. I appreciate it. Dank jullie wel. Kom ik hem wel? Wacht, Perry, die eerste moet je achteruit doen, hè? Ja, ik had hem in de lucht. Maar dit is hem niet. Ja, ik krijg sowieso nou zo'n booster op mijn bek en dan lig ik er weer af. Kijk uit! Oh, sorry, nee, was niet goed. Wow. Holy knetter. Oh, sorry. Maar wacht, we kunnen toch wel gewoon naar die bosjes toe, of niet? Ja, maar... Hoef alleen nog dit randje... Oh. Ja, er zit hier... Hier zit niks. Wat doe jij? Hier is het niet. Wacht, daar ligt de boost! Wacht, of niet? Waar? Wacht, kunnen we niet achterlang... Nee, we moeten toch hier gewoon overheen? Nee, ik weet... Nee, niet. Dat werkt ook niet. Wacht. Nee, die rampen die is te laag om... Ja, ik dacht misschien moeten we wel vooruitleunen. Dat we met die... Oh, wacht! Moet je niet springen? Wacht, rij er nou omheen? Ja. What the fuck? Ja, dit gaat sowieso mis. Hoe kom je daar nou langs? Oh my god. Dat is niet eens. Dit is het dus ook niet, hè? Wacht, nee, waarom ben ik achter... Is het dit niet? Nee, check... Ja, dat is niet. Check even die... Die split... Oh, ja, daar. Ja. Ik dacht het al. Weet je wat mijn idee was? Ik denk dat dit te missen hoor. Mijn idee... Motherfucker. Oh. Ja, komt goed. Ik geef je aan. Wacht, geef mij even een tikkie. Nee, die ramp is niet hoog genoeg. Die fucking ramp is niet hoog genoeg. Oh, ik moet mijn auto kantelen. Wacht, ik wil even een aanloopje nemen, denk ik. Dan moet je even... Draaien. Mijn idee was, als je in de lucht hangt en je doet je punt naar boven, misschien krijg je nog een stuitje. Nee, dat was een kutspel. Ja. Ik ga die andere kant op. Ja, maar... Flashlight!
Hij zit ook gewoon in de chat ons uit te lachen, hè, die man. Is die gewoon de andere kant? Ja, dan ga ik, ik ga testen. Oh, check jij dat. Ik blijf hier even kijken. Komt goed. Wacht, ik probeer hem achteruit even. Wacht even. Oh, dat is ook nog wel... Ja, want dan zit je... Je achterkantje is iets hoger, namelijk. Hier is helemaal niks. Misschien de laatste dan? Nee, maar... nee, hij heeft hem echt gewoon in die muur gezet. Nee, dit is ook niks, man. Nee, dit ga je niet halen achter... Oh, nee. Flashlight, is dit een goeie of niet? Nee, maar hij gaat het... Hij geeft ons ook nooit tips, dat is echt vervelend. Ja, het is een goeie, dan. Nee, hij geeft ons... Oh. Hij geeft ons nooit tips. Oh ja, ik moest even snel wat checken. Nu ligt die remscheef! Ja, ik had er nu... Oh, ben je nu ja, ergens. Tering raar. Wat doe jij? Ik ben nog steeds bezig daar, Jan. Ja, ik ben aan het kijken wat de chat zegt, maar de chat zegt allemaal achteruit. Maar achteruit werkt niet. Wat als ik gewoon echt een volle aanloop neem achteruit? Ik ga er sowieso van afvallen, dat weet ik nu al. Maar... Wat moet je hier doen, Jan? Oh! Ja, good question. Oh! Oh! Achteruit. Dan moet je achteruit draaien. Perry, help! Oh, je bent er toch bijna? Perry! Wat zit je hier te Perry! Doen, oh, Perry? Ja, nee, ik ben eraf. Ryan moet je kunnen helpen, man. Ryan? Wat? Kan iemand me even helpen? Waar ben je? Je moet via de linkerzijkant langs die confetti kanonnen. Flashlight zegt in de chat, ik zeg niks. Nou, de maker van de race wil ons niet helpen. Kijk, kan je me even een tikje geven, Ryan? 50 euro. Nou ja, je kreeg 5,99 dus. 50 euro. Of je kwijtschelding van de dinges. Nee, nee, jij moet nog 50 euro mij betalen. Nee, kwijtschelding. Nou, dan wacht, ik wacht gewoon op Perry dan, ik vind het goed. Ja. Hij rijdt er gewoon door, maar je moet hier naartoe om verder te komen. Godverdomme. Dus, je moet me wel even een tikje geven, anders kan je verder, zelf niet verder. Ik ben alweer. Kwijtschelding, Jan. Nee, nee, jij hebt mijn tuin vies gemaakt, dus... Ja, thanks. Nee, oké, mag wel. Ja, maar nu... Fuck, er zit nog steeds... Ik ga wachten op jullie. Er zit hier... Ik durf niet meer. Er zit hier nog steeds geen checkpoint. Man, ik durf niet rijden. Ga jij eerst? Ja, Ryan, heb jij nou vooruit gedaan? Ryan heeft er vooruit. Ik durf flashlight. Waarom heb je geen even een checkpoint neergezet? Dat achteruit, Perry. Ja, ik deed hem volle vaart achteruit. Toen kwam ik er overheen. Er gebeurt bij mij helemaal geen shit. Ja, maar Ryan, ik durf... Ik ga wachten, hoor. Je moet wel blijven wegen, anders word je gekikt, maar... Oh ja, ik ga hem vooruit doen, wacht even. Oh nee, Perry. Ja, nee, vooruit, je moet gewoon vooruit doen. Oh, wacht. Oké, Perry, succes. Alright, thanks, boys. ik durf echt niet. Wat moet je... Oh, er zit al... Oh, je kan ook niet meer terug dan. Oh, wacht, nee, dan ga ik echt wachten. Over en uit. Oké. Angelo, we moeten even wachten tot Perry naar beneden valt, of niet? Ja. La la la. Ah, dit is goed. Oh, Rij gaat volle vaart. Rij gaat volle vaart er naartoe. Ja, flap. Het zit er een gat tussen. Er zit aan de leed. Oké, dan moeten we de andere kant proberen. Ja, Rij die gaat nu proberen terug te komen, maar dat kan ook niet. Dus... Nee, Rijn, het is niet wel, maar ik ging achteruit. Angelo, dat is hem of niet? Ik heb hem. Let's go! Rijn is. Ja! Let's go, ouwe! Oké, let's go! Yo, ja, maar Rijn, het leuke is, Rijn die probeerde ook gewoon achteruit te rijden, maar ik wist al dat je niet achteruit terug kon. Ja, zeg dat dan. Wat was nou de bedoeling? Ja, dat gewoon... zei ik! Je moet gewoon de rechter pakken, dan heb je hem. Oké, nu hebben wij even de tijd, Angelo, om dit uit te vogelen. Ja, ik ben hier al rechts aan het kijken, maar... Oh, ik denk dat je over die hele muur kan. Oh, hier staat een hek. Oh nee, die kan je er niet uitrijden, want die... Flashlight! Nee, die kan je niet uitrijden. Of als die omvalt misschien wel, maar... De ronde door, auto. Dit kunnen wij. Oké, misschien kunnen we dit niet. Jawel. Jiggle, jiggle, jiggle. Campers. Oh, is die er nu alweer? Oh,
Ik ben echt een debiel. Ja, weet je waarom ik hier niet verder kan? Er staat een onzichtbare container aan de andere kant. Dus ik kan wel onder dat hek doorrijden. Maar je kon niet verder omdat er een onzichtbare container staat. Fucking flashlight. Oh. Ik kwam net wel echt super ver door hier gewoon overheen te grinden, by the way. Maar dat was denk ik gewoon echt geluk. Ja, ik kwam net... Ik denk dat je daar wel verder kan. Als je me echt in het midden pakt... Nee. Heb je de rechterkant al geprobeerd? Staat daar ook een onzichtbare container? Ja, de rechterkant heb ik ook geprobeerd, maar... Bro, er zit daar gewoon een onzichtbare... De rechterkant werkt gewoon! Hoezo? Er zit daar gewoon een onzichtbare container waar je over die muur kan springen, slimmerik! Ja, die had ik niet gezien. Die was onzichtbaar. Ja! Je moet toch wel proberen! Je moet toch wel alles proberen hier in deze races! Ja, ik zie een muur, ik denk. Ja, ik raak niet nee, er zit daar gewoon... Je kan daar gewoon overheen! Flashlight in de chat, lol, bijna. Die vet die zit ons ook altijd gewoon uit te lachen, jongen. Dit is sowieso ook jongen. Oké, witte ramp, let's go! Wacht. Je moet er overheen. Oh, wacht, kijk, er zit een ramp aan de andere kant. Hoe kom je daar dan? Perry! Ja, dat is terugrijden, dan naar rechts en dan zit je in een buis. Maar ja, denk het niet, man. Hij heeft hier wat invisibles geplaatst. Wacht, moet je hier er niet... Ja. Wacht even hoor. Oh, dit is wel tof dat hij dit dan nog doet. Een hele pok in te rijden. Oh nee, zit ik hier nu vast? Oh nee. Oh nee. Oh, dit... Angelo, kan je me heel veel tikken? Ja. Yo, thanks bro. Oh nee, ik zit nog steeds. Oh nee, nee. Ja, wacht. Hij kat is. Let's go, ik ben los. Oké, awesome. Ja. Ik denk dat we rechts... Wacht, kijk, rechts staat ook een rampje, maar hoe kun je daar ooit komen? Dat raak je toch nooit. Oh, wacht, Jan. Of we moeten via die bowling... Moeten we niet via die bowlingbal... Nee, dat werkt. Oh, Rijn is geliefd. Rijn is er klaar mee. Ik word er ook ziek van. Bowlingbal is er sowieso niet, want dan kan je maar heb je maar één kans om het te halen, maar... Oh. Ja, kijk, aan de andere kant staat nog een groen rampje, zie je dat? Die hele buis aan die linkerkant, dat is echt niks. Wacht, hier zit een remschijf. Misschien vind je die bal nu. Hop! Oh. Nou, ik kwam er wel bijna overheen, doe, maar... jullie zijn tering ver. Wat de fuck? Hoe komen jullie daar? Je moet gewoon rechts. Rechts kan je er gewoon door die containers heen rijden, maar daar zitten we hier vast. Oké. Oké, dit niet halen. Wacht, Angelo, ga eens weg. Hey, oh, achteruit! Ik wou dat het via de andere kant proberen. Wacht, let op. Wat ga je dan snel doen? Ja, kijk. Ja. Huh? Kijk, oké. Okay. Ik laat jou even. Maar nu? Ja, maar... Ja, wat kan je hier dan? Helemaal niks. Ja, probeer maar, Jan. Ja. Zo deed dat ding. Ja, nu zit ik hier vast, bro! Ja, maar wat is dit nou? Dit is het niet, ja. Maar jullie hebben die bal zo gebeukt, zodat je misschien met die bal ergens... Ja, dat was ons idee, maar dat slaat ook helemaal nergens op. We moeten wel deze kant... Ja, maar deze scheid... Deze scheidbanden ook. Jongens, wacht! Er zit een platform onder! Ik zweer het, er zit een platform onder! We moeten ergens door de vloer heen, 100% zeker. De vloer. Oh, ouch. Er zit een platform onder. Hè? Huh? Kan niet toch... Zal ik het nog een keer zeggen? Er zit een platform onder, ik herhaal. Oké, wacht, niet via de achterkant. Dit is 100% zeker het platform eronder. Alleen nu is de vraag, hoe gaan we er ooit komen? waarom zit ja, dit hier? Ik kan hem niks. Ja, dit is echt een... Fucking hell. Dit is echt een flashlight race. Dit is echt belachelijk altijd, maar ik vind het wel echt leuk. Ik kan niet demotiverend doen, maar we zitten nog pas op de helft. Ik heb wel... Oh ja, dat rampje. Daar hadden jullie toen straks over. Ik snap welke jullie bedoelen. Ja. I don't know how to come to death. Zit in een container geen gat? Ja, misschien in de zijkant. Ik probeer hier even langs te komen eigenlijk. Dat is nu mijn idee. Huh? Wacht, gaat dit... Ik kan net zeggen. Die route is te gemakkelijk, Jan, dat de oplossing zou zijn. Nou,
Je weet het maar nooit bij Flashlight. Bij Flashlight weet je nooit iets. Oh. Wacht eens even, ik ben eronder. Oké, wacht. Oké, ja, maar nu ga ik sowieso weer getrold worden. Ja, fuck. Ik vind het wel gewoon leuk, trollraces. Ook al ik vind trollraces echt leuk om op te lossen. Oké, ik ga volle vaart doen. I don't care. Ik ga er gewoon voor. 3, 2, 1. Woo! Huh? Ik ben getrold. Ja? Ik weet niet waar je bent. Ik weet ook niet. Bro, dit loopt dood. Nee. Dat is het ook al niet. Yo! Ik ben wel gekomen waar ik wilde komen. Dus dat is op zich ook wel een duimpje omhoog waard. Maar... Ja, maar hahaha. Waarom steekt daar een zandzak uit ook? Zandzak, die zijn aan één kant zijn die wel onzichtbaar. Zijn het van die vierkante dingen? Ja, een vierkante zandzak. Die steekt hier door de vloer heen. Letterlijk waar ik sta. Ja, maar ik zit op de stream te kijken en ik weet gewoon legit niet waar je bent. Onder. Ja, maar hoe kom je Wacht, daar? Wacht, heb ik de checkpoint? Ik zit op checkpoint 3. Mensen zeggen... Ik heb de checkpoint! Let's go! Oh, wat? Ik ben weer getrokken. Ik heb de checkpoint! Je kan hem wel je onderpakken. Ik was... Oh, thanks chat. Ja, ik ga even de stream terugkijken. Hij zit rechts bij zo'n bos. Bij je moet bij die bus. Terug. Bij die bus. Door dat bosje. Ja, door dat bosje. Ik dacht dat je daar niet doorheen kon, man. Ik heb daar echt... Ja, hier. Weet je wat Angie stuurt? Angie die stuurde naar mij dat ze een trollrace mee wilde doen. Ja. En nu stuurt ze... Ik heb geen inkomrace gedaan. Dit telt niet. Ja, je moet hier... Niet ja, je wilde zelf meedoen, ja. Wat is dit nou? Kan wel. Wacht, misschien... Oh, sorry, dat was... Ja, ik heb hem. Ik probeerde hem oprecht om te halen, maar ik kwam dat randje niet over. Thanks, chat. Ik ga gewoon de solution kijken nu van Jan. Nee, langs die bus! Ja, die bus staat het bosje, door dat bosje heen. Ja, en dan sta je... Door dat bosje en dan kan je daar naar beneden vallen op een platform. Ja. That's it. Dat is letterlijk alles. Ik probeer ook weer dezelfde kant, terwijl ik eigenlijk wel weet dat dit er niet is. Andere kant op. Ah, man, ik kom er niet. Ik ga even rechts proberen. Ik ga eerst even rechts proberen, chat. Hoeveel checkpoints zijn het? Oh, er zijn er maar 8, is op de helft. Angelo. 20 minuten later. Misschien... Oh, flashlight. Wat? Bro, doe dat nou niet met die booster, man. Ja, dit is zo klote. Ja, ik heb hem. Hopelijk kan Oké, nice. Halen. Ik moet dit even achteruit doen, want er ligt hier een boost. Oh, Angelo. Moet jij even een tik geven? Ja, alsjeblieft. Je moet een volle vaart doen bij de way, Perry. Volle vaart, als je eronderuit. Ja, maar ik probeer Angelo. Ik denk dat dat niet lukt. Oh. Let's go! Ik heb de volgende checkpoint alweer, jongens. Heb je de volgende al? Ja. Maar nu weet ik even niet meer waar ik naartoe moet. Waar zit... Oh, ik moet terug! Oké, wacht. Nu gaat die boost me niet pakken. Let op. Let op, chat. Dit zijn skills. Wat, sorry. Hier. Wat zei ik, chat? Ik heb de volgende alweer. Het is rechts. Rechts achteruit. Want er ligt de boost namelijk. Oh, en hier zie ik al een onzichtbaar. Oh, hier staat die zandzak. Kijk! Die had ik al gezien. Alleen, ik denk dat ik een volle vaart... Ik moet die zandzak volle vaart pakken. Ik moet er overheen vliegen. Angelo, heb je hem al? Ik heb hem. Ah, right, lekker man. Ja, ik weet niet, mijn... Oh, ik weet ook hoe ik deze moet doen. Gewoon volle vaart. Oké, let's go. Moet hem achter... Oh, ik staat die fucking rem daar. Hop, even achteruit. Dat doe ik backwards, man. Oh ja, oh, nice. Hier, Perry, volg mij, ja? Ja. Kijk, volg mij. Gewoon hier. Volg mij. En dan... Hop! Oh. Ik zit... Oh, ik heb hem. Ik zit in de boom! Ja. Kan ik jou nou wegpikken daar? Nee. Ik doe hem wel opnieuw. Je moet iets meer naar rechts gaan. Dat dingetje ik zat te ver naar links, ja. Dat dingetje wat je ziet, dat is dat de zit links. Kant. Ja, oké. Ja, dat dacht ik al. Oké, thanks. Dan moet ik hem... Hier pakken! Zo. Hallo! Nu vlieg je echt als een komeet. Ja, let's go, hier. Wat een landing. 25 rijpunten. Ja, Flashlight, je maakt wel echt serieus goede races, hou. Ik kan er echt niks anders op zeggen. Oh, deze is eigenlijk ook wel makkelijk, want je kan gewoon er langs. Als je de eerste hebt... Nee. We zijn relaxed. Sowieso, Flashlight. Sowieso. Ja, dit was heen links, maar...
Oh, maar wacht, de terugweg. Ik denk dat de terugweg rechts is eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Links, nee. Wacht, terugweg rechts, denk ik. Ik denk dat dit allemaal een... Wacht. Nee, rechts staat... Moet je me niet... Oh, fuck. Dan moet je ja, dat hele je moet weer iets geks doen. Ik denk niet dat we dezelfde routes moeten pakken. Oh. Is it where you point and go in the hole? Wat? Ja, je moet naar de andere kant springen, maar... Oh ja, er staat een onzichtbare zandzak. Moet je even kijken. Je ziet hem net staan. Ja, natuurlijk ja moet wel... die dan tussen de die splitter? Tering ziek doen. Nee, je moet gewoon volle vaart. Okay. Ja, sorry, ik zit te concentreren ook. Ik ga hem heel veel één keer achteruit proberen. Nee, oké, daar staat... Oké, die rechterkant, daar zit echt een obstakel, Perry. Ja. Om terug te komen. Ja, dus die maniertjes hoe we zijn gekomen, die zijn het niet. Nee, maar misschien werkt het aan de linkerkant wel achteruit. Of volle vaart diezelfde route hoe we zijn gekomen. Oh, wacht, ik zit vast hier. Wat is dit dan? Oh, shit. Dit is wel ziek. Ik heb wel een manier hoe we een heel stuk kunnen komen, maar ik weet niet... Wacht. Ja, Angelo, ik wil die volle vaart proberen. Ja, dat is dus geen volle... Zet er een remschijf? Dit is een remschijf. Oké, dan moet je hem denk ik achteruit, want ik ga hem proberen achteruit te doen. Die andere kant is 100% zeker niet. Want er staat een obstakel namelijk. Oh. Oké, deze... What the fuck? Wat de hel? Ja, maar het erger is, hij heeft hier ook gewoon aan gedacht dat we weer terug moesten, hè. Want de heenweg werkt wel, maar de terugweg dus niet. Ah, achteruit gaat ook niet. Nee, dat heb ik al geprobeerd. Oh. Oké, wacht, we moeten 100% zeker vliegen. Wow. Oh, wat? Oh, Perry, wat? Ah, hoppakee. Je moet, als je naar rechts gaat, heb je die buis. Ja, daar ben ik nu in die buis. Ja, dan ga je gewoon helemaal naar achter om zoveel mogelijk snelheid te halen. En oh, dan spring je de schijn uit. Ja, ongeveer, je moet er ongeveer op 2 uur uit. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is nog even. Ja, maar dus een beetje rechtsbovenin. Rechtsbovenin? Ja, zo doe ik hem. Dus als je op het einde naar rechts rijdt, want dan... Ha! Ja, dat was dus mijn idee. Hallo! Nee! Ertussen. Ja, ertussen! Oh, maar ik weet niet of dit... Flashlight, is dit de officiële oplossing? Dat kan je wel zeggen, denk ik. Want als we dit niet de officiële oplossing is... ik zie hier wel een ramp en die gaat mij wel heel erg helpen. Want ik weet hoe Als dit niet de officiële oplossing is, dan wil ik nog even kijken of we de echte oplossing kunnen vinden. Maar ik denk dat dit een cheat manier is, als ik heel eerlijk ben. Maar dan ben ik hem nu echt ziek hard aan het cheaten. Meestal denkt Flashlight hier wel aan cheat manieren, maar... Ik zie geen bericht. Misschien is het wel de echte oplossing, hoor. Dat kan ook. Met GTA mode gehaald toen, hè? Huh? Oh. Ha! Oh, ik ga nu hoger, denk ik. Ja, nee, de confetti kutting! Ja! Wauw. Oh, flashlight zegt ja. De flashlight zegt dat dit de bedoeling is, oké. Dan heb ik hem. Nice. Nou, goed gezien, Perry. Ja, ik... ik moet nog naar de finish toe. Ja, moet je even wachten bij de wave, voordat iedereen kan finishen. Komt goed. Okay. Ja, dan moet je nou dus gewoon yeeten en hopen op succes. Je moet gewoon... Ja, maar je kan hem niet echt... Je kan niet mikken. Nee. Ik kan het wel proberen, maar... Oh, toink. Oh! Ik ga te ver die kant op, kut. Oh, ik moet... Ik haalde het net te hard. Wacht, ik ga te ver naar links. Dus dan moet ik hoger uitkomen, toch? Ja, als ik hoger uitkom, ga ik meer naar rechts. Dus ik moet er later eruit. Hey, iemand die is heel ver... Oh, ik had bijna die grind gehad. Oh, Angelo, je kan hem nog halen. Moet je nu? Ja. Moet je nu naar die andere kant? Gewoon recht... dus gewoon naar die andere kant rijden. Ik weet niet of daar boost ligt, ik denk het niet. En dan kan je hier naar links door die pionnen heen. En dan moet je dus... doe maar rustig rijden. Dat lukt wel. Die volgende... Ja, nee, ja. En waar ben jij eruit gesprongen, Angelo? 2 uur. Wat een kut. Dat was wel een goede kant, toch? 2 uur. Ja, die was wel echt goed. Ja, maar dan vlieg ik... Ja, oh fuck, ik heb echt een hele Angelo, slechte aanloop. Hoe ben je er vanaf? Gewoon. Niet ertussen. Oh. Ik zag al dat hij slecht was, maar ik dacht ik ga er gewoon voor. Oh. Ik heb de grind, bro, ik heb hem gewoon gehaald, let's go! Ja, nu moet die sprong ook goed gaan hoor.
salamanders. Je kan ook op dat soort middenstuk landen. Ja, wacht. Ga jij maar eerst, ja. Ik ga volg jou, Angelo. Yes. Oké. Okay. Kaboom! Twee uur. Oh, die van Angelo is goed. Ja. Oh, die van Angelo is... Oh, deze... Nee! Nee! Oh! Oh! Oh. Yo! Hoe vaak heb jij erover gedaan? Twee keer. Help me in één keer, denk ik. Hier, let's go. Kijk, Angelo, dit zijn echt skills. Die was... Hoppa! Die was clean. Oh. Oh, nee! Dat is allemaal spijt, ik wist niet dat je dat weet, bro! Ik was zo aan het genieten van die grind. Ik ook, ja, daarom had ik helemaal niet gezien. Komt hij dan, hè? Ja, oh. Uh-oh. Waar is hij? Land je erop? Oh, ja. Ja, ik ben op de muur. Oké, dit is ook goed. Ik weet niet hoe Angelo eraf vanaf wil. Je kan toch gewoon. Eert. Je kan toch hier gewoon door? Ja, wacht, je moet die derde pion nog even wegrijden? Nee, rustig. Ja, en dan kan je nu hier naartoe springen. Niks rustig. Ik ben vast erop. Hier! Ja, en dan moet je nu gewoon full speed op die. Ja, en dan neusje naar beneden. Oh. Neusje van de zalm. Thank you. Oh, Angelo. Oh! Oh, ja. Oh nee! Die was close! Oh, joi. Full speed en dan. Ja, er zijn echt een paar mensen ook in de chat die maken echt serieus goede races, ja. Zoals Flashlight en Guido en Rick en Luiaard, sorry. Wat is en Bob. En het zijn echt veel goede. En moet je gewoon het rempje pakken? Ja, en dan tussen twee van die dingen en dan niet diegene met invisible stukken tussen. Oké, nice. Let's go. Lekker hoor. Dan alleen nog door de finish, toch? Ja, maar die finish... Oh. Ik ben even aan het chillen op Angelo. Die finish je denk ik in de buis. Ja, die finish it. Ik denk in het water bij de buis. Maar wacht. We moeten de finish nog hebben. Bro. Nou, kom op. Ja, ik sprong heel de tijd op 1 uur. Ja, sorry hoor. Het was 2 uur zijn. Niet tussen geel en groen springen. Niet tussen geel en groen. Ja, nee, tussen, gewoon, tussen oranje en, gewoon tussen oranje en geel. Dat staat de ramp letterlijk voor. Yes. Nice. Ik ga even kijken of de finish hier zit, als je het niet erg vindt. Natuurlijk. Ik denk het niet namelijk. Ik denk dat we die nog moeten vinden. Ik denk oprecht dat ik weet waar de finish is. De finish is niet hier, want dit, nee, zit er ernaast. Kant, waar wij toen bij het begin zaten, denk ik. Niet. Ja, hij zit aan de andere kant. Angelo, dit is teamwork, maat. Wat doe jij? Ja, we zijn nog steeds bezig. Man, trage zakken. Ja, jij race quit. Ja, ik heb de afwas gedaan. Echt? Ja. Nou, lekker bezig. Oh nee, dit is te veel naar de zijkant. Nee. Ja. Wat moet je doen hier? Ik kan niet de eerste worden. Wat moet je doen? Moet je gewoon naar beneden daar? Ja, je moet op het witte platformpje dan. Ik zie niet... Oh, what the fuck. Ja, daar was hoe hard moet je dan? Niet hard. Je moet precies landen. Oh nee, er zit ook... Ja, zit er wat? Ja. Maar dat is ook de echte finish, of niet? Ik sta er. Oh, wacht. Oh. Ik zal ervoor gaan staan, maar het lukt er niet. Angelo, niet finish, hè? Als krijg je pleasure 5 niet, hoor. Ja, alle donaties niet meer naar Angelo Fonds. Maar zit er ook een... Nee, er zit niet helemaal naar links meer. Er zit geen gekkigheid meer. Je moet gewoon een klein beetje naar rechts sturen nu. Ja, een klein beetje naar rechts. Echt een millimetertje. Oh, dat is te hard. Oh, maar hier kan ik... Oh, wacht. Ja. Ja, ik wist niet dat ik hier ook kon landen. Oké. Okay. Ja, daarom moet je een beetje rustig doen, want dan zit hij nog bij de muur. Ja. Ja, en iets meer naar rechts. Oké. Okay. Yep. Ik had dat de andere platform nog niet gezien. Ik dacht dat ik schuim moest landen. Gewoon rustig rijden naar beneden. Nee, ik heb hem. Hup. Speaking to the lot like Christmas. Oh fuck, dit is te langzaam. Ja, dat lukt wel. Althans. Oh, chill. Nice. Kijk, daar zit geen boost, toch? Nee, er zit geen boost. Maar als je nu heel hard op Angelo rijdt, dan heeft hij de finish niet. Hoezo? Let's go! Hoppa. Flashlight! Goeie race, bro. Goeie race. Deze was, ik vond hem awesome. 33 minuutjes. Ik vond hem leuk.
hij was echt goed. Hij maakte veel gebruik van dingen die we al hadden geraced. Om terug te komen. Ja, ik vond dit, hij was echt wel goed. Alleen het was... wat heb jij aan? Gewoon een kantooroutfitje. Kantooroutfitje. Hey. Gewoon zakelijk, ja. Gewoon fris zakelijk. Ja, nice. Moeilijk zijn we al live. Ja, zullen we nog E-troll race doen? Ja, ik vind het prima. Iedere YouTuber deed er ongeveer 30 tot 45 minuten over. GG. Hey, let's go. Daar zitten wij nog aan de lage kant. Dus dat scheelt. Hey, goede race, Flashlight. Serieus, dat was wel leuk. Ja, zullen we nog één troll race doen, chat? Wel, één probleem. We hebben sessie joiners. Dus ik denk dat je hem even opnieuw moet starten. Of die mannen moeten heel aardig zijn en gewoon even lieven. Ja. Kan ze toch gewoon kicken, of niet? Nee, dat kan dus nee, niet. Nee, we zitten alleen in playlist. En we kunnen al vote kicken, maar dan krijgen we er maar eentje weg. Oh, ja, nou, dan maakt het niet uit. Dan start ik even een nieuwe. Rijn, wil jij nog meedoen? Nee, toppie. Net alsof hij er niet is. Kido, als ik hem goed uitspreek. Ja, Kido. Het staat recht. Wat Kido, zei je? Heeft, of je nog mee wil doen? Oh, ik ga video editen. Doe je ding. Kido die heeft nog een 5 euro supertext achtergelaten. Sowieso high five voor jou, bro. En hij zegt erbij: bedankt Jan voor steeds te blijven uploaden. Ik kijk er elke dag naar uit. Na een dag werken. Love you, hey. Kido, dankjewel voor je 5 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. En ja, morgen staat er waarschijnlijk een race sessie online. Ik ga morgen eerst even sporten. Race sessie online. Farming opnemen. In de avond even Sons of the Forest opnemen. Trollbox 16, die gaan we doen, ja? Oh, niet 15, niet 17, 16. Dat is een goeie. horen zeggen. Dat is een goeie. Ja, dit is wel de laatste race van de stream dan, chat. Dus dan weten jullie dat alvast. Maar we gaan er nog wel van een leuke van maken. Hij is maar 1,1 kilometer. Maar we moeten gewoon volgens mij ontsnappen uit de box. Zat ook nog wel een dingetje. Dankjewel nog Kido voor je 5 euro donatie. En Lorenz Klaas, die is er ook al heel vaak bij. Die heeft ook nog 2 euro gedoneerd. Zegt, yo man, je bent de baas. Nog veel plezier, bro. Hey, dankjewel Lorenz. Dankjewel, man. Dankjewel. Super awesome om te horen. En blijf lekker genieten van de video's en de streams. Zo simpel is het. En dat geldt natuurlijk voor iedereen in de chat. Dankjewel. Ja, precies. Matchmaking closed. Ja, matchmaking heb ik closed gezet. Heb jij ook een invite, Angelo? Ik heb geen invite, nee. Oh, nu wel. Op je PlayStation komt hij binnen. Op je PlayStation 4. Op mijn PlayStation 4, jongen. Ja. Oké, zo. Op het een. Maar dan weer een horror game. Ik moet House of Ashes wil ik nog uitspelen. Ik moet even kijken wanneer ik weer een let's play doe. Het is nu heel even wat rustiger namelijk. Oh ja? Nou ja, qua video's wel, ja. Qua andere dingen niet, maar qua video's wel. Godverdomme. Maar we moeten even kijken sowieso wat voor games er nog allemaal gaan uitkomen dit jaar ook. Maar volgens mij is het heel even een paar maanden stil met releases. Maar dan kunnen we misschien wel nog een andere game gaan spelen. Moeten we even checken wanneer er weer een nieuwe Let's Play komt. T20. Het is een medium easy wall trollbox. Medium easy. Medium easy. Kevin, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Dat is sowieso een high five voor jou, bro. En hij zegt erbij, zag laatst op je socials dat je bij de bowlingbaan bij mij in de stad was. Kan hij door de donatie geen nieuwe bowlingbal kopen? was waarschijnlijk in Haarlem, Kevin. Want ik was... Was dat gisteren? Ja, gisteren was ik in Haarlem, ja. Op de Grote Markt. Of in Hoofddorp was ik gisteren bij de bowling. Ik had alleen niet gebold, wel een escape room gedaan. Samen met Suus. Oh, holy shit! Oh, yo! Zo, ik heb hem wel geland. Bro. Let's go. Nou, gelukkig om even checkpoints te pakken. Oh, point. Wacht, volgens mij zijn we begonnen. We zijn zeker weten begonnen. Ja, deze zit in de lucht. De troll has started. Ik ben een beetje achter, dus ik krijg nu pas die invisible ramp op mijn... Oh ja, maakt niet uit. Nee, ik was inderdaad in Hoofddorp bij Klaus was ik. Dat is echt wel een leuk plekje, by the way. Als je een keertje wil bowlen of escape room of wil eten of weet ik veel wat ze allemaal hebben. Dankjewel voor je 5 euro donatie, Kevin. Dankjewel voor je support, jongen. Seb van Wanderooi, die had ook nog een 1 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, heerlijk zo'n stream na een avondje werken bij de Efteling. Hey,
Lekker bezig, Sepp. Lekker bezig. Ik moet ook binnenkort weer een keer naar de Efteling toe. Dat is wel leuk. Sepp. Dankjewel, Sepp, voor je support. En geniet nog lekker van de laatste race. En Jaro die had nog een 20 euro megaboodschap gedoneerd. En hij zegt, hey Jan, deze is voor jou. Zeg tegen Angelo dat hij hem deze avond nog bestelt. En dan is hij mooi in de neus. Ja, oh. Wacht, maar we moeten naar boven, hè? Ja. Nou, volgens mij zit hij in die blauwe buis. Oh, en hier zit een gat in de vloer. Oh, dit meen je niet. Oké, we zijn begonnen. Ik ga nu even opletten. Dankjewel, Jaro, voor al je support ook deze avond, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Thank you. Nee, wacht. Hij zit niet helemaal in... Ja. Oh, ik rijd tegen de muur aan. En ik ben ontploft. Hij zit volgens mij... Zit hij niet op de muur? Nee, hij zit veel lager. Hij zit denk ik wel in... Oh ja, hij zit halverwege, zit hij. Kan je niet vanaf dat witte platform bij die looping... Ja. Ja, dat is zo'n geel ding. Ja. Oh, Angelo kan het niet even checken. Hallo. Oh. Nou, ik heb hem gehaald hoor. Maar ik denk niet dat dit de bedoeling was. We zijn nu echt kaart getrold volgens mij. Ik denk dat we bij de volgende checkpoint zitten. Nee, jij kan... Wacht. Nee, wacht. Je kan... Ja, daar ja. Want waar Perry is loopt dood. Waar ik ben loopt dood. Sorry. Ik zal even helpen. Hey, tot de volgende keer, Jesse. Dankjewel voor het kijken, bro. Oh, we zijn bij de vuurtoren. Ja, dan kunnen we nu die buis hier pakken en dan kan je naar boven. Ja, maar kan je hier niet langs? Nee. Mega boodschap! Zo, dankjewel Martijn! Zit er ook geen onzichtbaar wat even checken. Oh shit! Oh nee! Je kan helemaal naar boven op de muren komen door die blauwe buis goed te nemen. Echt? Yes. Wacht, even kijken. Recht omhoog, ja. Hey, nee, dankjewel, ja, maar, bro! Niet, maar... Ja, het is echt een shit jump die je moet maken, man. Ja, niet recht omhoog. Wacht, ik ben nu helemaal boven. Oh. Ik denk dat we hier boven de buis in kunnen jumpen. Oh die shit, ik knap bijna tegen Angelo aan. Angelo! Nee. Ik heb hem, ik ben op de muur. Ik ben op de muur. Wacht, ik rijd rustig, ja? Ja? Ja, ik haal hem toch niet. Oh, weet je als hier een troll zit. Nee, ik heb hem. Hij zit echt op de muur. Dit is een manier. Ik heb de checkpoint. Oh, ik wacht even op jullie, hoor. Kevin die had nog een 3 euro donatie afgelaten. Het was geen hoofddorpje, verloor bij airhockey van Suus in Lelystad. Oh ja, klopt, we waren ook in Lelystad, ja. Ah, weet je alles? Even kijken. Wou ongeveer 200 opzij zetten voor een nieuwe bowlingbal, maar dat wordt wachten op nieuw salaris. Oh, jij wil een nieuwe bowlingbal? Is het zo'n dure bowlingbal? Holy shit. Dat is inderdaad wel duur. Hé, maar ik heb wel tot nu toe elke keer mijn bowling... Oh nee, niet. Jordy had vorige keer gewonnen. Ik had de vorige keer gewonnen. Ik had wel in totaal 124. En ja, over Angelo gaan we niet beginnen. Wat is dit dan weer? Nee, jij deed nog redelijk goed. Maar die Ryan, jongens, oh, dat is helemaal nergens. Dankjewel, Kevin, voor je 3 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Martijntje Boy, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, hier is nog een donatie voor jou, Jan. Wanneer komt er weer een meet and greet? Want ik wil heel graag mijn oude foto van jou vernieuwen op mijn telefoonhoesje. Ik heb oprecht nog geen idee wanneer er weer een nieuwe meet and greet komt. Want het is... er zijn niet meer heel veel events op dit moment, als ik heel eerlijk ben. Dus we moeten even kijken. En als er een keer weer iets mogelijk is qua meet and greet, dan laat ik het sowieso aan jullie weten. Maar... Oh mijn god, ik dacht dat we hem hadden, Perry. Ja, ik... was te makkelijk geweest. Ik dacht, dit is toch niet de hele race? Nee, dit zijn maar... van die... Dit is een glitchpop, weet ik. Ja, dit is echt smerig. Dat was wel het voordeel dat ik dit dan weer ken. Ja, bij jou troll deze doen is wel handig, ja, want ik denk... jij weet een beetje hoe en wat. Ja, dat gaat hem dus niet meer worden. Hé, hey, dankjewel Martijntje Boy voor je 10 euro donatie. En als er een keer een meeting is, heel veel mensen vragen de laatste tijd. Als er weer een keer een meeting is, dan laat ik het sowieso weten op social media. Sowieso weten in de video, sowieso weten in de stream. En voor de mensen die dan langs kunnen komen, kunnen ze langskomen. Voor de mensen die niet langs kunnen komen, kunnen ze niet langskomen. Maar er zal vast en zeker nog wel een keer een meeting komen. Dus no worries. Komt helemaal Gucci. Oh, dat werkt niet. Ja, ik zit hier wel een beetje te kijken eigenlijk, maar... Ja. Wacht, kan ik in die blauwe buis komen? Ik ben een soort van buiten de zooi. Oh, dit is echt een glibberig platform. Maar wacht, die blauwe buis die leidt volgens mij ook helemaal nergens naartoe. Nee, zie je, die blauwe buis leidt helemaal nergens naartoe. Nou, dat is een vieze... Oh, wacht. Wat is het hier dan?
is een prank. Oh, had ik nou een onzichtbaar randje hier of niet? Oh nee. Ik dacht even dat ik een onzichtbaar randje had, maar dat is niet zo. Daar zit wel iets door de muur heen. Dus het kan zijn dat er iets aan de andere kant van de muur zit. Ik ben heel veel tegen de muur aan het rijden. Ja, my guest. Kunnen we niet gewoon weer bovenop de muur komen? Dat kan zeker. Oh, wacht. Ik wil eerst even checken waar die finish zit, maar... Ja, letterlijk daar. Oh, ja, ik sta er nu. Hij zit laag, die finish. Ja, ik zie hier die... Ja, maar hier heb je natuurlijk geen drol aan. Oké, dat zwarte in de grond, dat is geen onzichtbare plek. Ik dacht misschien iets met die ramp waar jij tegen was geknald, Jan, op de weg. Maar dat is ook niks. Ja, of hier de... Wacht, ze zitten... Kijk, er zit daar wel iets tussen, hè, Perry? Huh? Wat? Oh! 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 Ik kreeg gewoon... Ja, hier was ik net ook, maar dan haal je het. Oh! Ik krijg gewoon rennen dwars door die muren heen, joh. Ja. What the fuck? En dan kom ik dus hier, maar... Ja. Vanaf hier kan je wel die checkpoint zien en ben je buiten, maar ja. Maar waar zit die dan? Als je onder die checkpoint gaat staan en je klikt op rondje, dan zie je een gele cirkel door de... Ja, door de... Hey. Door de bodem van de vloer. Ja. Hij zit in de witte kubus, of niet? Oh my god. Hij zit in die kubus. Maar kan je niet via hier in die witte buis springen? Nee, maar ik heb... Jawel! Ik weet dan wel. Ik weet dan niet. Kijk maar, hier! Ik ben in die witte buis! Ik ben naast de finish! Ja, maar die haalt het toch niet, of wel? Bro, ik... Volgens mij ben ik er, hoor. Arena, ik wil niet heel veel zeggen. Ik ben nu letterlijk naar boven aan het rijden. Moet ik er alleen niet naast rijden. Is hier de finish? Hier! Heb je hem? Ik heb hem gewoon! Oh, dan ben ik echt een tering raars nu aan het doen. Dan heb je hem gecheat, want ik rij echt... Nee, ik krijg gewoon niet... Ik spring gewoon die witte buis in. Waar ben jij, Perry? Ja, hier, dat bedoel ik. Huh? Nee, wie van je? Je gaat hem niet halen, hoor. Oh, nee, hè? Nee, je moet die witte buizen springen. Je moet onder de platform waar je bent. Ik heb hem gewoon gehaald. Ik heb geen idee hoe, maar... Ja. GG. Oké, GG. En in dat geval... Oh, oh. Dan was dat het zeer zeker niet. Ja, nee, dat was het niet. Dat was een troll. Even kijken hoor. Jonathan die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, ik volg je al vanaf Black Ops 2. En je content wordt steeds beter. Ik ga morgen... Je gaat te hard, Perry. Je bent nu weer... Oh nee, je bent er wel. Oh ja, lol, dat is een prank. Ik ga morgen 8 uur in het vliegtuig naar New York. Dus ik heb mooi de tijd om jouw video's te kijken. Moet je ze wel downloaden, hè, als je geen internet hebt. Maar lekker bezig, Jonathan. Heel veel plezier in New York. Geniet ervan. Stuur maar een foto door over social media. Vind ik altijd leuk om te zien. En veel plezier. Dat is eens wat ik kan zeggen. Dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Jaro Demi. Die was nog gloedje nieuw lid geworden op mijn YouTube-kanaal. Dus dankjewel, Jaro. Geniet van de emoticons. Geniet van je speciale naam in de chat. En dankjewel, Jaro. Dankjewel voor de support. Je moet wel een aanloopje nemen. Kevin die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Hij heeft 5 voor jou, bro. Hij zegt... Ik speel daar bij de vereniging en die ballen die ik nodig heb zijn inderdaad duur. Maar die zijn anders dan de plastic ballen van het Boninghuis zelf. Klopt. Misschien een keer leuk om bij de wedstrijden te kijken. Ik kijk af en toe wel video's op YouTube van bowling shit. Maar ja, ik kan dat echt voor gekut natuurlijk. Maar ik vind het soms wel interessant om te kijken. Dankjewel voor al je support, man. Maar ik zal niet meer doneren, Kevin. Ga lekker sparen voor je bowlingbal. Want dan kan je weer lekker veel strikes gooien. Ik zal heel veel wachten op... Angelo. Ik heb die buis nu, maar dan... Moet je gewoon naar boven, Ja, dan ramp je en dan een trappetje op. Dan heb je hem. Dankjewel, Kevin, voor al je support, man. Maar ga lekker je bowlingbal halen, bro. Komt helemaal goed. Sepp, die heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt, als je dan Efteling gaat, moeten we eigenlijk wel samen gaan. Hè? Ja, maar jij werkt er, dus ik kom je misschien wel tegen. Oh, jullie kunnen finishen, jongens. Yes. Let's go. Hey, dankjewel, Sepp, nog voor je 1 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. RTX JN, die had nog een 1 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel ook voor jouw support. Super, super awesome van je. En dankjewel. En Lorenz Kleijs, die had ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En zegt, je bent een YouTube king. Hey, dankjewel, Lorenz. Dankjewel ook voor jouw support. Super, super awesome van je.
En wat zullen we doen? Zullen we nog één race doen? Ja. Ja, kan. De laatste, dat is echt de laatste. Ja, ja, ja. Doen we alsnog gewoon drie troll races, maar goed. Ik nog een troll race. 0 DNF's, hè? Moet je nagaan. Ja, oh. Nou ja, ik 1. Ik 1 omdat ik verkeerde auto had gepakt. Ik werd ook helemaal afgeleid, man. Oké, okay, nog eentje, chat. Nog eentje. Maar dan wil ik wel een duimpje omhoog voor jullie allemaal. Anders stoppen we er nu gewoon mee. Als we geen duim... Nee, we doen nog eentje. Wil je een nieuwe tempo race nog even spelen? Niek, stuur even de tempo race die wij nog niet hebben gedaan naar me door via Twitter. Dan kan ik ze even bookmarken, kan ik ze gaan spelen. Dus stuur ze even door, bro, want het zijn leuke races namelijk. Wat staat erin? Als men het woord apocalypse hoort, dan denkt men altijd aan de totale vernietiging van de aarde. Dat is helemaal juist. Apocalypse komt van het Grieks, dat letterlijk de deksel van het aftrekken betekent. Dat betekent bij Rijn iets anders. Het betekent dus eigenlijk openbaring, een zoektocht naar de waarheid. Het einde van een tijdperk en het begin van iets beters. De secteleden van het Altruistkamp wisten dat en hebben boodschappen op de muur getekend die kunnen helpen in het begin. Kan jij ze vinden? Nou. Dit is wel echt een mooie beschrijving. Dit is gewoon een hele beschrijving bij een trollrace. Ik moest hem even oplezen. Ik kon er niks aan doen. Oh, holy shit. Geen custom. Geen custom. Welke bak moeten we? Ja, de eerste die je ziet. De baller, denk ik. Ja, maar mij is dat een motor. Huh? Nee, ja, de baller. De baller is als eerste non-custom. Nee, maar hij heeft dat gewoon niet ingesteld. Ik zou gewoon een goede auto kiezen. Ja, dan pak ik de Desert Raid. Ja, dat troef ik. Ik pak de Desert Raid, ja. Ik weet niet of die dan kan. Hij heeft geen auto's ingesteld, dus we weten niet eens of we dit kunnen halen eigenlijk. Maar... Nee, kijk het baller. We gaan... Succes. Maximize, die dan nog een 5 euro donatie achtergelaten. Dankjewel, Max. Hij zegt, groeks aan iedereen daar. Groeks van Max, jongens. En ja, je ziet er goed en gelukkig uit, kerel. Hey, thanks, Max. Dankjewel, jongen. Appreciate it, brother. Sef van Wanderooy, die had nog een 1 euro donatie achtergelaten. Hij zegt, ja, maar ik werk bij Bosrijk in de pizzakeuken, dus helemaal niet in het park zelf. Oh, ja, in dat geval... Oh, onzichtbare rem. Ja. In dat geval komen we elkaar inderdaad niet tegen, nee. Ik heb onze grote vriend wel even een fotokick gedaan, dus. Oh, ja, maar dat is Toon. Toon die wacht wel aardig, dat is niet erg. Oké, dan moeten jullie het niet doen. Oh, mijn god, we hebben 100% zeker de verkeerde auto. Nee, wacht, misschien heb ik de juiste. Ja, mega maar dit is het. Bro, er zit in een onzichtbaar rampje. Dit is 100% zeker. Maar. Oh, wacht, Perry, ga eens weg. Ja, hij gaat er overheen springen. Ja. Oh, dat lukt wel hoor. Oh, sorry. Nee, mag niet. Oh. Lukt jou het? Heeft daar een reentje of zo? Kom jij er wel tussendoor daar, Angelo? Nee, net niet. Oh, misschien is het dat dan wel helemaal niet, hè? Ja, maar ja. Het is wel lastig als je niet weet met welke bakken dit moet. Nee. En ik denk dat Angelo dit nooit gaat halen, deze sprong. Oh, heb je hem? Ik heb hem. Oké, okay, nice. Perry heeft hem. Let's go. Maar als ik zie hoe hij dit heeft geplaatst, was het wel de bedoeling, denk ik, dat we daar... Oh ja, dat is Angelo nou wel gelukt. Oh, Angelo is wel langs. Oh, Toon. Yo. Yo, ja, ik probeer even het randje te gaan. Oh. Oh. Even een volle aanloop nemen gewoon. Waar sprong jij, Perry? Helemaal links of... Ja, gewoon helemaal links. Oké. Huh? Oh, ik heb een randje. Hoeveel checkpoints zijn het? Oh, ja, 18. Ja, ik heb zo'n gevoel dat we dit niet kunnen gaan halen met deze met de verkeerde auto. Ik heb zo'n gevoel ook. Zullen we anders even wachten? Ik start even snel een volgende. Fuck is. Ja, dat is goed. Deze race stond niet goed ingesteld, dus ja. Wacht. Niek heeft 2 races in Discord gezet. Heb je ze in de GTA race gezet? Oh ja, ik ga ze bookmarken. Kijk, dit is handig tijdens een stream. Als een kijker een race doorstuurt. Bookmark. Let's go. Ze staan erin, bro. Zo doen wij dat. Let's go. Jongens, ik woon hier in Haarlem, Chipshop. Ik start even een andere race, want deze konden we niet halen namelijk. Omdat die niet goed staat ingesteld. Dus dat is een beetje jammer.
Dus we doen er nog wel eentje. Kevin, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Dus boem, boem. 2F5 voor jou, jongen. Terwijl ik even snel de playlist ga fixen voordat het te lang duurt. Deze weg. Deze weg. Dan is het een trollbox van Matthias. Dat is een kijker. Dus... Uit? Ben benieuwd. Oké, okay, ik ga jullie weer in fight. Ik start nu de playlist op. Kevin die had nog 10 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij, strijkschooien lukt wel. Dat denk ik ook wel, ja. De competitie is bijna afgelopen. Dus heb nog wel even de tijd om een extra boningbal te halen. Zijn nog twee soorten wat ik nodig heb aan materiaal. En dan moet het nog beter gaan. Mijn hoogste game is 247. Terwijl 300 de max is met bonen, hè. Holy fuck, ouwe. Mijn hoogste... ik had laatst dat ik volgens mij 127, maar ik had de 9e en 10e beurt nog over. En ik had de strike ervoor gegooid. Dus... Ja, daar kwam ik uit op misschien 150 of zo, als ik goed gooide. Ik denk dat dat wel een van mijn hoogste games was. Maar ja, 207, wat de fuck, ouwe. Dat is bijna altijd. Ja, maar die topcompetities, dat is toch echt alleen maar strike. Ja, dat is gewoon strike, ja. Eigenlijk verlies je, ja, je verliest als je mist. Dat is het hele ding, ja. Hey, GG, het is één wat ik kan zeggen, Kevin. Stuur even een videootje door, man. Ik ben wel benieuwd, want het is echt vet met dat effect zo helemaal pats. Rollbox 1. Moet je even een videootje via Insta of Twitter sturen, dan zie ik het wel. Dan komt het wel goed. Heb jij een fight, Angelo? Catch up uit. Ja, ben aan het joinen. Thanks, Perry, dankjewel. Let's go. Dankjewel voor al je support, ook, Kevin. Succes met bowlen. En ik ben benieuwd naar een video. Arda die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Ook high 5 voor jou. En zegt erbij... ben je ooit nog van plan een keer Black Ops 2 of Black Ops 3 te spelen? Natuurlijk wel zombies. Als een OG-kijker was ik groot fan van je Black Ops zombie-video's. Ik wil nog steeds een keer zombies gaan doen. Waarschijnlijk als we het gaan spelen moeten we even... Moeten we even kijken wat. Maar we hebben sowieso nog steeds custom zombies die we nog willen doen. Alleen is dat er nog steeds van gekomen. Dat zeggen we al een jaar lang. Dus. Zo, hey, Mathias, zo hebben we wel meer dingen. Dat kan ons helpen. Oh, deze gast heeft ook geen auto vastgezet. Nee, maar hier maakt niet uit. Gewoon de snelste, de Krieger of zo. Of T20, pak gewoon T20. Ja, T20 is altijd veilig. Of hij zit in de chat. Zeg het snel, welke auto moeten we? T20. 20 seconden, welke auto? Nee, gewoon T20 is goed, joh. Ik heb hem al aangeklikt. Zit hij echt in de chat? Ja, ik zag hem net. Oh ja, succes, oh ja, succes Jan met de trollbox. Oké, de maker van de race zit gewoon in de chat. Kijk, let's go, ouwe. Dankjewel nog Arda voor de 5 euro donatie. Dankjewel voor de support. Maar houd in de gaten, want het zal er vast nog wel een keertje aankomen. Oh, hij zegt het kan met elke supercar, zegt hij in de chat. Oké, okay, nice. Oké, okay, we gaan een recordje neerzetten, ja? Onder de 5 minuten. Oh, iemand zegt in mijn chat, ik had je wel anders verwacht. wat had je nou verwacht? Hey, Chippy Choppy is spectating! Let's go, dat is echt een eindbaas. Oh, waar zit de checkpoint? Ik heb de checkpoint ook gemist. Nee, hij zit toch aan deze kant van de muur? Hij zit, of niet? Ja, hij zit wel aan deze kant van de muur. Oh ja, je kan hem gewoon pakken. Hoi. Maar hoe had je me verwacht dan, Soxy? Ik vind het wel mooi als iemand in mijn chat komt te zeggen, ik had je anders verwacht. Wat had je dan verwacht, ouwe? Oh, nee. Het begint al, jongens. Het begint, het is begonnen. Ik ga gewoon de buis pakken, ik heb geen idee. Ik ga gewoon de buis pakken. Ja, ik volg je. Daar gaat je al gebruik van maken. Nou, de meeste makers in de chat van Race, die zeggen het nooit voor. En gelijk hebben ze. Oh mijn god, dit zijn echt veel buizen, jongens. Buizen. Buizen. Meer buizen. Nee, dat is een vogel. Oh, lekker Angelo. Ja, de buizel zat er in de weg. Oh, hij zegt hoe ik je had verwacht. Ja. Ja, dat is ook geen antwoord. Wacht, waar zit de checkpoint? Wacht, er zit een hele andere... Oh! Wacht, ik zit in een hele andere kubus. Gewoon de... Ja, kut, welke buis was dit? Maar heb je de checkpoint? De rode, ja, ik heb de checkpoint. Right. Het is de buis... Ja, nee, ja, het is helemaal rood. Het is de buis tegenover de checkpoint. Ja. Dan snap ik hem. Ja, ik denk dat ik hier een andere buis zit. Je zit wel zeker in een andere... Nee. Nee, hij is echt lang. Dat hoor ik ook wel eens. Ja, hij is echt lang, hoor. Oh.
Ja, ik denk wel dat het inderdaad die buis is, maar dan zit jij in de... Ik zit in de verkeerde buis. Nee, het is die buis tegenover de... Ja, daar zit ik in, maar Angelo zit er niet in. Huh? Angelo, je zat net wel in de goeie toen je ontplofte. Ja, ik heb de andere... Nee! Nee, 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 fuck, godverdomme. Ik was helemaal boven, val ik helemaal naar beneden, ontplof ik ook nog eens. Nou, dan gaan we even opnieuw doen, want het is wel de manier namelijk. Ik heb een heel rondje gemaakt. Lekker, man. Die buis komt terug op hetzelfde huis. Oh, nu ga ik niet snel genoeg. Dat meen je ook niet. De laatste moet je snel doen. Om elkaar. Ja. Hop. Oh. Remmen. Ja, die laatste moet je langzaam doen. Oh, langzaam? Je zei net snel. Als ik een vrouw was, was ik met je getrouwd. Ik ben op bezet, undisputed. Serieus, wat? Nee, je moet langzaam doen. Ja, die laatste moet je... Ik zweer het, die laatste moet je langzaam doen. Jou geeft toe dat je kaal bent. Volgens mij is dit toch echt haar. Op... Holy... Oh, kut. Nu rijd ik erachter. Godverdomme. Chat, jullie leiden me af. Nu rijd ik van het platform afhouden. Dit even achteruit doen, want ik zie hier... twee boosters. Oh, dit wordt mijn einde. Oh nee, wat doe ik? Hop, nice. Nee. Oké. Okay. Hey, Angelo, je bent goed. Ja, maar ik heb die checkpoint nog niet meer. Oh, je moet gewoon helemaal naar beneden springen. Oh, ja. Niet weer naast. Moet je op dat blauwe ding naar boven? Ja. Oh, maar er zitten allemaal boosters. Ja, maar ik ben dus hier en nu zit ik hier vast. Hop, je moet die buis in, maar ja. Oh, 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 oh! Ja, waarom liggen er allemaal boosters? Bro, dat waren echt 1000% boosters, ouwe. Check, oh, dat meen. Nu moet ik weer opnieuw! Matthias! Of Matthias. Ik weet niet hoe ik hem moet uitspreken. Oh, fuck. Dit is nu de derde keer dat ik naar boven moet. Ja, je draagt een pruik. Nou, wat is dit nou weer dan? Ik heb gewoon altijd een petje op, dat is makkelijk. Word je wakker, doe je petje op, ben je klaar. Behalve als je ergens naartoe gaat waar je geen petje op mag. Maar je kon letterlijk met... Oh, dit is weer die buis waar we vandaan zijn gekomen. Ja, ja, oké, okay, ja, nice. Die drie de... Huh? Huh? Wacht. Huh? Ja, ik snap het niet. Ja, je moet gewoon helemaal naar boven en dan dat stukje met die boosters nee, achteruit. Nee, oké. Okay. Dat met die boosters moet je achteruit doen. Ja, dat deed ik. Dan... Ja, oké, okay, dat is op zich wel slim, ja. Ja, deze... Ik weet niet wat er met de chat gebeurt, Joey. Ik heb echt geen idee. Ik snap het niet. Nee! Rijd mijn auto! Ja, ik moet weer opnieuw. Holy shit. Maar is het checkpoint niet gewoon de grond? Wanneer een baardje? Ja. Ik neem echt nooit van mijn leven een baardje. Ik vind dat echt lelijk. Althans bij mij. Ik scheer hem er elke dag af. Daarna moet je gewoon omhoog. Angelo, dus helemaal daar omhoog wel. En dan die buis. Ik zeg drie keer een scheepsrecht, maar dit is al de vierde keer dat ik hem doe. Oh, ik kan wel in één keer doorrijden. Let's go. Beast. Nee. Die buis in die hoek. Ja. Als je daar, ja, die gewoon helemaal uitrijden, dan ben je er. Zit ze me allemaal nog uit te lachen ook. Thanks, jongens. Ik weet nog wel, we hadden die stream dat het toen ging over Ryan die alles aan het strijken was. Maar nu gaat het dus over jou en je pruik. Ja, ja. Ik heb net mijn haar laten zien en nu zeggen ze allemaal dat ik een pruik op heb. Dus ook, gaat ook weer lekker. Oké, okay, wacht. Jongens. Ja. Nu kom ik er echt aan, ja? Ja, Nou, het mag aan tijd worden. Oké, okay, moet je dan ook over dat rode stukje? Welke buis moet je in dan? Ja, gewoon die buis in dat hoekje. Ja, maar ik zit in de verkeerde buis. Nee, dat kan niet. Er is, nee, gewoon er is maar één buis waar je in kan. Ja, die moet je gewoon legit uitrijden en dan... Hè? Er zijn 100 buizen waar je in kan. Gaat. Nee, er is maar één buis waar je in kan hoor. Er is maar één! Moet je gewoon helemaal uitrijden, Perry. Ja, dat is die buis waar je vandaan bent gekomen. Ja, dit is inderdaad dezelfde buis, ja. Ja, dan ben je dus gewoon weer terug. Maar wat is Angelo dan nu aan het doen? Ja, maar hier zijn toch 100 buizen waar je in kan? Nee, dit dus kan maar in één buis, bro! Wat? Oh, Angelo, je bent al bij een andere checkpoint, sukkel! Nee? Je checkpoint 6 ben ik. Huh? Wacht! Ik ben bij checkpoint 6. Ja, Angelo ook. Ja, dan heb je hem toch al gehaald, Angelo! Wat zeg je dat te doen? Je hebt al niet checkpoint! Ja, nu weet ik het niet meer. Maat. Nu weet ik het ook niet. Ja, die man die was bij een hele andere checkpoint dan wat ik bedoelde. Echt. Het ding is, ik had hem daar denk ik gecheat aan of zo. Ik ben gewoon naar beneden gesprongen. Ik wil het proberen ook.
Oh ja, dat had natuurlijk ook... Hey, Kruiger Gaming, dankjewel voor je 25 maanden lidmaatschap op YouTube, jongen. Hij zegt, jeetje, al 25 maanden, wat gaat het snel? Ja, de tijd gaat zeker weten snel, ouwe. Dankjewel, Ton. Kruiger Gaming, zijn echte naam is Ton. Dankjewel, bro. Dankjewel. Nee! Maar wacht, die checkpoint... Wacht. Ja, die checkpoint die zit daar, maar... Ja. Ja, maar waar? Achter die grote muur? Ja, achter die garage. Ja, ik probeer echt hier naar boven te komen, maar dat is echt een heel vervelend... Ja, er zitten bij alle tweede dingen zitten er remschijven. Wat, heb je die walrijd al geprobeerd? Ja, bij de... Spirals hebben we... Echt? Ja? Okay, want ik probeer nog één keer. Ah, wellicht anders kan je vast, als je je best doet, er eentje skippen. Andere woorden. Oh, ja, ik heb een... Oké, top. Zie voor die zo'n troll racen, hè? Oh, shit. Oké, dat is hem dus niet. Die andere heb ook een remschijf? Ja. Oké, dan ga ik die niet eens proberen. Ik heb het idee dat als je de remschijf wilt skippen, dat links misschien makkelijker gaat. Nee, links ook niet. Je kan er niet onderdoor. Probeer maar. Dan moet je er onderdoor. Nee, dat is boven, sukkel. Ja, dat snap ik ook wel, maar... Ik had dacht ik ook al. Moeten we luisteren naar me? Sorry, baas. Heb jij al helemaal onder geprobeerd? Nee, want ik wist niet waar de remschijf zat. Dus ik heb nog helemaal niks geprobeerd. Oh, ik hoor een... Ja, oh mijn god. Daar zijn 1800.000 bijen. Oh mijn god. Zit Matthias nog in de chat? Matthias, als het één van deze buizen is, dan moet je het echt even zeggen, want... Oh nee, shit. Ik ga ze echt niet allemaal proberen. Ik kan dat ook nooit onthouden, maar dit is echt... Als het één van deze buizen... Weet je al iets? Ik denk dat het één van deze buizen is, als ik heel eerlijk ben. Want waarom zou die... Als dit een troll is, jongen... Hij zit te lachen. Het is een van deze buizen. De maker van de race zit te lachen in de chat, ouwe. Jawel. Nee, ik denk het niet. Hij wil dat we ze allemaal proberen en dan zegt hij... Ik land twee keer achter elkaar in dezelfde. God, er zijn 20 buizen en ik land twee keer achter elkaar in dezelfde. Hoe dan? Dankjewel nog voor de donatie, je time. Ik zal hem zo meteen even oplezen, jongen. Oh, wacht, hier. Matthias zegt in de buurt wel. Zie je wel? Ja, in de buurt. Ja, ja, wat is in de buurt? Wat is dit? Ik weet het zeker. Ik weet het zeker dat dit moet zijn. Ik weet het zeker, bro. Wat als ik helemaal daar aan de zijkant land? Want ik probeer helemaal aan de zijkant te landen. Je bedoelt eigenlijk net naast die buizen? Ja, net naast de buizen, maar wel erin. Je snapt wat ik bedoel. Ja, in die soort van vierkant. Dat vierkantje. Oh, deze buizen. Ik land weer in dezelfde. Ik land ook weer in een of andere shitbuis. Oh, wacht. Niek zegt in de chat, een beetje creator knowledge hier. Deze buizen kunnen niet open. De achterste staat het hoogste, dus probeer die misschien. Oké, wacht. Dat is deze. Daar. Ja, maar daar kom je niet bij. Daar ga je niet snel genoeg voor. Die achterste ga je niet snel genoeg voor. Dus daar kom je niet in. Of je moet er vroegtijdig uitspringen, dat je hoger gaat. Maar, ja, dat had ik nu. Maar ik wil eerst even proberen aan de zijkant te landen. Je kunt ook op Social Club kijken. Kijken wat voor buizen dit zijn. Nee, wacht. Ik ben nu aan de zijkant en ik zie een rood rempje daar, volgens mij. Wacht. Wacht, er zit hier wel wat hoor, volgens mij. Iemand vraagt Hertog Jan of Jupiler? Vind ik wel een goede vraag. Ik denk Jupiler. Ik vind Hertog Jan niet meer zo lekker, namelijk. Boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Is dit het, Matthias? Is dit het? Ben ik er nou echt naast gevallen? Ja, echt. Nee. Hey. Je moet volgens mij die rode buis in, jongens. Die rode buis? Rode buis. Ja, want die gaat omhoog. Maar is het nou in dat... Je moet ernaast landen, dan moet je op een rood platformpje landen. Dan moet je de rode buis in. Volgens mij heb je dan de checkpoint. Ik denk dat Matthias' favoriete kleur rood is. Ja, dat is de eerste kleur als je de creator in komt. Oh, echt? Ja, dus je hebt waarschijnlijk gewoon niks veranderd.
Ja, kom ik weer in die buis. Oh. Yo, Doc. Dox. Welkom bij de stream. Oké, okay, ik ben er weer. Ja, ik haal die sprong niet, hè. Je moet echt heel ver naar rechts springen, bro. Jezus. Holy fuck. Nou, als dit het is, dan moeten we nog echt ziek stunten ook, ofzo. Maar jij bent helemaal eens anders, Perry. Of heb je hem al? Nee, ik ben daar zo. Lukt die mannen? Hij lukt zeker. Uh-oh. Tegen de klok ingaan. Oh nee. Oh nee, als ik hier nu vast zit, word ik boos. Oh, dit is shit. Je zit tussen die ramp en die... Ja. Ja, dat kan je net halen. Die drempel, die kan je net halen. Ik had er ook last van. Welke drempel? Ja, die drempel, buis... de buis in te komen eigenlijk. Nee, die is fucking hoog! Ja, dat red je net. Hoe moet je dat redden? Dit is echt vreselijk. Waar ik nu ben. Dat kan je helemaal niet redden hoor, Perry. Jawel, dat heb ik ook gedaan. Weet je hoe hoog die drempel naar die buis is? Ja, ja en dan zit ik hier vast, man. Ja, ik kom er niet in. Ik denk dat het dit wel is, maar ik zit hier ook vast. Ja, ik zit hier nu ook. Ja, ik zit hier nu ook. Ja, maar. Ja, hoe kan dit nou? Waarom land ik hier tussen? Fuck it, respawnen. Nee, ik kom er echt niet op. Ik weet niet hoe jij ooit dat randje op bent gekomen. Oh, jij zit daar vast. Ja! Nee, ik ben er langs, ik ben er langs. Ja, je kan precies... Oké, let's go. Oké, wat moet je in die buis doen dan? Ja, dan moet je op het einde wal rijden. En dan tegen de klok in, zodat je op het platform komt. Maar dat deed ik dus en toen flikte ik op het dak. Niks van, maar... Holy fuck! Ja, op het einde zit dus een gat. Als je tegen de klok inrijdt... Dan rij ik nu precies de verkeerde kant op. Wacht. Ja, dus naar links. Ja, oké. Okay, ik rijd nu naar rechts. Wacht. Ik haal hem echt niet, jongen. Ja, ik ben nu ook aan het sukkelen. En ik hoop dat je dan op die muur komt. Oh. Ja, ik wacht. Ik ben er nu weer naast. Op die baan. Oh-oh. Als... Oh, ik val nog even verder naar beneden. Oké, ik ben nu op het wegdek. Ja, verder, daar, ja. Maar verder dan dat lukt het mij niet. Wacht, er liggen echt mega veel boosten ook. Maar waar zit die checkpoint dan? Ja, ik denk... Overheen, ik... Als dit een troll is, hè? Oh, yo. Ik val helemaal naar beneden. Oh, niet ontploffen. Oi. Thanks. Oké, ik ben op het platform. Nu moet ik volgens mij alleen nog naar boven toe. Maar ik weet dus niet of het dan... De checkpoint zit letterlijk aan de andere kant van de muur waar ik nu naast sta. Maar als ik dit... Dat bedoel ik... Holy knetter, er zitten overal randjes tussen, jongens. Oh, hey, ik ben nu ook op dat wegdek. Wat heb jij het gedaan? Ik heb gewoon met die boost achteruit naar die boost gereden. Dan die booster gepakt en een klein beetje naar links gesprongen. Je moet gewoon op dat platform landen, dat is alles. Ja. Oh, wacht. Wacht even, die laatste is genaaid, Perry. Wacht even, ik moet... Wacht. Ik moet naar boven rijden, moet ik... Het soort te doen van een parcours waarvan je niet weet of het wel moet. Welke kant moet ik nou opsturen? Oh, ik hang in de lucht. Shit, ik hang in de lucht, dus ik moet naar de muur toesturen. Kijk, waar zit jij? Nee! Ja, nu zit ik aan die andere kant van die muur. Nee! Nee, ben ik ook! Holy knetter, ik ben er ook. Ja, het is misschien nog wel mogelijk, maar hier. Ja, je kan er toch nooit meer op die buis springen. Oh. Ja, bro, maar dit laatste, ik denk dat dit hem niet is hoor. Is de maker van de race nog in de chat of? Ik denk het wel. Oh nee, ik ben ernaast.
Maar die laatste, volgens mij... ik weet niet of je tussen dat spleetje door kan eigenlijk, hoor. Hij zegt alleen maar ha 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 ha. Ja, dat is sowieso een troll. Hier kopen we niks voor. Ik ga niet eens ferry doen, man. Fuck it. Ik denk dat dit het wel is, maar... Ferry, ga jij eens voor? Hè, wat? Voor? Waarvoor? Die jump? Ja. Is hem wel, zegt hij. Echt, zegt hij dit in de chat? Ah. Oh, dat is dan echt een hel. Is een vel. Ja, shit. Ik moet hem snel typen, hoor, maar... Nee. Kijk, ik heb hem in één keer. Oh, je moet... Let's go. Je moet daar naar rechts. Ja, wat probeer jij dan? Ja, ik dacht rechts op de looping. Huh? Dus ik zat eigenlijk naar links te gaan. Oh, ik ben ertussen gevallen. Ik had hem in één keer, maar ik ben ertussen gevallen. Is dit hem echt? Hij zegt het. Ja, maar ik vertrouw hem niet of zo, maar... Weet je hoe dun dat spleetje is? Nee, ik heb geen idee. Ja, nee, ik wel. Tering. En dan ben ik hier weer vast. Uh-oh. Aan de andere kant landen. Thanks. Let's go. Ik heb het nu nog zieker voor elkaar gekregen of zo. Ik ben nu gewoon op de... Aeropol. Oké, wacht. Niet weer tussen die... Wacht, ik moet niet weer tussen die sting... Oh nee, ik doe het weer. God! Oh wacht, misschien kan ik... Wacht, nu zit ik hier vast. Hoe heb ik dit nou weer voor elkaar gekregen? Nou, doe even normaal hoor. Hoe zit ik hier nou vast? Nou... Nah. Man! Yo. What you doing? Where you at? Iemand zegt in de chat, hoi, ik ben Henk. En zijn naam is Ruben van Vaals. Een rare gamertag dan wel hier. Ja. Dan is het geen Henk. Oh, niet over het muurtje heen. Oké, chill. Jullie zijn super dichtbij. Het is hem. Nou ja, als het hem is, dan zijn we niet super... Ene troll, als het hem is, zijn we niet super dichtbij. Want dan is het hem gewoon, slimmerik. Maar ik heet helemaal geen kruk. Ja, wat is het? Waar lig ik nou weer dan? Ik zie helemaal geen reet, ouwe. Wat is dit? Oh, ik ben erop. Ik ga nu naar links springen. Ik ga het even slim aanpakken. Kijk. Let's go. Dan gaan we zo die buis in, dat is veel makkelijker. Holy F. Holy F. Wat moet je met die laatste looping doen? Ik zie een tweet van 2016 dat ik je rekpetje had gekocht, long time ago. Let's go bro, let's go. En je bent gewoon weer een keer in de stream, toch? Thanks voor je support, ouwe. Ik snap nu wat je bedoelt. Wat, dat laatste? Ja, dan moet je dus net naar de zijkant sturen, dat bedoelde je. Ja, maar kijk hoe dun dat spleetje is. Ja, dat is shit. Oh, zit ik nou hier vast? Nou, nee. Gewoon nee. Ik zweer het. Wat moet je hier iets doen, Jan? Ja, je moet... Wacht even, ik heb even wat technical difficulties. Kan je me... Ja, thanks. Oh nee. Thanks bro, ik ben los. Jij ook? Ja. Kijk, je moet zo naar boven. En dan moet je naar links draaien. En dan moet je... Oké, daar opkomen. Op dat weggetje. Dus niet eruit springen, maar op dat weggetje landen. Yo. Ja, als je dacht dat lastig was, wacht maar. Het wordt echt nog een hel. Oké, ik heb hem weer. Ik ben er weer op. Ik ben niet gay, Dinant. Ik heb een vriendin namelijk. En voor wat ik, zover ik het weet, is het niet... Nee, dat ga ik niet eens zeggen. Ik moet naar voren. Wacht even hoor. Ja, jongens, ik ben er klaar mee. Ik ben weer bij aan die andere kant van die... Ja, maar weet je hoe dun dat stukje is? Dat is echt bizar. Ik heb het dus 3 keer geprobeerd en toen ben ik er afgeketst weer. Oké, ik ben er weer. Nee, wacht. Maar even zonder grap.
Matthias, is dit het echt of niet? Moeten we echt tussen dat spleekje door of niet? Want anders zitten we dit zo meteen 20 minuten te proberen. Zit er hier gewoon een onzichtbaar shit dat je door die muur kan rijden? Wacht even. Yo, Jan. Moet je die ramp op of niet? Ja. Oké, ik ben hier ook even. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Op, jongens! Op. Ja. Dat is echt is simpel hoor. Ja, maar. Oh, ik ben los. Ik probeerde even door. Hey Angelo, kijk eens wat ik mee bezig ben. Ja, wat ben jij aan het doen? Is, oh, hij zegt is simpel hoor, zegt hij in de chat. Het is helemaal niet simpel! Wat doe jij dan, Perry? Ja, ik ben hier gevallen. Maar ik denk dat dit niet haalbaar is. Oké, okay, ik heb de eerste weer. Ja, maar als je de laatste valt, dan kom je aan die andere kant van die... van die ja, dat is echt, dat is oh, echt... Oh, Angelo, je hebt zoveel mazzel. Jij gaat zo gelukkig. Oké, wacht, wacht. Ik ga het proberen, ik ga het proberen. Alsjeblieft dat je maakt. Nee, niet inderdaad, niet inderdaad. Ik ben er nog op, ik ben er nog op. Oh, weet je hoe dun een spleetje is? Hey, kan iemand niet even helpen? Door zijn auto even hier nee. te kantelen. Oké, okay, ik ga het nog een keer proberen, want ik ben er weer. Nee! Kut! Nee! 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 Ik ben de verkeerde kant rijden! Ah! Ja, dat maakt niet uit, Jan. Ik ben erop gekomen. Als je aan de andere kant ligt. Wat dan? Ja, je moet die buis opspringen. Ja, gewoon heel langzaam, toch? Jan. Ja, je moet aan die bovenkant van die buis komen. Oh. Zodat je terug kan rijden, eigenlijk waar je vandaan kwam. En dan aan de andere kant van het muurtje bent. En dan moet je... Ja. Moet je volle aanloop nemen en een jumpje naar rechts nemen. Ja, dus waar je nu bent. Dus... Oh, ja, Angelo is het ook. Hoi. Ja? Hoe? Dus nu een beetje aan de linkerkant staan, zodat je vaart kan maken met een klein sprongetje. Oh! Angelo, dat je helpen. En dan moet je hem vol rechts in die hoek pompen. Thanks, ja, Angelo! Ja, hij is erop gekomen. Matthias, de maker van de race, zegt je moet meer snelheid hebben. Ja, maar als ik meer snelheid heb, dan lanceer ik me... Dan lanceer ik mezelf van dat hele platform, want dan kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Hé, hey, ik kan ook weer opnieuw beginnen, jongens. Oh nee, oh nee, oh nee, ik zit nu tussen een ander gleufje. Oh. Ik kan niet heel veel opmerkingen opmaken. Als, oh, wel als dit allemaal op TikTok komt, jongens, ik zweer het. Content voor deze. Ja, dan heb je genoeg TikToks, ja. Oké, okay, ik ga er weer voor, ik ga er weer voor. De maker van de race zegt meer snelheid. Snelheid is alles! Speed, I am speed. Wat zeg je nou met snelheid is alles? Oh, geef me even die tik, man. Nou, ik ben er ook weer, jongens. Ja, lekker! Hey, Angelo! Angelo is een soort van de ramp meneer geworden. Yeah. Yo, Angelo. Ja, maar weet je wat het probleem is? Als je dus helemaal tegen de muurkant aan zit, dan kom je tegen die bovenkant en die is van hout en die steekt uit. Zo niet. Ja, maar Matthias, moeten we de muur opspringen of moeten we gewoon die ramp uitrijden? Ah, ik ben ook helemaal crazy. Wie gaf de daar Chewbacca? Ik heb geen idee. Oh, thanks, brother. Kijk, kijk inderdaad. Ja, ik ben op die muur. Oh, god, eindelijk. Maar moet je niet, moet je niet... Nee, 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 dat werkt niet. Ik ben helemaal naar beneden. Ja, nee, ik denk dat dat net niet kan, man. Je kan toch over dat hele dunne randje rijden? Kun je dat toch ook op? Als je die skills hebt, dan... Ja, ik ga naar dunne randje... Ik heb altijd met snelheid gehad. No joke. No joke. No joke. Ik ga gewoon proberen dat dunne randje uit te rijden, denk ik, hoor. Nou, dan red je het niet. Nee, echt? Kom je dan niet precies op die muur uit? Dan moet je echt nog op het einde nog meer naar de zijkant sturen, hoor. Serieus. Jij bent door de gleufje gegaan. Ja, maar je kan best laat. Je kan echt heel laat pas naar de zijkant. Later dan je denkt. Ja. Oh! Oh, rem. Ja! Oké, okay, nou, wow, ik ga hier wel naar beneden en dan laat ik wel weten of dit het is. Ja, dat is het, oké. Okay. Ja, de checkpoint. Ja, dit is hem. Let's go! Easy! First try, jongens! Ja, nou, first try. Die editen we al, de rest editen we eruit. Oh. Dat was het ook. Ja, hey, Angelo, wil je nog finishen? Nee, hè? Ik zie je niet komen. Hartstikke idee. Let's go. Oh. Ja, hij had wel gelijk dat dit er was. Maar dat einde was wel echt even moeilijk, hoor. Helemaal omdat als je hem niet haalt, dat je aan de andere kant van die fucking muur zit. Dat is echt vervelend. Maar we hebben hem nog gehaald. En dat in 12 seconden. Dus ja, dat is wel mooi. Dat was een leuke race, Matthias. Dat was een leuke race. Ja, zijn we toch wat langer live gegaan dan ik eigenlijk had verwacht. Maar... Je hebt eigenlijk gewoon elke trollrace nog opgestart, hè?
Ja, inderdaad. En dat met één DNF. Heb ik gewoon voor de kijkers, voor jullie allemaal gedaan, hè? We hoefden eigenlijk met één trollrace te doen, want we hadden maar één DNF. We hebben er gewoon drie gedaan. Maar het was wel leuk. Dat wel. Weet ik nog niet. Ik denk het niet, Imitinus. Ik denk het niet. Nee, dat was wel de laatste race van de stream. Chippy Choppy, die heb heel de tijd gespectateerd. Ik hoop dat hij het leuk vond. Chippy Choppy. Nee, die doet ook eigenlijk elke stream altijd mee. Ik vind het echt een leuke naam. Maar ik ga wel de stream afsluiten. Dus willen jullie nog iets zeggen, Angelo? Thanks voor de donaties. Je PlayStation 5 moet je halen nu. Hè? Je kan er echt niet meer onderuit. Oké, let's go. Dan kunnen we eindelijk de PlayStation 5 versie gaan spelen. Eindelijk 60 FPS, jongens. Yes! Na gewoon 8 jaar tijd of zo. Holy shit. Lekker gedaan, jongens. Wil jij nog wat zeggen, Paddy? Ja, fijne nacht, dus iedereen. Kijk. Ja, jij ook alvast. Dankjewel. Ryan? Quote of the day, live your fucking life. Let's go. Nee, live your fucking life to the fullest. Ja, ben ik ook. Oké, nice. Nee, jongens, sowieso thanks voor het meedoen. Ik ga hem ook meteen uitzetten, want ik heb het ook wel gehad. Ik ook. Als dat vind ik heel logisch, ja. Dus. Nee, ja, ik zie je spreek jullie volgende keer wel weer. Ja. Je start een nieuwe race? Ja, ik heb op restart geklikt. Oh, ik dacht, wat gebeurt er nou, jongen, die game? Nee, jongen, die troll. Ik snapte hem al niet. Ja, die troll, hij trolt gewoon even door, hè? Nee, ik spreek jullie wel weer, mannen. Is Gucci. Kom wel goed. Thanks sowieso voor alle support. Thanks voor het meedoen. Ja, was plezant. Yo. Nee, sowieso. Ik spreek jullie. Is goed. Yo. Oh, zo gaat de afsluiting altijd. Heerlijk. Er waren nog wel een aantal donaties binnengekomen. Dus die lees ik nog wel even op natuurlijk. Ik heb er heel veel gemist zelfs. Sowieso, ten eerste voor de mensen die gaan slapen. Thanks allemaal voor het kijken. Thanks allemaal voor het support. Thanks allemaal voor het liken. Thanks allemaal voor het chatten. Thanks allemaal voor het meedoen. Thanks allemaal voor het doneren. Thanks allemaal voor het lid worden. Het was echt weer een awesome, chaotische, lekkere stream. Dus dank jullie wel sowieso allemaal voor alle support natuurlijk. Maar... er waren nog wel een paar donaties, want Kevin, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Hij zei dat het zijn laatste donatie was, maar hij doet het nog een keer. Hij zegt, ik zal even kijken of ik wat kan vinden, maar wil je dat ik het stuur? Je kan, als je me een berichtje wil sturen, by the way, dat is ook voor iedereen in de chat. Je kan me een tweetje sturen, dat lees ik sowieso altijd. Je kan me een Insta DM sturen, dat lees ik niet altijd, maar ik probeer mijn best om het wel te lezen. Dus als je een keer een video wil sturen, zoals Kevin misschien van zijn bowlwedstrijd wil doen, stuur me gewoon een DM'tje op Insta of stuur me gewoon een tweetje, dan zie ik het voorbij komen. 247 was inderdaad een uitschieter. Dus ik denk dat ik gewoon lekker gooide. Zit normaal gesproken op 170, 180 gemiddeld over 4 games per speelavond. Hey, super nice. Als ik twee potjes heb gebold, dan ben ik er ook wel klaar mee. Maar ja, 4 games, dat is wel veel, man. Maar ja, als je achter elkaar kan gooien, is je eigen baan. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Ik heb geen idee. Dankjewel, Kevin. Ik zit weer onze te lullen. Dankjewel voor je support, Kevin. Dankjewel voor je donatie. Tijmen, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, ik heb weer een paar oude streams teruggekeken en nu ben je live. Hey. Let's go, timing. Mooie timing. Dit is ook de eerste donatie en er zullen hopelijk meer volgen. Ben een trouwe fan voor al 9 jaar lang. Dus doe de groetjes aan de crew en de chat. Groetjes van Timen. Hey, ja, chat, jullie krijgen allemaal de groetjes van Timen. En dankjewel voor al je support, Timen. Ik weet dat er sommige mensen al heel lang bij zijn. En thanks allemaal sowieso voor alles natuurlijk. Bro Games heeft nog 2 keer een 2 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel Bro Games voor je support, jongen. Had geen berichtje verder achtergelaten, maar dankjewel voor het doneren. En voor het kijken. Rick die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt hier 3 euro voor de grootste baas van Nederland. PS, hoe is het ermee? Gaat super lekker, Rick. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben happy. En gaat goed. Gaat goed. En ik ben blij met de video's die ik maak. En met alle reacties die ik van jullie krijg. Dus helemaal goed. Dankjewel, man. En blijf lekker genieten van de content. Dankjewel, Rick. Lens van Damme, die was nog gloedje nieuw lid geworden op mijn kanaal. Dus dankjewel ook Lens voor jouw support. Geniet van je motocross, geniet van je naampje in de chat en alles wat erbij komt. Dankjewel. Kian Rogiers, die had nog een 99 cent supertext achtergelaten. Dus dankjewel Kian, nog voor jouw donatie. Tifout, die had nog een 2,49 euro supertext achtergelaten. En hij zegt, Hojan, wat voor tattoo heb je op je arm? Een middelvinger.
Gewoon dat je een beetje scheid moet hebben in het leven, daar staat het voor. En dat je niet dingen aan moet trekken van allemaal andere mensen. Lekker je ding doen, als jij gelukkig bent, dan is het, dat is degene waar het om draait. Dankjewel Tiefout voor je €2,49 supertanks. Dankjewel voor je support, jong. En jij bent er ook al jaren bij, dat weet ik, dus dankjewel, man. Wes Kappenel deelt nog een €5 donatie achtergelaten. Dus nog een high five voor jou, bro. En hij zegt erbij, yo Jan, ik kijk je video's al 8 jaar en heb zelfs een aantal GTA races gemaakt jaren geleden. Super vet. Ik geloof altijd van je Black Ops 3 Random Clash Generator. Nu een keertje bij de livestream, dus even doneren. Keep up the good work. Hey, we gaan zeker weten verder, Westkap. Dankjewel voor al je support. Je bent er dus ook al jaren bij. En blijf lekker af en toe genieten als je zin hebt om video's te kijken. Er staan altijd nieuwe video's online. En je kan lekker kijken wat je zelf leuk vindt. Dus dankjewel, man. Dankjewel, Westkap, voor al je support. En als laatste heeft Youssef nog een €6 supertext achtergelaten. Dus high five voor jou ook nog. En hij zegt, no joke, dit was tot nu toe de meest geweldige stream ooit. Heb nog niet zo erg van genoten. Heerlijk weer, Jan. En zoals altijd groetjes naar Thibaut. Hey Thibaut, je zit nog in de chat, ik zie je. Je krijgt nog groetjes van Youssef. En Youssef, je bent gek gegaan met je donaties. Dus jij ook bedankt voor al je support, jongen. Maar dat was wel de stream, jongens. We gaan ermee stoppen voor vandaag. Ik heb ervan genoten. Ik vond het leuk. Het was een super chaotische, leuke stream. En jullie zijn ook helemaal gek gegaan met de donaties. Dus sowieso natuurlijk bedankt ook daarvoor. Als iemand nog een vraag wil stellen. Je kan nog even een vraag stellen. Het blijft nog heel eventjes hangen. En dan zit de stream er wel weer op van vandaag. Dus thanks sowieso allemaal voor het kijken. We zijn snel weer een keer slaan. Ik vind GTA serieus leuk om te streamen op YouTube. Dus dat kunnen we af en toe gewoon doen wanneer ik ook even een avondje niks te doen heb. Of wanneer ik gewoon een avondje heb om te streamen. Dus ja, volgende keer kunnen jullie gewoon weer lekker kijken. En je kan natuurlijk altijd de streams terugkijken als je nog iets wil zien. Hoe gaat het met je ouders? Met mijn ouders gaat het ook goed. Zeker weten. Meestal kijkt mijn moeder ook de stream terug. Dus moedersje, als je kijkt, goed bezig. Waar heb je een piercing? Hier. In mijn oor. Daarom heb ik ook oortjes in plaats van een headset. Nog een maandje denk ik, dan kan ik mijn headset weer op. Dus vandaar. Dan komt dat het in het kraakbeen zit. En als dat gaat ontsteken, dan ben je echt een lul. Dus vandaar dat ik oortjes in heb in plaats van een headset voor nog de komende weken. Hoe lang ben je al samen met je meisje? Een paar weken. Nog niet heel lang, maar ja, ze maakt me wel gelukkig. En daar gaat het om, in een relatie. Welterusten, Captain Spooky, dankjewel voor het kijken, jongen. Voel je de piercing qua pijn? Je voelt hem als ze er doorheen steken, maar ja, ik heb best wel een hoge pijngrens, dus dat is niet erg. En de eerste paar dagen voel je hem ook wel, want er zit natuurlijk gewoon iets dwars door je kraakbeen heen. Maar ik wilde het al heel lang en ik dacht, ik doe het gewoon nu. Hoppatee, ik ben er naartoe gereden en patsboom. Hoe heet je vriendin? Suus, of Susanne, Suus. Netjes maar zo is dat. Zeker weten, Kevin en Kevin. Zeker weten. Moet gewoon gelukkig zijn in het leven, joh. En het maakt niet uit op wat voor manier je gelukkig bent. Lekker je eigen ding doen. Dat is echt serieus belangrijk. Als jij gelukkig wordt van een avondje gamen, ga lekker een avondje gamen. Als je gelukkig wordt van dat, ga lekker dat doen. Ja. Gewoon lekker je ding doen. Serieus. Dankjewel, Youssef. Dankjewel. Hoeveel subs wil je op het einde van het jaar? Maakt me echt niet uit. Ik maak video's omdat ik het leuk vind. Iedereen die abonneert is welkom. En iedereen die video's kijkt is welkom. Maar ja, ik vind het gewoon leuke video's te maken. Ik vind het leuk om al je reacties te beantwoorden. Daarom doe ik het ook altijd. Althans, ik probeer het altijd te doen. Dus vandaar. Yo Jan, yo Sasha, nog even welkom bij de stream. Morgen weer werktekst voor de stream. Hey, succes met werken, Wessel. Doe je ding, jongen. Doe je ding. Kaas of sla? Sla vind ik serieus lekker. Dus ja, ik zou wel voor sla gaan. Ik doe eigenlijk al overal altijd sla op. Als ik iets maak. Qua gewoon lunch of weet ik veel wat. Waar woon je eigenlijk in de buurt? In de buurt van Nederland. Dat is waar ik woon. Hey, dankjewel Motion. Dankjewel Wannes. Dankjewel voor je support. Wanneer nieuws is hoeveel België tegen Nederland? Willen we binnenkort weer gaan starten, Jordi? België tegen Nederland. Seizoen 2. Moet even kijken hoe het gaat met opnemen. Maar ik wil hem binnenkort gaan opnemen, ja. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik ben blij dat je gelukkig bent met je meisje. Dankjewel, Quinn. Dankjewel, man. Yo, Games for Life. Welkom nog even bij de stream. We zijn nog heel veel aan het lullen, gewoon met z'n allen. Weet je, hoort er ook bij. Je Twitter ziet er zo vaag uit zonder vinkje. Ja, Twitter heeft mijn vinkje afgepakt. Net zoals bij iedereen. Maar ik ga niet €10 per maand betalen om mijn vinkje terug te krijgen. Dus
Ja, mijn vinkje. Mijn vinkje is forever gone, helaas. Maar ja, niks aan te doen. Mijn Twitter is apenstaartje Jurassic Gaming, dat is het officiële. Dus vandaar. Jonik zit in een moeilijke tijd en als ik in je video's kijk, word ik daar blij van. Dankjewel. Ik probeer je af te leiden, Figo, van als je ergens mee zit of als je ergens gezeik mee hebt. Mijn video's zijn altijd positief. En dat zal ook altijd zo blijven. Dus ja, ik probeer een beetje af te leiden voor de 10 minuten of 15 minuten of 20 minuten dat de video duurt. Dus ik hoop dat ook een beetje lukt houden. En doe rustig aan. Stay positive. Dat is serieus het beste wat je kan doen. Shit happens, Michael. Ik ben in jaren niet zo blij geweest als nu. Dus het is zoals het is. Ik lig elke avond met mijn vrouwtje naar je video's te kijken. En dat zijn we. En dan zijn we 22 jaar. Ben je al getrouwd terwijl je 22 bent? Of ben je al 22 jaar getrouwd? Dat vind ik wel interessant namelijk. Ga je naar Metallica donderdag? Nee, Wessel. Nee. Wat is uw inspiratie? Mijn inspiratie is gezelligheid. Dat is mijn inspiratie. Nee, ik doe lekker mijn ding, man. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik doe lekker mijn ding. Bier of wijn? Ik hou niet van wijn, dus dan moet ik voor bier gaan. Wanneer weer een vlog? Ooit op een dag. Ik plaats sowieso wel wat meer op mijn Instagram stories. Dus als je soms een beetje wil weten wat ik op een dag doe. Of ja, als je iets wil volgen, check mijn Instagram uit. Official Jurassic is mijn Instagram. Want af en toe plaats ik wel wat dingen in mijn story als ik ergens ben. Niet dat het interessant is, maar ik... Ik plaats soms wel wat. Wij zijn 22 jaar oud, wel een kleine van 2 jaar oud. Hey, lekker man. Super. Huisje boven je beestje toch, Kevin? Lekker man. Nog niet Drewin, maar we kunnen wel een keer wat regelen met een boer. Ik vind het wel leuk om een keer naar een echte boerderij te gaan. Ook wat dingen op te nemen, even in de trekker te rijden. Even kijken hoe het allemaal gaat. Dat is wel leuk. Ik ben ook al 4 maanden naar de gym aan het gaan. Ondertussen voel ik me beter dan ooit in mijn lichaam. Hey, goed om te horen, Raflo. Ga ze door, man. Ga ze door, jongen. Lekker. Zou je een Alfa Romeo willen rijden? Ik ben geen fan van Alfa Romeo. Hoe kan je zo goed jezelf zijn door jezelf te zijn? Nee, je moet altijd jezelf zijn. Maakt niet uit hoe en wat. Zeggen wat je wil zeggen. Eerlijk zijn als iets kuts is. Eerlijk zijn als iets leuk is. Gewoon jezelf zijn zeker weten heel belangrijk. Waarom doe je niks meer op TikTok? Ik heb vandaag nog een TikTok geüpload, Corneel. Helemaal mijn best gedaan om vandaag een TikTok voor je online te zetten. Je hebt het niet eens gezien. Zo leuk om nog eens naar je GTA-video's te kijken. Kijk al ongeveer 7 jaar. Hey, shout naar je broer, Sascha. En shout naar jezelf, man. Shout naar jezelf. Wat voor bak rijden? Een Raptor. The Quarry of the Devil Inside Me. The Quarry. Quarry was awesome. Maar Devil Inside Me? Hij heette anders, toch? The Devil in Me heette die. The Devil in Me, die was ook awesome. Sowieso de hele Dark Picture antologie. Het zijn echt awesome games. Voor horror games. Droomauto mijn McLaren P1. McLaren Senna. Maar dan moet je 3 miljoen voor betalen. Dus dat gaat hem nooit worden in mijn leven. Maar... Ik kan altijd dromen hebben. Leuke ketting. Is van... Heb ik hem überhaupt om? What the fuck? Oh ja. Is van Guess. Er staat een leeuw op. En mijn sterrenbeeld is een leeuw. Dus vandaar dat ik hem om heb. Als er ooit een meet and greet komt, Roen Klaassen, dan laat ik het weten in de stream. Dan laat ik het weten op social media, laat ik het weten in de video. Dus als er weer een keer een meet and greet komt, ik heb geen idee hoe dit jaar helemaal gaat verlopen, maar dan laat ik het sowieso weten. Wanneer komt je vriendin in een livestream of video? Ze hebben letterlijk heel de tijd in de livestream meegepraat vandaag. Ze kon niet meespelen, maar ze heeft wel meegepraat. Wanneer maken jij en de crew weer eens races? Ooit flashlight, ooit. Wanneer komen er weer nieuwe Go and Hall races flashlight? Daar heb ik wel zin in namelijk. Ja, ik ga stoppen met de livestream, maar ik ben gewoon even de chat aan het beantwoorden. Weet je, het was deze livestream zo chaotisch. Ik dacht, we kunnen nog wel even een paar minuutjes praten met de chat. Hoeveel pk heeft de Raptor? 500.
500. En nee, ik kan dat niet in het Duits. Door Angelo niet kunnen meedoen. Je hebt wel meegedaan, Tibo. Min is gespot. Ja, ja, daar. Daar en daar. Dat is mijn koelkast. Die zit niet aangesloten. Dit is mijn koelkast. Ik heb hem uit de stroom getrokken, want er stond niks meer in. Maar hij staat helemaal vol met minions. Er staan er echt een stuk of... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Want er staat nog een hele grote... 6 en daar één. Ja. Hoe gaat sportje Jan? Gaat goed, Jedda? Gaat goed. Flashlight, kan jij de Gone Hall race die wij nog niet hebben gespeeld even doorsturen via Twitter? Want ik weet namelijk niet welke wij wel en niet hebben gespeeld. Dus als jij weet van, oh, deze heb je nog nooit gedaan, dan kan je hem even doorsturen. Dan kan ik hem sowieso namelijk gaan opnemen. Dus dat is wel leuk. Oh, ja, jij wel mee kunnen doen, Tibo, maar Susanne niet, nee. Nee, maar komt omdat Susanne de PlayStation 5 versie had. We hadden helemaal het idee dat ze mee kon doen in de stream. En toen wou ik er in feite. Alleen toen kwam ik er pas 5 minuten achter dat ze op de PlayStation 5 versie speelden. En de PlayStation 4 versie kan niet samen met de PlayStation 5 versie. Dus toen was het hele idee weg. Maar ze hebben wel gezellig meegepraat. Totaal 4 nog. Ja, stuur ze even door als je wil, Flashlight. Hoeft niet nu hoor. Mag ook morgen, mag ook volgende week. Moet je even via Twitter sturen wat je altijd doet. Wat heb je meestal in je koelkast voor drinken? Water. Ik heb altijd water bij de hand. Wat was je eerste auto? Een Ford Mustang Celine S281. Maar die heb ik verkocht. Wie is Susanne? Susanne is mijn vriendin. Jan, ik hou van je. Thanks, maat. Boodschap! Hoe is mogelijk, gek? Waar komt je naam vandaan? Verzonnen. Mijn naam komt nergens vandaan. Het is gewoon verzonnen. Dankjewel, Damien. Dankjewel, Damien van de Haar. Voor je complimentje. Maar dan ga je overstappen naar de PlayStation 5 versie. Als Angelo de PlayStation 5 versie van GTA 5 heeft... dan gaan we de PlayStation 5 versie spelen. Dus dan kan iedereen ook meedoen. Maar dan ga je weer Black Ops 3 of Black Ops 4 spelen. Wil ik... misschien ook dinsdag even kijken of ik... Of maandag of morgen is maandag. Misschien ook even kijken of ik... oude Call of Duty kan opnemen. Moet ik even checken. Geef me een shout. Shout naar jou, Gautier. Hoe gaat het met Zoe? Met Zoe gaat het goed. Zekers. Wat vind je van voetbal? Ik vind het zelf niet heel interessant. Maar ja, dat zeg ik. Je moet doen wat je zelf leuk vindt. Dus als je voetbal leuk vindt, dan ga je naar kijken. En als je voetbal niet leuk vindt, dan ga je naar iets anders kijken. Wat vind je van Xbox? Helemaal goed, toch? Weet je wat het is? Vandaag de dag heb je in zoveel games crossplay zitten. Oftewel, Xbox kan met PlayStation, PlayStation kan met PC, PC kan met Xbox. Iedereen kan met elkaar. Dus het maakt eigenlijk niet meer uit of je PlayStation 5 hebt, een PlayStation 4 hebt, een Xbox hebt of een PC hebt. Bij heel veel multiplayer games kan je toch allemaal met elkaar. Dus ja, het is alleen met communicatie soms wat irritant. Dus ik hoop ook dat die Discord-integratie goed werkt. Dan kan je gewoon op Discord... En dan maakt het ook niet uit of je PC, Xbox of PlayStation speelt. Dan kan ook gewoon iedereen met elkaar praten. Dus in een party. Of in een call. Wanneer nieuwe Sons of the Forest? Dinsdag en zaterdag. Welke dagen upload je Farming Simulator? Random. Wanneer ik tijd heb om het op te nemen. Want de Farming Simulator... Ik ben letterlijk vandaag 2 uur bezig geweest om een fucking suikerriet te oogsten. Maar het is gelukt. Mijn suikerriet is geoogst. Dus ja, de volgende keer kunnen we weer verder met farming. De Farming Simulator, ik denk dat Farming Simulator de meeste tijd kost van video's die ik ooit heb gemaakt op mijn kanaal. En we hebben er nu al 94 afleveringen van. Dus dan kan je wel zelf bedenken hoeveel tijd daarin heeft gezeten. Ooit, Captain Spooky, ooit. Hey, we hebben vandaag 3 trollrace gedaan. Dit was gewoon de special. Dit was hem gewoon. Sowieso gefeliciteerd alvast met je verjaardag. Jongens, dankjewel FC. Ik ga wel de stream afsluiten. Ik kan serieus nog een uur doorpraten. Maar ik wil ook nog heel even snel... wat wil ik eigenlijk nog doen? Het is bijna 12 uur. Ik wil nog even snel mijn nest in. Want ik moet er morgen vroeg uit namelijk. Dus ik ga wel
de stream hierbij afsluiten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Allemaal heel erg bedankt voor het chatten. Allemaal heel erg bedankt voor het meedoen. Allemaal heel erg bedankt voor het doneren. Allemaal heel erg bedankt voor het abonneren. Allemaal heel erg bedankt voor het lid worden. Allemaal heel erg bedankt voor alle support. Morgen ben ik weer terug met de nieuwe GTA 5 race sessie. Ik ga morgen ook even weer nieuwe video's opnemen. Dus dinsdag komt er weer een nieuwe video. Woensdag komt er weer... Hoe is het mogelijk, gek? Dankjewel voor de support. Ik wil hem net afsluiten, jongens. Oh, oh, oh. Pam, pam. Er komen gewoon in één keer 3 donaties binnen, of niet? Ja. Thanks, jongens. Dankjewel. Ik lees er nog wel even op. Berend Jan Wolverink, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. High five voor jou. Hij zegt, gaan we jouw vriendin ook zien? Je bent goed bezig. Trouwens, de groeten. Hey, Berend Jan, sowieso de groetjes terug. Er staat al een foto op Twitter als je er wil zien. En misschien dat ze ooit meedoet in de video. We zien wel hoe en wat. Komt helemaal goed, joh. Dankjewel, Berend Jan. En af en toe komt ze langs op de story op Instagram. Dus... dan kan je ook zien hoe en wat. Dankjewel, Berendjan, voor je 5 euro donatie, jongen. Blijf lekker genieten van de content, jongen. Dankjewel. Youssef heeft ook nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt niet omdat het moet, maar omdat het kan. Youssef, thanks voor al je support deze avond. En ik zie je wel weer voorbij komen bij de volgende stream. En je kan ook altijd gewoon chatten, hè. Want chatberichten zie ik ook bijna altijd. Dus dankjewel, Youssef, voor je support. En als laatste heeft Kleine Jok nog een 10 euro donatie achtergelaten. Dus boem, boem. 52 voor jou. En hij zegt erbij, ik zoek een goede game PC, maar weet niet goed welke. Heb jij tips? Ik kan niet zomaar een game PC aanraden. Het ligt er maar net aan wat je wilt doen. Wil je ermee editen? Wil je ermee photoshoppen? Wil je ermee gamen? Wil je ermee schoolwerk doen? Het is echt... een goede game PC kan van 700 euro naar 3000 euro gaan. En je moet echt gewoon erin zetten wat jij nodig hebt. Als je alleen maar wil gamen, dan heb je niet zoveel RAM nodig. Maar dan moet je weer even kijken naar de videokaart. Naar de PC. Als je de schoolwerk op wilt doen, dan kan je ook een PC'tje halen van 500 euro. Het is echt... Het verschilt zo erg, maar het ligt er maar echt aan wat je erop wilt doen. Dus... Ik weet niet wat je ermee wilt doen. Dus ik kan je vraag ook niet echt beantwoorden, Kleine Jok. Echt even goed research doen. Hoeveel geld wil je uitgeven? Wat wil je erin hebben? Wat wil je ermee doen? En dan kan je op basis van dat kan je een PC aanschaffen. Maar dankjewel voor je 10 euro donatie, man. Super, super awesome van je. En blijf jij ook lekker genieten van de streams en de content, bro. Welterusten uit Muiden. Hey, welterusten, Stef. Lekker naar het strand gaan, jongen. Heerlijk. Aan Muiderslag. Autootje neerzetten. Hop. Het was weer genieten. Dankjewel, Kenneth. Ja, ik ga hem afsluiten, jongens. God damn it. Berend-Jan Wolverink, die had nog een keer 5 euro donatie achtergelaten. High five voor jou. Hij zegt, goed om te horen. Laat je niet gek maken. En blijf vooral genieten. 100%. Dat gaat zeker weten lukken, Berend-Jan. Dankjewel nog eens voor je 5 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Jongens, hoeveel is je outfit waard? 15 euro. 15 euro. 10 euro. Nee, wacht. Oké, zal ik het serieus doen? Oké, wacht. We doen het serieus. Ik weet de prijzen echt eigenlijk niet. Dus dit gaat helemaal nergens over. Petje. Ik denk het petje 25 euro. Horloge 100 euro. Dat is gewoon een smartwatch namelijk. Blouseje 25. T-shirt 9,99 euro. En mijn broekje. Ik heb letterlijk een roze korte broek aan. 15 euro. En sokken 1 euro. Dat is mijn outfit waard. Het zijn gewoon standaard witte sokken namelijk. Ik ga echt geen dure merkkleding kopen, joh. Je moet lekker kopen waar je fijn voelt. En lekker je ding doen. Het gaat helemaal nergens over. Jongens, thanks voor het kijken. Thanks voor de support. Was super awesome stream. Ik heb ervan genoten. Rammer, die heeft nog een keer een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, wanneer nieuwe Dead Island video? Zijn goede video's, man. De video was eenmalig. Ik wilde puur gewoon even het begin van de game laten zien. En ik moet even kijken. Kijk, jongens. Ik wil de stream afsluiten. Ik zie alweer een donatie binnenkomen. Dead Island is een hele awesome game om te spelen. Maar het is voor mij ook meer een game om beneden in mijn woonkamer op een tv met wat vrienden te spelen. In plaats van het op te nemen. Dus ik moet even kijken of we het nog verder gaan spelen. De ja of de nee. Maar dat zie je vanzelf dan wel op mijn kanaal voorbij komen. Dus ja... Misschien dat ik gewoon beneden in mijn woonkamer gewoon chill met wat vrienden ga spelen. Dus ik moet nog even checken wat ik daarmee ga doen. Maar dankjewel Rammer nog voor je 3 euro donatie. En Svennen,
Hij komt zo meteen in beeld. Die heeft nog een €11,99 superchat achtergelaten. Buitenom al zijn andere superchats van deze avond. En hij zegt, fijne avond. Was een leuke stream. Hey Svennen, zeker weten jongen. Echt, thanks voor al je support man. Super, super awesome. Super bizar. Mega boodschap. Hoe is het mogelijk gek? Daar komt hij nog eens. En dankjewel man. Dankjewel voor je support, Sven. Super, super awesome. Ik zie jou ook alweer de volgende stream voorbij komen. Ik kan altijd gewoon chatten. Ik probeer heel vaak gewoon heel veel chatberichten te lezen als het lukt. Wanneer kom je naar Zandvoort? Ik kom waarschijnlijk binnenkort wel even naar Zandvoort. Maar ja, ik weet natuurlijk niet wanneer. Dus ja, misschien kom ik je tegen, Chip Chop. Misschien kom ik je tegen. Ik wil namelijk binnenkort wel met Suus even naar Zandvoort, ja. Dus ja. Wie weet kom ik je tegen. Wie weet kom ik mensen wel random ergens tegen. Ik kan altijd hoi zeggen. Ik kan altijd gedag zeggen. Maak even een leuk babbeltje. En dan komt het helemaal goed. Jongens. Thanks voor alle support. Ik ga hem nu echt afsluiten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor alles. Geniet van jullie avondje. Succes morgen met hetgene wat je moet doen. Misschien heb je vakantie. Misschien moet je werken. Misschien moet je naar school. Ik heb geen idee. Succes ermee. Maak er het beste van. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer maar weer. Adios amigos. En bye. Bye allemaal. Woe!